Nelly, terug van de partij. Yes, ik ben super blij. Ik had gedacht dat je langer afwezig ging zijn. Ik ga daar redelijk over denken. Je bent sterk geworden. Kijk, ik wil ook zeggen aan de chirurg en de dokters van mij die nu aan het kijken zijn. Uh, ik ben echt wel aan het rusten. <laughs> <laughs> nee, nee. Dus ik, ik ben wel veel sneller teruggekomen dan eigenlijk mag. Maar ik kon u niet missen. Oké, okay, dat vind ik heel mooi. Ja. En wat ik ook mooi vond, was echt al die reacties van de vorige no? YouTube-video. Het was niet normaal. Ik heb Twitter, op de YouTube, ook via Instagram heb ik superveel kijkers uh, gehad die mij stuurden om mij beterschap te wensen en zo. Dus ik wil daar echt iedereen voor bedanken. Superhart bedanken. En wat ook heel mooi is, en ze staan hier nu, want we hebben geknipt, uh, de Belgian Podcast Awards. We zijn opnieuw genomineerd. Fantastisch, en kunnen we die terug alle twee winnen? Of? Dat hangt uh, ja. van de kijkers en de luisteraars af. Je moet naar belgiumpodcastawards.be gaan, rechtsboven op vote klikken, je registreren en dan op met mid stemmen. Dus het is, het is wel omslachtig, je moet wel je best doen, maar wij hebben daar een cadeau voor. Is dat, dat wat ik in mijn handen heb? Toevallig? Ja, of dit? Dus als je gestemd hebt, een print nemen en naar ons op Instagram sturen: AdmitMidpodcast in DM, gewoon. Sturen en laten weten: wilt je het gesigneerde Galatasaray shirt of wilt je het gesigneerde Kevin de Bruyne Manchester City shirt? Wauw. Als toch, dan maakt het registreren wel wat minder. Ja, en ik moet zeggen: het is heel, heel, heel straffe concurrentie dit jaar, dus we gaan elke stem kunnen gebruiken. Uh, Oeps en bakkes, kick and rush, X'no's. en O's. dan hebben we het beste toch gehad, denk ik. Denk ik ook wel. Welkom bij MidMid, de wekelijkse voetbalpodcast van PlaySports. Nelly is terug en we hebben terug een speciale gast. Jullie vroegen ons al meerdere keren naar zijn komst. Hij werd kampioen met Lierse, won de beker met Roda en misschien moet ik mijn selfies bij hem excuseren. Welkom, Bob Peters. Dank je, dank je. Bob, hoe gaat het met u? Goed. Ja? Heel goed. Ja. Ik geef de mensen wel gelijk. MidMid, het heeft lang geduurd voor Bob ja. Peters te gast was, Terwijl eigenlijk leunt het programma zich wel... Voor u, vind ik. Ja, je hebt me een paar keren uitgenodigd. Ik um, denk twee, drie keer. Ja, maar toen kwam het niet altijd uit. En dan na Toppos uh, had ik zo echt een periode dat ik even uh, wat rust wilde. Dacht ik van: oké. Okay. Uh, ik dacht dat ik toen had gezegd: vanaf september uh, ga ik uh, terug uh, ter beschikking zijn. Dus bij deze ben ik uh, dan zijn we daar. hier geraakt. Het is wel opvallend hoe populair hij dan is, want het is inderdaad echt al echt vaak. al zeker een jaar denk ik dat mensen dat vragen wanneer komt Bob Peters? Ik denk geen grap, samen Vincent Company de meest ingetitulde <laughs> naam. En we reageren dan altijd: oké, Bob, okay. zullen we nog eens proberen? Het is een humoristische podcast. <laughs> <laughs> Zet Zij, je nu nog trainer eigenlijk? Of nee, nee nee, nu... nee, nee, nee. Ik werk nu. Uh... Benaadsluitend voor uh, Play Sports En uh, play 4, 5, 6, 7 is het ondertussen zeker. He, Naar gelang lang waar de wedstrijd uh, wordt uitgezonden. Maar dus een club moet niet meer... Niet meer jawel, bijna. jawel. Ik, heb, uh, ik had eigenlijk na Westerlo mij voorgenomen om uh, even een pauze in te lassen. Ik heb uh, na noem ik al een aantal jaren teruggaan na Sterkelbrugge, ben ik uh, binnen de tien dagen, denk ik, gebeld door ja. uh, AA Gent. Ik ben er heel snel... Uh, ingesprongen, Maar toen had ik echt het gevoel: van, oké, okay, uh, je staat dan uitgebluste trainer. Dus uh, ik, de ervaring leert mij dat je uh, na uh, toch 3,5 intense jaren bij Westerloom dan toch even rust te pakken en de batterijen op te laden. Omdat het, uh, mm -hmm. Dat het mensen onderschatten dat mentaal toch wel uh, vrij zwaar is. Maar ja, toen belde Peter Bijvelds, uh, technisch directeur toen van uh, Top OS, uh, net toen ik in uh, Spanje zat. Ik had ook gepraat met Eindhoven. Maar daar waren drie kandidaten. Gunter Peters, de ex-commercieel directeur van Westerlo en Beerschot, is daar nu algemeen manager. Okay. En ik was, ik was zijn kandidaat. Maar op een gegeven moment, ja, als er drie kandidaten zijn, dan had ik zoiets van, praat eerst met iedereen en dan, dan zien we wel. Ik ben toen naar Spanje vertrokken. Uh, en toen heeft uh, Topos gebeld, met name Peter Bijveld. En die mens heeft me zo geenthousiasmeerd, Je laten uh, overtuigen. Ja, maar die was. Uh, Geen gemakkelijke opdracht, denk ik. Nee. Iemand enthousiasmeren met Topos. Ja, met maar toch, die mens die ja, liet mij echt. Uh, ja, die gaf me zo'n warm gevoel, zo'n goed gevoel. Dat ik zoiets had. Want ik weet nog, het was op mijn, mijn, mijn iPhone dat we een, een Teams meeting hadden. <laughs> en uh, ik denk dat ik daar de eerste dag twee uur mee gepraat heb. En ik uh, leg neer. En mijn vrouw zat buiten en die zegt: uh, Je gaat dat doen. Hey. En ik zeg, oh, oh, we moeten nog een tweede gesprek hebben. En eh, ten tweede, ze moeten ook voor mij kiezen, want die had al met twintig trainers of zo gesproken. <laughs> en uh, allemaal powerpoints uh, rond zijn oren gekregen over hoe ze gingen voetballen. En uh, we hebben het uh, uitsluitend of bijna uitsluitend over de menselijke uh, kant van voetbal uh, gehad. Maar ik had er zo'n goed gevoel bij dat, ja, dat het inderdaad was een, een, een kleinere club. Maar Nederlanders hè? kunnen wel enthousiast zijn. Hè? Ja, maar die mens is. Uh, en ik heb tot 1 april, want toen is hij op de graafschap vertrokken. Is nu bij de graafschap wat een grotere club is. Ze zijn dit jaar slecht gestart, maar is wel een club die normaal Eredivisie moet Zeker. gaan spelen. Er zit altijd 10.000, 12 12.000 man, dus dat is een grote club. Um, maar die man is op één jaar tijd uh, eigenlijk één van mijn beste vrienden geworden. Dus, en dat is heel zeldzaam in het voetbal, want ja. uh, ik loop al uh, meer dan dertig jaar mee in het voetbal. En ja, ik kan ze op één aan tellen, uh, mensen waar ik nu nog contact mee heb. En, maar, hoe maar dat is echt een, een, ja, een ongelooflijke, uh, menselijke uh, technisch directeur. Je hebt u dan van de zomer niet terug laten vangen aan zo'n gesprek met een andere club? Nee, nee, nee. Maar dat is ook de reden waarom ik bij Topos ben weggegaan. Hè? Want in uh, december, en dat was heel raar, op een gegeven moment hadden we een, een periode waar we heel veel wedstrijden verloren. Maar de manier van voetballen, de supporters bleven positief van uh, uh, de manier van voetballen en hoe we, uh, ondanks de mindere kwaliteit, want als ik eerlijk ben, het was... Het was uh, ja, Zwakste selectie die ik, die ik ooit heb getraind, dan moeten we ook eerlijk in zijn. Maar op een gegeven moment kwam daar wel een bepaalde swing in en gingen we ook wel goed voetballen, gingen we punten pakken. En in december hadden ze gevraagd eerst om drie jaar bij te tekenen. Ik zeg drie jaar, ja, top awesome. uh, Heel leuke club. Wel een zekerheid, hè. Ja, ja. drie jaar ging als ik. Als uh, trainer, drie jaar krijgen, ja, is ook wel ja. zonder. Dan gaan ze ook niet snel ontslagen. als het Nee, besloot. maar in, in Topos is dat ook uh, niet de gewoonte: tenzij dat je echt. Uh, op uh, ja, menselijk vlak fouten gaat maken, ze weten ook die hebben niet de grootste begroting, dus daar gaat het van, ja. hoe ga je met spelers om en wat is de manier van voetballen, en die had ik met Peter doorgesproken, en ook, en dat is het rare aan Peter Bijwels de meeste technisch directeurs zeggen van we willen aanvallend voetbal, en we willen dit en we willen dat, maar drie keer verliezen ja, dan moet een blok erop en moet je punten gaan pakken. En die zei het tegendeel. Hè? Die zei van, nee, we blijven aanvallen. Maar we die kunnen nog... niet zakken, hè? Nee. Ja, dat systeem leent er zich toe. Hè? Je wil altijd winnen. Elke sportman in welke divisie ook wil winnen. En op een gegeven moment uh, begon dat echt wel, echt wel te lopen. En begonnen die spelers... Ik heb ook op een gegeven moment uh, alles omgegooid. Alle... Zwaardere contracten, alle Oei. dure spelers eruit gegooid. En Geen allemaal jonge... vrienden gemaakt. Nee, allemaal, nee zeker niet. Uh, en uh, Uiteindelijk allemaal jonge gasten gezet. En tegen Peter en het bestuur gezegd: van kijk, er zijn vier jonge gasten, daar ga ik op inzetten. Eén uh, is er na twee maanden uh, naar de kampuur, naar de Eredivisie gegaan. Uh, kt is op het einde van het seizoen, die zit nu bij Tiraspol. Die kwam van amateuren. die hebben we gehad, 23 jaar. Ik zag een videofilmje en niemand wilde die. Die hadden ze overal aangeboden, we hebben die gehaald. Heeft dan 15 of 16 doelpunten gemaakt. Nu voor voorronde Champions League uh, gespeeld. Uh, Jerome Margarita, er uh, zaten ook heel veel clubs achter, hebben ze dan gehouden, ze contract opengebroken. Maar nu niet 100% met de nieuwe trainer. Maar die drie gasten zijn echt uh, doorgegroeid. Daar leunt um, dat systeem zich ook wel toe. Hè. Zeker weten. Hoeveel jonge Belgische voetballers zitten? Niet Heel in die veel. Tweede en klasse die in jullie Nederland, niet kennen. Enorm veel. Echt, hè? Die jullie niet kennen. En ja. echt talentvolle spelers, hè, zoals die Saibari van, van PSV. was vorig jaar bij Jong PSV. Dat was fantastisch. Uh, en nu komt hij door Van Nistelrooy aan de oppervlakte. Ja. Maar even, en dan om dat verhaal nog af te maken. Dus ze hadden gevraagd drie jaar uh, tekenen. Tot nu duur hadden ze het al afgezakt, nog twee. En dan ja, komt uh, de vraag van de graafschap voor Peter Bijveld. En Peter zegt, ja, wat moet ik doen? Ik zeg, ja, Peter, uh, ja, maar ja, die trainer heeft een contract, zou je graag meepakken, maar ik zeg, Peter, dat moeten we niet doen. Ik zeg, als je ergens nieuw begint, moet je niet dan een trainer van Topos gaan meepakken. Ik zeg, dan moet je uh, je uh, eigen trainer aanstellen of uh, trainers die eventueel al uh, de vorige jaren benaderd zijn door uh, het bestuur. Dus Peter is weggegaan, uiteindelijk 1 april, denk ik. Toen hebben we uh, direct rond de tafel gezeten en toen wilden ze dat ik, Peter was dus algemeen en technisch directeur, dus dat was eigenlijk, je had de aandeelhouders, Peter Bijvels en dan kwam de, de technische staf. <laughs> uh, en dan hadden ze aan mij gevraagd, ja, wil je technisch directeur en trainer worden? Mooi, zeg, uh, de, ja, de droom. Ja, heel Alles mooi. Alles beslissen. Ja, Wat zijn je heel, vrouw toen? Heel mooi. en dubbel salaris, kom. Mijn vrouw zei uiteindelijk van, ja, moet je zelf, uh, moet je zelf beslissen. Maar ik, had zoiets, ik zag Peter heel een dag met zijn telefoon lopen, met zaakwaarnemers. Uh, en ik zeg tegen die gast, ik zeg, ja, dan moet ik uh, twee, drie dagen per week, uh, kan ik niet op veld staan. Maar dat was geen probleem. Dus eigenlijk hadden ze gezegd van, hier zijn de sleutels, en nee. vul het maar in. Je echt een een echte managerfunctie dan. Ja. Naar het Engels. Maar... Ik voel me nog iets te veel coach om al te zeggen: van oké, okay, uh, ik ga nu technisch directeur uh, en trainer worden. Dus daar hebben we voor bedankt en hebben gezegd: van stel een technisch directeur aan en dan ga ik ermee praten. Toen hadden ze een aantal profielen en hebben ze tegen mij gezegd: Ja, uh, we hebben één profiel. Dat was een trainer die voor mij eigenlijk um, trainer was. Daar willen we mee gaan praten. Uh, kun jij er eens mee praten en uw gedacht zeggen? weer mee gepraat, ja, dat klikte niet, uh, misschien had ik ook veel nog het beeld van Peter Bijveld dus dat was een totaal andere mens dus ik heb toen gezegd van ja oké, okay, voor mij uh, is het dat niet uh, uiteindelijk heeft er dan een aandeelhouder die er redelijk wat geld ging inpompen deze jaar, beslist van dat hij wel terugkwam, oké okay, en hebben heeft ook besloten om, uh, om het niet te doen, maar wel jammer, het was niet de grootste club qua, qua talent, qua uh, ik kan er mij weinig bij alles, voorstellen, ik maar, ben er nog nooit geweest wel heel, heel Uur. en ja een club ik zeg het. Ik denk dat we de laatste thuiswedstrijden niet voor drie vier uur de skybox uh, verliezen. Dus winnen <laughs> of verliezen, Belangrijk. dat was er altijd feest. Dat was <laughs> altijd uh, ja, dat was nooit negatief en en was eigenlijk wel een verademing om zo uh, ja, te nog, werken wel. met jonge gasten die te zien evolueren en zonder dat er elke dag uh, uh, druk kwam en druk werd gelegd en, en je moet dit en je moet winnen en uh, daarom ja, was Peter ook wel een, een verademing om uh, ja, als hij even zegt dat is ook wel het systeem deels natuurlijk ja, maar er worden ook wel coaches ontslagen in, in, in uh, de KKD, hey, de keukenkampioen-divisie. Maar het is wel een, een, een heel aantrekkelijk maar als ik Je speelt u zo een woord, nummer laatst, die gaan voetballen. Uh, die spelen helemaal uh, uh, van achteruit. dat uh, 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 well, is uh, waar. Als ik u zo hoor, voel ik wel dat zo'n zo Belgische ploeg, die altijd onderaan staat, die altijd moet knokken, dat u dat niet meer aanspreekt, dat je dat niet meer gaat doen. Alles, ja. Dat spreekt mij aan. Uh, op dit moment weet ik ook wel dat, dat Anderlicht en Racing ging niet op mij zitten te wachten. Dus Anderlicht, uiteindelijk... waarom? Pas op, dat is. Pfft. Ja, Tampel jong Anderlicht. <laughs> jong Nee, staat, maar wie staat er boven wie? Ja, maar dat is normaal, hè? laat ons dat even zo nee, nee. zeggen. Hè? Wat? <laughs> nee, het is Ander, KV Mechelen en hij staat nog altijd boven ons. Dat ja. is waar. Ja, we zijn een kijker. Ja. Ja, ja. Maar dus, ik, nee, ik, mag geen insinu... Allee, ik mag niks insinueren, maar bijvoorbeeld KV Kortrijk. Is het toch een opportuniteit daar onderin bijvoorbeeld als een leuke club om in te stappen? Zoiets? Daar heb ik nooit schrik van gehad. Hè. En, en ik denk dat ik, als je het terug bekijkt, ik heb overgepakt bij Was aan Beveren ja. hm. toen. Maar eerst, zoals aan Beveren zei, ja. die song nog in extra time. Ja, Mourinho kan die er ja, zelf niet. Nooit, ja. We zijn begonnen met 1 op 15, ja. en uiteindelijk gestopt met 20 op 30, denk ik, of 21 op 30. En ons nog vrij makkelijk gered. Oké, okay, dan ben ik naar Charlton gegaan. Westerlo, eerste keer overgepakt. Toen een heel zware strijd gehad. Toen Tot met, op de laatste speeldag zeker. Hè? Met Emilio Ferreira. Met Leuven, hè? Met Leuven. En het mooie was, we winnen 1-0 tegen Beerschot. En uh, was dat Beerschot? Ik denk het wel. Ja, en Leuven werd toen... Nee, Stijn Vreven was... Te, nee, het was Waasland-Beveren. Zo ja. was het. Waasland-Beveren. Stijn Vreven was Waasland-Beveren. Ja. En die man hebben echt, maar echt gespeeld tot de laatste seconde. Want ik weet dat Del Freire... Ja. Hè, uh, <laughs> de laatste seconde, denk ik dat drie of vier minuten overspelen was. En die gaf nog een corner. En ik dacht echt van, oké, dit gaat het scenario zijn. Ja, ja. En die kwam je allemaal mee. Uh, uiteindelijk scoren ze niet en we winnen. En ik kijk naar een tribune. Ja, op dat moment blijft erin, want Brugge stond 0-0 voor op Leuven. En ik kijk naar een tribune en ik zie Herman Wijnand zitten. Van. Uh, het is gedaan. Maar blijkbaar had hij dus gedaan van. Leuven is nog niet gedaan, dus iedereen dat veld op, ik ken die supporters, maar die hebben nog drie minuten gespeeld. Hè. En ik denk, ik weet niet meer hoe dat de keeper toen was, die pakte nog een wereldbal. Dus anders hadden we het, het Schalke-scenario voor, hè. die ja, zijn ja. ook eens twee minuten kampioen, kampioen geweest. Ja. Dus, uh, en dan uiteindelijk uh, zijn we er toch, uh, toch in gebleven. En dan de, de tweede keer ben ik terug naar Westerlo gegaan, was in 1b, stonden ze twaalfde. Ja. Of was ik nu achtste van de... nu zijn twaalf ploegen. Achtste van, van de acht. En twaalf punten. Ja. En ik weet dat ze we toen een aantal trainers hebben gebeld. Die namen moet ik hier nu niet noemen. Maar er was niemand... Initiale, al... Initiale mag. Hè? Initiale mag. GL. GL. Sorry, Die zal dat toch altijd doen, nee, nee, denk nee, ik. Nee, nee, <laughs> nee. Nee, nee. Ja, weet eigenlijk... ene waar ik zeker van ben. Ik mag dat wel zeggen. Erik van Meera ze gebeld. En, en Erik... Maar die had toen blijkbaar ook al gezegd dat, hem, dat hij geen trainer nu meer wilde zijn. Maar um, uiteindelijk hebben ze dan uh, gebeld en... Ja, het is dus een goede uitdaging nu. Zou je we wel zeggen: ik doe het toch, ook al staat onderaan. Je gaat je CV ja, blijven zei, aanbieden. Toen zei het. Ja, maar tot ik heb mijn cv september niet aangeboden. Hè? Ik, ik heb nu gelezen. Toch ook uh, niet meer? Ik weet het niet. Nee, maar nu, ik las voor je. Uh, er zijn zoveel week. trainers. Ja, vorige uh, week of twee weken geleden, Dansen. En las ik ook niet ja. eens met een naam dat ik, uh, ik me een CV had gestuurd. <laughs> ik heb geen manager. Ik heb geen manager. Heb ook, ook geen manager. manager dus dat Op dat moment heb ik iemand, iemand anders. Kan je... Ik heb één iemand die ja. in Nederland uh, voor mij wat gezocht had, omdat ik zei van oké, okay, ik ga het bij Topos niet niet doen. Uh, heb ik wel iemand van, oké, okay, als er een opportuniteit in Nederland voordoet, maar die, die kijkt echt in Nederland. Dus in België Evert, is er niemand... Dit is je kans, hè? Ja. Ah. Je wilt toch doorbreken als manager? Jazeker. Regel de volgende club van Bob. Als ik, ik Bob Peters een topclub kan bezorgen, dan is mijn, is mijn naam gemaakt. <laughs> een club? Ja. Een club. Maar een club lukt mij zeker. Zelfs nog voor kerst. Oh, dat is wel een uitdaging. Nee? Ja. Ja, ik ja, denk inderdaad. dat wel. Allee, er gaan zeker met die drie degradanten... En ook wel de stress in tweede klasse die er zit aan te komen. Maar voor denk kerst, ik... het is vroeg gedaan met WK. Hè? Ja, ja, het dus is nog maar over weken, een paar weken, een weken. Ja. Drie weken. Ja, als... Ik ga de wetenschap wel aan. <laughs> <laughs> nee, maar je voelt toch overal wel dat, dat heel, uh, stress, de komende maanden opportuniteiten. Heel veel stress, zijn voor maar u. het staat nog superdicht. Dus... Ja, dat is het geluk. Hè. Ja, het geluk dus is niet uh, één ploeg die, alleen het... na dit weekend. Ja, superdicht. Uh, stel dat bijvoorbeeld uh, zulte had verloren. No. Okay, dan, dan was er een kloof. Nu niet, maar dat maakt dus wat Evers ook zegt: euh, dat er nu stress komt. Het geld wordt uh, kleiner. Hè. Met alle respect, KV Mechelen stond nu op drie punten van de laatste plaatsen. Ja. En die hebben al, die hebben al gewisseld. Hè. Dus, ja. uh, en ik heb met Dufour nog gespeeld bij Gink. Ik heb hem weten debuteren. En uh, ik heb regelmatig nu met hem ook. Uh, en die is een uh, topcoach. Wat jij nu zeggen. Ja, nee, Kom dat niet. Ja, ik, ik kan niet van Steven zeggen een topcoach zijn. Nooit gecoacht, maar het is wel een serieuze uitdaging. Ik moet wel zeggen, chapeau dat je die uitdaging uh, aangaat. Ik denk dat hij dat alleen bij KV doet. Ja, maar, dat denk cool. ik ook. Ja. Maar als je dan deze zomer zegt, tot september, begin oktober, even niks. Is dat nu je batterij wel opgeladen? Kriebelt het al terug om op een vel het te beginnen? Het heeft lang geduurd. Het heeft echt lang geduurd. Uh, dat ik zoiets uh, had van. Pff, maar dat kruipt uh, ook in de kleren, hè, vermoed ik alleen. Ja, maar ook nog uh, Ja, Ik reed elke dag ook, uh, over oh, en ja. weer. Dat was 113 kilometer enkel. En in het begin met de corona was dat allemaal nog vrij safa. <laughs> ja. Maar dan begon uh, iedereen terug uh, te gaan werken. Hè, uit het huis terug. En dan uh, begon het al van, uh, richting. Ik ging dan in achter Turnhout. Uh, voor eind over de grens over. En vanaf Eersel begon de film al. Hè? Dan ben je toch anderhalf uur, een uur, drie kwartier. En dan s'avonds ook nog eens terug. Dus uh, op een gegeven moment uh, ja, ben je wel uh, moe mm. van dan in je nacht. Ja, maar als je een voetbaldier bent, dan komt dat, uit, dat gevoel. Gemist, dat gras. Hij is al bezig, hè. Vol ja. PR gewoon. Nee, maar... Al, kijk, ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Een kwartier. En ik voel eigenlijk alleen maar een, een hart en een passie voor voetbal. Tuurlijk. Dus jij keert sowieso terug op het ja, veld. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat, wel, dat voel ik. Uh, dat is absoluut de bedoeling. Alleen, en dat is wat ik zei toen uh, met, Gent, met Gent. Op een moment, uh, de eerste twee jaar bij Cirkel was, was alles fantastisch. Ja. En dan denk je... Dat dat allemaal eruit komt. Nee, dat kwam gewoon ook omdat we een goede ploeg hadden. En, en oké, okay, de manier van voetballen. Ja, de manier van voetballen is was... ja, degene waarvoor was... jullie bejubeld werden. Eigenlijk, ja, hè? absoluut. Ik ben ook iemand die altijd wil voetballen en, en ook heel veel nadruk legt uh, op uh, positiespelletjes, uh, uh, in twee keer raken, uh, uh, verticaal spel, cetera. Alleen op een gegeven moment. Vooral het tweede jaar hebben we dan op doelpunten zallen Wat nog altijd heel pijnlijk is, de play off 1 gemist toen. En Van Azenbroek sprong toen nog met één doelpunt meer gemaakt. Eindigden we zevende. En dat was uh, met 47 punten, denk ik. Dat was wel heel, uh, heel pijnlijk. Um, en dan, ja, dan begint het. Hè. Je hebt een aantal spelers die goed gepresteerd hebben. en Een beste voorbeeld was Ior Vitokele die ik eigenlijk het belofte van Gent was gaan halen. En, uh, Kopenhagen zat erachter en oké, okay, ze beginnen met geld te bieden. Uh, en Rudy, die ken je nog? Missen, die rechtsbuiten. Die, die, rechts buiten, die had ik ook uh, tweede klasse gehaald in Portugal. Uh, ook op een YouTube-film. ik zeg, poeh, <laughs> Dat is de man dat we moeten, echt. Maar die speelde, scoorde 14 of 15 doelpunten. Niemand kende die. Uh, dan uh, en die, die ging naar Rusland. Scouten. Sorry? Dan zijn we toch nog aan het scouten, toch? Niet enkel een YouTube-film. Nee, we hebben die ja, we hebben testen. wedstrijdbeelden. Ja. He, wedstrijdbeelden en is hij ook afgekomen en dan heeft hij. Maar, maar ik wou zeggen, niet. ik kan van Evert zo'n YouTube-filmpje maken ja, maar wat, wat denk, die, wat op dubbele die, snelheid zetten. Dat ja. ja. ken de, ken de trucjes. Wat die jongen kon, was, was echt een nee, ja, revelatie ja. in het begin. Heeft dat jaar denk ik ook als rechtsbuiten buiten 14 of 15 ja. keren gescoord. He. Maar die kon in Rusland. En wat doen ze? Ja, cirkel ja, als ze kunnen verkopen. En ik, dat ging uh. over, uh, ik denk dat dat bijna rond het miljoen was. Vitokele is, uh, denk ik, voor een miljoen of zo. Neem nemen ze voor 50.000 euro. Hoeveel dus man gaat dat opzoeken? Ja, ik denk, uh, maar ja, dat was een heel constructie uh, met Veto ah. Maar ik denk <laughs> dat Rudy, dat dat ook rond het miljoen was. En die gaat nog daar. Ja, die krijgt er. Ja, Rusland, die kreeg er een al aangeboden, die zijn familie mocht mee. Dus die familie dacht, ja, we nee, moeten no nooit nog werken. En die wordt afgekeurd op de medische keuring door zijn knie. Oeh. En die moest terugkomen. Maar ja, die jongen, die was uh, dus... kelen weg. Uh, Rudy, die, die, was mentaal, die was mentaal alles kwijt. En dan uh, Nuno Reyes uh, is dan ook uh, naar... Um... Was die niet geleend? Ja, ja, ja. Er waren vier dingen. Dat Neto, Reyes, oezo uh, die later ja, ja. nog bij... Uh, Spits. en Later Balde. En wie was die vierde? Had de Carvalho? Ru nee. nee. Carvalho? Carvalho, ja. ja. Ja, dat was ook een verhaal. Hè. Neto, Neto werd geleend en er stond in contract dat hij onder de winterstop altijd kon teruggeroepen worden. We speelden onze laatste wedstrijd op Genk. En we gingen uh, toen, want we hadden een samenwerkingsverband met... Um, Sport in Lissabon. We gingen onder de winterstop uh, als op stage naar Lissabon. En Neto werd teruggeroepen. Dus Neto was aan het trainen met de eerste ploeg van Lissabon. En ging ook spelen. En uh, we komen we eraan. En we zeggen: Ja, oké. Okay, en nu? En ze zeggen: Ja, we hebben hier nog geen lopen. Je zit in derde klasse. Je speelde bij een derde klasse ploeg. en zegt: Maar als je wilt, kan je wel eens een week meetrainen met jullie op stage. En dan zie je maar wat voor speler. Dus we laten die komen, die traint die in training mee. En ik bel nog, Ivan van Damme was toen nog de, de manager, de algemeen manager van cirkel. Ik zeg, Ivan, hoe nou, moeten die vastleggen? Ja, maar Bob, ik ja, heb toch niet... In de derde klasse. Ja, je die in training gezien, uh, pakt u een tijd. Ik zeg, Ivan, je moet die nu vastleggen, want die is beter dan Neto. En, ja, punt we hebben die bewezen direct, wel, we achteraf. Ja, dat is nu normaal, Amai. we hebben die direct uh, vastgelegd. En die jongen kon zo goed voetballen. Wat was alleen het probleem met, met, met Carvalho? was, Die hadden altijd in een soort commune geleefd. Hè. Die leefden daar. Met de jonge spelers van sporting. Op dat dat ja, was ja. altijd eten, slapen, trainen, hè. voetballen. Hè. Want die trainden dan overdag, twee, soms twee keren. En dan ging die twee keer met die ploeg trainen en daar speelden die mee. Dus ik kwam niet eens in Brugge. En ja, op een appartement. Dus. Eén keer trainen een en een dag vrij. Dan moet ik er geen vrij. tekening bij maken. Hè. <laughs> ja, Wout was het was? 18, 19 jaar. Hij was 19 ja. jaar en hier slaagde de wereld op zijn voeten. Dus in het begin waren die allemaal goed. En dan was er even een diepje En dan moest even zeggen: Oké, okay, jongens, we zullen toch wel wat moeten remmen nu. En uh, terug iets meer van de sport gaan leven. Maar ja. dat is ook logisch, de ja. jongens komen ineens in. in uh, ja. Ze moeten die fout maken om eraan te leren. Ja, ergens. Maar die... dat was één, één verhaal. Maar ik, moest, ja, ik mag je dat wel vertellen. dat was één verhaal. was Rudy en Carvalho hadden op ander lichtje gespeeld. En Ronaldo. Was ook nog bij Circo geweest. Die was terug naar Anderlicht, maar speelde niet. En we spelen op Anderlicht. En um, ja, we rijden met de bus terug. En op een gegeven moment, dag daarna, hadden we training. En s morgens vroeg, uh, Carvalho en Rudy zijn niet op training. En eerst komt een teammanager <laughs> Zonder om... iets te bellen of. Ja, zonder iets, ja. Ze ja. ja, waren gewoon niet aanwezig. En eerst komt een teammanager af, Ja, ja, ja is wel een probleem. We hebben telefoon gehad van iemand uh, en Rudy en Carvalho zijn tegen een auto gereden en hebben vluchtmisdrijf gepleegd. Ai. Allee, vluchtmisdrijf zijn vertrokken en hey, maar vluchtmisdrijf? Hadden wel, ja, maar uiteindelijk ja. zijn ah. ze dan nog wel teruggegaan maar oké, okay, dat werd dan zo gezegd. Maar die mensen hadden ook zo van, oké, okay, we willen gewoon weten hey, we, uh, dat dat allemaal geregeld wordt, dus maar die mannen natuurlijk wel, wel wat gedronken. Dus ik bel op een gegeven moment, ik zeg bellen, bellen, bellen. Hè. En tot een deur um, kregen ze Rudy op mijn telefoon. En Rudy zegt van. Uh, ja, je zei, Patrick Rotsars zei. Ja, dat je zei, wel tegen iemand tegenreden. Nee, 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 dus niks. Dus niks om een auto te <laughs> zeggen. Ik zeg tegen Patrick Rotsars: Ik laat die mannen naar hier komen laat een dokter komen en laat bloed pakken, want anders gaan ze zeggen, we hebben niet gedronken. Ik zeg, dan pakken we bloed en dan, hè, dan is dat toch uh, zeker. Dus ik denk, die mannen komen er om, of, om een uur of een uur aan. Moet je een auto, jongen Dat was zo'n Citroën van, van, van Sergio Die was weg, hè, van voren. En die wist dat dus niet, hè. Die zegt gewoon, nee, maar een auto is niks aan, die komt eraan. Die voorkant was gewoon helemaal weg, hè. Maar dan was hij toch nog dronken? De, een, van de twee, <laughs> een van de twee had, uh, had nog, uh, maar dat was niet de chauffeur trouwens, hè? maar die had nog uh, om één uur, en het was dan om half vijf of zo gebeurd, en uh, die, hadden toch, die had nog uh, 1, zoveel in zijn bloed. Oh, dus oh, ik denk man. dat die mannen op whisky of zo uh, God, waren uh, waar, weggegaan. Maar ik bedoel, dan hebben ze wel, um, ja, ik ze wel serieus onder hun voeten gegeven. Ja, ja. Zijn ze een heel week om, uh, denk ik, 7 uur op de club moeten zijn. Moesten ze al elke uh, morgen al twee uur fietsen. Dan gingen ze rechtstreeks. En dan... Uh, <laughs> ja, maar ik moet zeggen, daarna is de, hebben ze wel uh, niet meer. Nee, gedaan. Nee. Maar oké, okay. één, dat het uh, niet goed te keuren is dat, dat, uh, dat je drinkt als je met een auto rijdt. Maar zeker als sportman ja, moet je ook, uh, ook wel het goede voorbeeld geven. Maar die mannen wisten wel en sindsdien is dat echt wel... Uh, was hij echt wel binnen, binnen ja. de perken gebleven. Maar dat is het verhaal over Calvalio, dat die jongen enorm veel talent heeft. En, maar heeft er even een periode gehad waar hij een balans moest zoeken. Hè? Van tussen de, ja, ineens die vrijheid en de structuur, daar had hij wel een probleem. Maar ja, die ploeg van, van Cercle toen was wel een alleen totaal andere manier uh, als trainer om in te stappen. Als je, als je nu je gaat nu naar top Os, bijvoorbeeld, of je zou nu bij een degradatiekandidaat in België moeten instappen, het cerkel van toen, daar zat wel al iets in. Daar was al iets neergezet, dat draaide ja, ja, wel. Daar hadden goede spelers. Dat, dat is wel... was van Glende de Boek, dat je overnam. Ja. ja, je, ja. Neem, je neemt dus. eigenlijk... Dat was top 8, top 10, zeker, ja. hè, die ja. ploeg. Ja. Dat, denk ja. ik. Maar dat was wel al wel weg, hè? Ja, dat, dat was de een... van de ploeg met... Ja, dat was ah, niet niets, meer niets, de Sutter, de, de Smet, de hè? Sme. Ja, Vossen is toen vertrokken, want je had toen een jaar daar gespeeld. De Sutter was uh, inderdaad weg en daarom hebben we, Ozu, hebben we ja. toen gehaald. Maar toen was er een samenwerking. We zijn Neto, Wozu en Reyes. Dat waren de eerste drie. Maar ja. dat, dat is ik daar straks zei. Zo'n club, dat, dat snap ik dat je daar super uh, nu allee, veel goesting voor zou hebben om daarin in te stappen. Maar zo'n club gaat nu misschien niet komen naar u. Nee. Maar dat was ook de filosofie toen van Circle. Hè, dat die jonge trainers uh, een, een, een kans gaven. Hè, dus na, na Glenn de Boek. Maar dat is wat ik daar straks ook zei. Hè. In het begin, de eerste twee jaar, en dan denk je van. De manier van voetballen, oké, okay, denk ik, was ook anders dan, dan onder Glenn. Ik, ik speelde meer dus een beetje een mix tussen. In aanvallend Sorry, opzicht was dat de Nederlandse ja. filosofie. In verdediging was dat vanuit Engeland. Hè. Was dat echt fysiek, in het duel, in, in, in contact, in de 16 meter, simpel dingen. Maar het was ook de kwaliteit. En dat is vaak wat mensen vergeten. Hè. Dat is wat Guardiola ook zegt. Hè. Ja, zet mij bij een ploeg. Nee, zou het uh, niet lukken bij een slechte Jawel, voetbal. dat gaat wel lukken, maar die gaat nooit dat resultaat kunnen halen. Nee, die zou ey, geen kampioen ey, kunnen worden. Als, nee. als je meer dan een miljard uh, investeert om de Champions League te winnen en het is nog altijd niet gelukt, dat is ook de charme van het voetbal, hè? want anders uh, zou het geld altijd winnen. Maar het heeft veel meer kwaliteit te maken, je mag een heel goede filosofie hebben. Uh, Mazou, is hij nu niet slecht een slechte trainer? man. <laughs> Pas. <laughs> nee, maar dat bedoel ik denk nee, nee, het zeker dat is niet. Ik een, dat hij een kleine trainer. Nee, maar die heeft nee, twee jaar. Is... Echt, in die MB ook die mannen die hadden een ploeg die liepen. Uh, tuurlijk. We oh, die, die, kregen was kletsen. Een, was een andere selectie? Nee, ik denk dat dat gewoon een stuk ook te maken heeft met. met, met, met de... Ik heb vorige week Union Braga gedaan. Als maar je het ziet. is. Die. die, die, die ja, de grim. De wil. De goesting. De. Ja. de in, in Engeland zegt het een desire. Ja. En dat, dat mis ik. Bij Union bij zijn dat allemaal nog jongens die de mouwen opstropen en die er 100 procent voor gaan. Mm. En je hebt twee maar goede spitsen. Wat denk je dat Gera het gewoon ook al belangrijk was? De voorbijste? Ja, maar... Ja, ook. Maar en bijvoorbeeld ja ook. zet die Elf van Union in een ander legtruiken in het Lottopark... Ik weet niet of ze hetzelfde resultaat zouden halen. Heeft ook meer impact van supporters ja, Kunnen we dat regelen, alsjeblieft? <laughs> nee, maar. Nee, maar ja. Heeft ook meer impact van supporters te ja, maken. Het gewicht van de club is nee, toch nee, veel duidelijk. Van de week in jong Braga... Je we wel, wel wordt... iets zeggen, die van echt tegen Bruggen ook weer echt superhard supporteren. Hè? Na de match ja, maar... zijn er pas mensen die een beetje ja, maar het reageren. Van jongen, is gaan het gewicht is van sam. de club is veel groter. Ja. Hè? En de bij Union gaan kijken, van de week op Leuven. Ja, ja fantastisch. Het wordt 1-3. Die beginnen nog harder te zingen en die ja. beginnen hun ploeg naar voren te sturen. En die, ja, wel, maar en, en die zeggen, geven die zo'n een boost. En ja, als je dat bij ander hebt, fluit, dus, uh, De sfeer op ander is, is, is raar om te zeggen, maar veel beter dan vier jaar geleden bijvoorbeeld. Als Brugge scoort, begonnen die net allemaal te zingen van. Kom aan je moves. Maar of, mentaal is de druk daar veel groter. Nou je doet de krant open ja. en het is voorpagina en zo. Dat is, dat is helemaal anders, dat snap ik maar ook. Dat, die impact moet ook niet onderschatten bij spelers, yes. ja. he, want spelers doen hun stoer benauw. voor, he. Ik zal u zeggen, veel spelers doen hun stoer ja. voor. Ik denk Trainer, ook allemaal als ze Trainers zijn, ook en ze lezen het allemaal niet ja. en zoren het allemaal niet. Geloof me, ze hebben alles gelezen, ze hebben alles gehoord. en er zijn er heel veel die met kaka in hun broek op velds. Dat denk ik ook. He. Nee, maar dat, dat, <laughs> nee, maar dat, dat is zo simpel, maar ja, logisch is, hè. Ja, en logisch. mensen redeneren, mensen redeneren, ja, maar dat word je goed verbetaald. Jammer. Ja, nee, het is daar. niet omdat je goed betaald wordt op dat, dat, dat veld, je nu kop, dat je nu kop goed zit. Ik bedoel, de druk is is gewoon, nee. is gewoon helemaal anders. En ook bij Madzo. Je ziet Madzo is... Hoe lang is hem nu trainer? Ze pak grijzer al precies. Oh, Die is tien jaar zitterend. ouder geworden op vier ja. maanden. Op vier man. Normaal is, is Maddox okay. ook veel tegen hem gespeeld. Oké. Okay. Tijdens de wedstrijd vind ik hem soms. Uh, no, no, Oké. Okay. Hij op, doet op, alles voor te, voor te winnen en, en elke beslissing. En maar dat kunde hij hey, ook, kun ook wel. Jawel, beetje, maar ik bedoel, daarom dat ik zeg, soms op het veld en zoiets, ik ben ook zo. Hè. Tijdens uh, de wedstrijd of voor de wedstrijd kan ik ook niet, niet vriendelijk zijn, want dan zit ik met een focus en dan zou ik ook het liefste van allem op zijn gezicht slagen om die wedstrijd te winnen. <laughs> ja, nee, dat is gewoon zo. Ja, ja ik, zo, zo, ik snap u, nee, nee, maar. Alles op Nee, maar zo zit ik ook in Elkaar. maar als je die buiten het veld ziet, dat is een heel amabile mens die je die enorm charmant overkomt. Maar als je nu al ziet in interviews, daar hebben mensen van van Playsports, ik denk dat Bart Raas was toen hij terug voor Playsports ging, uh, ging werken, dat hem zei van ja, je zit zo zo nors, je zit zo verbitterd. En dan ben ik beelden gaan terugkijken zei van mezelf. Dat? Ja, die zeiden dat. Als trainer wel nog. Ja ik, ja, ik was toen net tussen uh, Westerlo en dat ik terug heb overgepakt bij Westerlo, ben ik terug begonnen. En toen Sports Late Night en zo gedaan. En dan ben ik uiteindelijk in december terug begonnen. En, en Mark Uytroepen zei dat ook. Het is wel hard dat ze dat zeggen, Maar dus wel als analist, nog Ja, ja. Als trainer, nee, 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 als nee. trainer. Hè. Ah, ja. Dus ze ja. zeiden van, ik, ik, ik ben toen terug bij Play Sports hè, aan het werk gegaan. En toen zeiden ze van, ja, maar de Bob Peters van nu... Hoe dat je nu interviews heeft gegeven, hoe dat hij, hè, Ik had er dan nog een, een, paar, keer, een paar keer ook in Exatam geklast met Jan Mulder. En zeg, ja, dat is niet het soort tv dat we willen maken. Dus je ziet er in zijn noord, je ziet verbitterd. En ik ben beelden om terugkijken. En dat was ook, dat ik dacht van, wow. Dat is wat die job dat, met u doet. Ja. ja. Dat je jezelf niet meer herkende ook. Nee. Maar het was goed dat ze me wakker maakten. Het was inderdaad hard, hè? want ik zat daar ja. en ik dacht: van, Oké, okay, we gaan een gesprek hebben, hoe we het allemaal <laughs> ja. gaan invullen. En die zei: van, Ja, maar die manier uh, willen we met jullie meer werken, want je bent verbitterd, je bent nors. Dat is mooi, toen dat dacht ze dat ik van: wel. Toen dacht ik: Ja, maar je moet er ook iets mee doen. En toen heb, ik, toen heb ik uh, voor mezelf ook die, die knop omgedraaid. En, en, maar ik snap wel. Wat, uh, uh. Het vreet aan u, hè? Je moet zelf eigenlijk eens in die, die kleedkamer uh, zitten als coach. Mm. En je hebt het gevoel, elke nederlaag, dat dat uw dat dat u, uh, fout is. Mm -hmm. Van de week, Schreuder, zo'n rustige mens. Ik weet niet of je het interview hebt gezien. Die ging okay. daar even vol En die had man. al 7-1 gewonnen. Hè? Ja. Die had 7-1 gewonnen. Ja. En die, in die, Valentijn, die, Valentijn, die Valentijn Dries, ja, en die zo. heeft natuurlijk regelmatig wel eens dingen. Maar die, hey, ja. die ging serieus... Uh, Echt? Ja, maar die had, had dat gelijk. gewicht. Je zag hem gewoon zo trillen. Je hebt niet en zo. Het gewicht op die man zijn schouders. Ja, maar ik moest wel, er wel hij zegt, af. Maar goed. Ja, moest eraf. Ja. Maar hij had, wel, hij had ja, gelijk, het gelijk. He. Hij, het hij zegt ook, als je, denkt, als je het in drie maanden kan oplossen, pakt u een trainersdiploma en begint. <laughs> Want dat, dat is, het, is het moeilijke ja, van, ja, van ja, de job. Ja. Maar wat ik zeg over Matsu, kan toch niet ineens op drie maanden een slechte trainer zijn? Of kan ineens dat systeem niet meer werken? Hij heeft er twee jaar succesvol mee geweest. Nee, maar het systeem werkt door de spelers wel, de combinatie van de twee. De combinatie van, ja. heb je de spelers van het systeem, je, hoe, ja. hoeveel tijd heeft het nodig om het in te slijpen? Dat zijn meer dingen natuurlijk. Ja. Maar wilt ja. je, je, je... Je bent nog maar mag ik, gereden... Mag ik heb een van... vraag, ja, vraag zeker, zelf, sorry. Maar, <laughs> maar dat is, dat is onderman, de onder man van Anderlecht. Is, als het bestuur Matsu haalt vanwege een 3-5-2, dan ja. kun je toch niet zeggen, nou twee man en ik kom 4-3-3 spelen. Ze halen nu toch... Met een bepaalde manier van spelen, omdat ze denken dat je met dat systeem succesvol gaat. Ik denk worden. ook dat ze hebben ingekocht voor dat systeem. Dus, maar ja, oké, okay, Bob, op een gegeven moment moet het dan wel beter beginnen gaan. We zullen nu zien, uh, het is de resultaten nu, denk ik, we zullen zien, misschien begint het ook nu beter te gaan. Maar op een gegeven moment beter gaan, of moet je het wel aanpassen, dan is het ook maar stom om eraan vast te houden. Je kunt fouten maken deze zomer ook. Gaat het dan een heel jaar volhouden? Heb jij nooit van het systeem veranderd in een seizoen? Jawel, ja. absoluut. Maar. Als je twee jaar echt succesvol bent en je speelt twee jaar los, eh, los kampioen, want sorry, vorig, vorig jaar was ze voor mij ook kampioen gespeeld, als je tien punten losdaat, in elke competitie, in in elke je competitie uh, ter wereld uh, zit ik kampioen. Alleen in België, daar, daar kan dat. Um, en ik weet dat de supporters van Brugge me dan niet in Dank afnemen, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Dan vind ik ook dat het goed is om aan die filosofie uh, vast te houden. Klopt loopt ook niet, die, die verandert toch ook niet ineens in zijn systeem. Nee, maar wil je dat zeggen als hij naar een andere ploeg gaat, dat hij copy-paste gaat doen meteen al van wat hij toen op het einde met Liverpool deed? Dat denk ik wel. Ja? Dat is toch een visie? Als ja, je... maar je kunt... Ja. De... Als je een spelersgroep ziet, kun je zeggen, oei, ja. dat is nog niet de spelersgroep waar ik naartoe wil werken ja. om dat systeem te spelen en langzaamaan, maar goed... Dat komt de, ik snap ook wel wat je bedoelt. Maar... Bij klop ziet je wat je daarnet zegt. Van de, de kwaliteit van, van de spelersgroep bij Liverpool is even wat minder. En je ziet bij hem persoonlijk ook wel ineens de stress toenemen. Hij begint alleen nog gekkere dingen te doen. Hij krijgt die rode kaart. Dus je ziet die trainers. Allee, je, je wilt zo graag terug trainer worden. Maar eigenlijk ziet je alles te zeggen om te zeggen: het is een dikke kutjob. Toch? Haar, het is je toch jezelf? heel hard? Het, het, nee, het is het geen kutjob. want is... ik doe dat heel graag. Ik zou graag op het veld. En ik, ik zou. Uh... Nu niet morgen, maar op korte termijn eventueel wel. Maar terug de druk, wel terug de terug. stress. Ja, afhankelijkheid daar, van een bal tegen de paal. Een je penalty niet gekregen. adrenaline wel een stukje. Uh, de supporters door, die ik... je uitfluiten. Je hebt het uh, ook al als, heel je leven. Ja, dat is toch zwaar? Ja, als voetballer, je hebt ja. dat heel je leven winnen, verliezen. Ik snap wel dat je daar, dat een verslaving is ook. De adrenaline van de match zelf begrijp ja. ik. Maar alles wat er rondkomt... Ja, ja, hoort erbij. Het is... Het is, het is ja. Ja. Want, Want het is, ik denk niet dat een is uh, geen G2 gemakkelijke job. Het ja. is geen gemakkelijke job. En het, het is wat gezegd. het hangt soms af van een bal binnenkant paal of een bal uh, uh, ja. er, er wel net in. Of een scheidsrechter die, uh, hè, zoals van de week een bal, wel of niet achter de lijn daar... Maar daar, en daar, hij, zit, daar jij wordt uitgefloten, en jij wordt al dan niet ontslagen. Terwijl, je zit daar ook van... Zeg, dat is het risico van het vak. Dus je, hebt, je hebt maar drie mogelijkheden. Hè? Als je tekent ofwel uh, wordt ontslagen... Ofwel loopt uw contract af, ofwel gaat er zelf weg. Ik ben één keer zelf weggegaan, daar hebben ze zeven maanden over en dan hebben ze vier jaar kwaad geweest bij... Was dat, dat bij ja. Maar ze hebben wel elk jaar drie nieuwe trainers. Ja. Ja, zo werkt het. Ja. Ja, maar, maar je vindt je vindt je dat gaan... normaal. Nee, 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 daar geef ik u volledig uh, nee. gelijk. Daar ja. geef ik u volledig gelijk ja, dat een ook. trainer zelf ook mag vertrekken, tuurlijk. Ja. Maar ik heb ook het gevoel, een T2, dat zit niet in u, hè. Of ben ik mis? <tus> Dat had in mij gezeten... Eigenlijk was het, was het traject dat ik uh, bij Agent was ik dan trainer en, en... Zeer succesvol. succesvol. Ja, en een stuk uh, 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 assistent van Prudom. En normaal ging ik met Prudhomme meegaan naar Twente. Maar ah, wel, ik had dat gelezen en ik vond dat heel raar dat je dat niet gedaan had. Ja, want er was heel veel gebeurd er op een uh, paar dagen. was eigenlijk... Anderlecht had me eerst gebeld. Ik heb een gesprek gehad met Van Holsbeek toen nog en Kindermans om beloftentrainer te worden, ik denk dat toen Johan Wallem was gestopt ja. uh, Geert Emmerich en... werd het ja uiteindelijk, ja. Ja. maar ze hadden eerst Olivier Dol gevraagd om het te doen en had drie okay. weken bedenktijd, dus ik heb een gesprek uh, en ze zeggen tegen mij, kijk als Dol het niet doet, willen we u als uh, Ariel Jacobs was trainer, als ja. uh, assistent, uh, of beloftentrainer en spitsentrainer ik had gelezen ook dat vooral Ariel Jacobs was die was van de Ja, dat weet dat ik niet. Ik heb een gesprek gehad toen met, met Van Osbeek en Kindermaars. En zeiden ze tegen mij: Oké, okay, uh, uh, binnen drie weken hebben we een antwoord van Dol. Als hij het niet doet, dan uh, word jij trainer van de belofte. En dat zag ik wel zitten, zo geleidelijk kan. En dan ook met Ariel, wat lopen ook bij, bij de spitsen, bij de eerste ploeg. Ik heb met Ariel altijd een, een goede band gehad. Dus drie weken later, ik zat in Spanje, ik krijg het telefoon van Jean Kindermans en die zei van. Uh, Olivier Do gaat het niet doen, maar onze voorzitter heeft, liemand, heeft liever iemand met een ander licht verleden, wat ook logisch is. Uh, hè, want dat was een beetje. gepast niet bij de clubcultuur. Dat was toen op dat een moment, beetje ja. uh, de clubcultuur. Het uh, is dus de beste maar, man op de beste plaats, toch eigenlijk? Maar goed. Ja. Maar toen hebben ze ook gezegd: van, uh, toen zei jean maar, maar wacht even, hè, we gaan er uh, deze week rustig over spreken, ze moesten nog een meeting hebben. Ik heb toen gezegd: nee. O, en nee. toen schrok hem en ik zeg: ja. ja, nee, als je tegen mij zegt drie weken, uh, als Dol het niet doet, dan word jij. Het zeg ja, dan moet je niet meer bellen, dan blijf ik bij Gent. Dus, en toen had je al gezegd tegen Twente en Prudhomme. Nee, dus dat lag ook nog op tafel. Vijf minuten later, okay. echt hè, vijf minuten later, telefoon Michel Prudhomme. En die zegt: ja, die moest toen nog kiezen tussen als Shabab, is hem later nog toegevoegd. Ja, ja, die speelde toen toe toe ook gaan. al in de picture en Twente. En die zegt tegen mij: ja, uh, als ik naar Twente zou gaan, zou je dan uh, mee willen gaan als assistent. Die waren net kampioen geworden. Uh, nee, dat was het jaar daar na Predom. Ja, je nog de gehad, en dan met McLaren ze kampioenschap. Want met Predom hebben ze een beker gewonnen. En de ja. laatste wedstrijd konden dus ze ook nog kampioen spelen ja. tegen Ajax. Ja, en het jaar daarna is McLaren gekomen na Prudhomme en die is kampioenspel. Klopt het niet? Ja, dat klopt. Het Zo het klopt niet. het. Ja, ja, McLaren komt na Prudhomme. We beginnen Googleman, die daarop zoekt. Maar waarom ja, zeg ja. De neus, dus zegt de nee? Dus Prudhomme zegt: wilde jij eventueel mee? Want Manu Ferreira had geen papieren om in Nederland te <laughs> dat weer. Ik zeg, Michel, ja, wanneer moet hij dat weten? Ja, uh, gisteren, <laughs> ja, Ik, Twente. Van Pilderbos naar ja, Twente. Dat is verhuizen. Ik, ik, ik moet wel, ja. uh, ik, wil daar, ik, ik wil dat eventueel wel doen, maar ik moet wel zorgen dat ik een aantal momenten heb dat ik, dat ik toch eens naar huis kan komen. Ja, maar dat is geen probleem. Je weet hoe dat ik werk. En ik zeg, ja, daarom. Want Prudhomme lange dagen maakt. Ik zeg, ik heb er geen probleem mee. hoe moet, ik werk, ja. Maar ik moet wel, wel uh, toch uh, één of twee dagen hebben dat ik eens, uh, dat ik eens kan pillen, Dat ik mijn familie kan zien. Um, ja, maar dat is geen probleem. Uh, we spreken. Ik kwam maandagavond uh, naar huis. We spreken maandagavond wel voilà, uh, Dinsdag wel voilà, af. En dan gaan we erover spreken. Ik zeg, oké, okay, geen enkel probleem. Goed. Dag erna. Zaterdag was dat. 12 uur telefoon, Nico Vazel. Zeg, cirkel Brugge, uh, wil je eventueel als T1 zien dat zit? Ik zeg, jammer, Nico. Dat was een goede week voor het uh, <laughs> Jammer, dat was echt ander licht. niet licht. In, in, in Prud'homme was, was op vijf minuten en dan, dan dacht ik, ja, Nico, ik heb eigenlijk gisteren voor een groot deel. Ik zeg, maar ja, Prud'homme moet zelf nog beslissen dat ik meeging, uh, nog 20. Ja, maar ja, als je moet kiezen, wat zou je dan doen? T1 door? of T2. Ik zeg ja. ja, dan zou ik eventueel wel uh, bij cirkel omdat ik wist dat ze dat was daar een ideale, kans kregen. Ideale parcours ja. om erin te stappen. Dus ik heb dan, uh, ik heb dan gebeld. Zeg ja, Michel, wat moet ik nu doen? En Michel zei ja, Bob, als je die kans krijgt, moet je dat doen. Dat is wel Zegt, mooi. Uh, ja, wel, Maar ik moest wel open kaart. Want die had eigenlijk een stuk tegen Michel gezegd, niet, niet gezegd dat ik het ging doen, maar dat ik met hem wilde praten. En toen heb ik dat gezegd en zei Bob, dan moet je niet twijfelen. Dan wens ik je heel veel succes. Maar Ja. Toen, toen was ik het nog niet toen moest ik nog gaan praten met Schotten en, en, en <laughs> uiteindelijk uh, ben ik dan trainen. maar dat was eigenlijk de vraag <laughs> Is, <laughs> misschien had ik daar uh, zoals Clement uh, een, een traject moeten kunnen doen iets langer een jaar of twee week. assistent onder ja. een, een, een goede coach om dan, uh, ik dacht, een dacht een dat je de... geweigerd had en dan pas cerkel kwam, want als, als ik dit hoor vind ik eigenlijk wel dat je de juiste keuze gemaakt hebt ja, ik dacht ja, maar, dat je echt nee had gezegd en dat dan cercle kwam. Is, nee, 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 voilà. nee. De vraag altijd bij t 1 is: uh, kon ervan uitgaan dat het later nog eens ging komen, die kans. Dat weet je nooit, hè. Er zijn nee, zo weinig als, posities. Als om, ik reflecteer, de denk ik van had ik dat misschien beter gedaan? Maar ja, het zou gelden. Hadden dan twee jaar assistent en hadden misschien hetzelfde parcours. En bij Cercle heb je een supergoeie tijd gehad. Ja. Daar hadden, ja, dat ja. ging goed. Vooral de eerste twee jaar en dan door een stuk de kwaliteit en... Het ver, we hadden de lat vrij hoog gelegd en we hadden dan wat ouder mannen Smolders, uh, Stef gehaald en ze dachten het bestuur dacht, nu gaan we echt meedoen voor, voor de top 6, terwijl dat eigenlijk een uitzonderlijk jaar was dus niet iedereen uh, op de toppen van zijn tenen liep en de Jatsjoeks uh, evens, et cetera liepen een beetje op, uh, op het einde van, van, van hun carrière waardoor ja, dat we een dramatische start pakken en, en uh, er paniek was hmm. Nou, we zeiden daar net een beetje onherpiedig, Googleman. Het is eigenlijk de potfather natuurlijk. Hier. Ja. Dennis het welkom. Ik uh, geef zo. u welkom. Uh, meer dan 40 minuten. goedendag Je hebt dus al een paar gij... dingen opgezocht. Ja, gaat gelijk. gelijk. Het was inderdaad het jaar na de titel dat Predom oh je, maar... is, uh, naar Twente is gegaan. Maar ik even zeggen: Winkelmans is de laatste tijd slaag aan het krijgen van mij. Ja. Ja. Uh, ik steek het op de verdoving van de <laughs> Dus ik had ja. kampioen gespeeld. Dan is mijn vertrokken naar Wolfsburg. Heeft Predom overgenomen. Zij zijn ze tweede geworden in de competitie. En, en hebben ze de beker gemaakt. Op de laatste speel dan, tegen Ajax. Want dat ze wonnen tegen Ajax een beker. En ik denk, als ze gelijk spelen, de laatste wedstrijd op Ajax, spelen ze terugkampioen En ze verliezen. Over die laatste wedstrijd... Ik weet, weet dat Shadley toen naar daar is gegaan. Ja. Wie, wie je keeper was? Sorry? Je wou ook weten wie de keeper was toen, de laatste match bij Westerlo? Daar was je even over aan het twijfelen daar, straks. We, we, De De laatste... De laatste match? Dat jullie erin zijn gebleven? De keeper van Brugge tegen Leuven. Ja, dat was BMB, maar we het? Ik dacht je bedoelde eigenlijk de keeper. Uw eigen keeper, dat je daar aan twijfelde. De keeper van Brugge. Die moet ik even opzoeken. verkeerd die laatste wedstrijd, de vaste keeper. Oeh, man. Goeie Uw vaste keeper was het niet, inderdaad? Nee, nee, nee. Het was. Koen van Langendonk is een dag voor de wedstrijd tegen Wasson Bevers en Enkel gaan en Christophe van Hout heeft gekiept. Klopt. kijk. Maar die. Uh, een keeper van Brugge, Leticia. Nee, Weet met een B, welke... B, B. Met een B. Botina. Nee, dat kan niet. Boutina was vroeger. Ja, ja? Nou, daar hebben we de. Butel? Ja, ah, ja. Butel was. Het. Ja. Oh, kijk. Voilà. Die, die, is die, is... Echt... die is goed gemaakt. nu. Maar echt letterlijk Bedankt, in een blessurentijd, een bal. En wij stonden ermee al, supporters, alles op veld. En we dachten dat we erin bleven hetzelfde geld uh, ja. degraderen. Hmm. Okay. Uh, no, ik had nog één ding eens opgezocht, ik vond het een toffe vraag, aangezien uh, even terug is, het, uh, de, de encyclopedie van MitMit, Mit. top os, waar staat top voor? Nou, <laughs> ah, dat weet ik ook. Top? Top Fuck. ja, het, is een, het was in Nederland heel vaak een afkorting hè? Ja. Jij zit, Wacht hè? Jij ja, ik weet het, ik heb er ja. gewerkt Trots op, nee, ja? trots nee, onze, ja. trots op podcast <laughs> Nee, nee. Kan ik het raden? Nee, Bob zegt het, ja, je weet het. Tot ons plezier. Oh, leuk. Mooi, hè? Dat vind ik leuk. Maar in Nederland is dat fantastisch, dat is, hè? En daarvoor was het eigenlijk KMD-OS. En dat stond voor klein maar dapper. Ja. En dat en dan wat ik eigenlijk nog, weten, nog eigenlijk. beter vind. Hij heeft een tijd FC-OS ja. geweest. En hij is Peter Bijvels, uh, Als Die kwam van Den Bos, wat heel gevoelig ligt. Hè, werd toen technisch directeur bij FC-OS. En de supporters zeiden: als je terug tot ons plezier Os van kunt maken, krijg je een standbeeld. Hij heeft dat gedaan, maar nooit de stambule. <laughs> Nog niet. Nee, nee. Het kan hey, komen. In ik kan ook zwegen, hij zit met de Trouwens, het is helemaal anders, maar je zit deze week ook in de zes. In het ja. nieuwe programma op Play Sports. was ons gevraagd om daar reclame voor te maken. Evert, jij hebt de eerste aflevering gezien. Ja. Wat mogen de mensen verwachten? Ik heb dat zelfs gezien in het ziekenhuis. Ja, hebben ze daar was... play sport uh, uh, op ja. de computer yellow play hadden ze en je kunt dat opvragen via de TVT. maar dat er de zes ik, <laughs> ik vond het eigenlijk wel leuk echt waar ik vond het leuk het is, het is eigenlijk Bart Raas en vijf ex voetballers en die vijf ex voetballers die babbelen gewoon tegen elkaar over verschillende dingen die ze hebben meegemaakt in hun carrière maar gewoon het feit dat ze bij elkaar zitten steken ze elkaar aan om eigenlijk een stap verder te gaan dan dat ze normaal zouden doen Dus <laughs> het, het is een, een beetje studen. eigenlijk zoals dat heel vaak gebeurt op de in de vergaderzaal ja. bij onze PlaySports, uh, als de analisten samen zijn, dan wordt daar luid en veel gebabbeld en dan komen er veel verhalen naar buiten. En nu hebben ze daar eigenlijk gewoon in een programma omgezet: van de verhalen die jullie normaal tegen elkaar vertellen in de vergaderzaal, maar, zijn nu vaak... opgenomen. En ik moet zijn zeggen, heel gelijk veel verteld. Ja, heel veel ik schrok ervan, want meestal er van. ben je toch wel wat ja. voorzichtig en er kwamen echt wel verhalen naar buiten dat ik dacht van oh, ja, oké okay. dat, dat had ik niet verwacht dat ze dat gingen vertellen. Ja. Ik vraag me dan ook af zijn er veel gelijkenissen in de verhalen van de verschillende spelers? Eigenlijk wel. Maken jullie veel dezelfde dingen mee of is dat toch heel uiteenlopend? Toch veel. Het, ja, het gaat ook een stuk over hoe is het voetbal geëvolueerd. Hè? Van, van ja. Hoe is het voetbal nu? Hoe was het, hoe was het vroeger? Ja, met alle respect, dat het vroeger gezelliger was, lijkt me duidelijk. Omdat het ook een andere manier van, van, van trainen. Je had geen sociale media-druk. Ratja kon nog roken op de hè? bank toen? Ja, ja, tuurlijk. De, 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 de trainers rookten nog op de bank gewoon. Hè? Dat was ook zo. Hè? Als ik in mijn beginperiode, Ratja hangt nog, nog achter van, van Telefusion. In 92, en je, je scoorde een wereldgoal, en het was niet tegen Anderlecht, Standaard of Brugge, was het niet op, uh, was niet op beeld. Hè? Dus we begonnen <laughs> een wedstrijd altijd kijken. In is dat nog altijd zo, dat, dat bakje dat er... Staat, staat er iemand? Ja, ja, ja. en dan was altijd, is de tv er of niet? <laughs> en dat, dus het voetbal is zo geëvolueerd. Maar die verhalen van vroeger, is, ja, dat, dat, dat zou nu alleen misschien in lagere afdelingen nog maar kunnen. Hè? Ja. Maar het is zeker wel... Ik vond het heel leuk om het... Uh, maar jij zit dus deze week in, in de tweede aflevering. Ik zit uh, aflevering 2, 3 en 4, denk ik. Oh, Lasse. Een hele ja. reeks. de ster van de show. Ja. Nee, maar het ja, is een altijd andere thema. Maar het is wel ja, het is een beetje vergelijkbaar met hier, waar dat je ja, echt wel kunt je kunt ding vertellen. Terwijl op tv is het heel vaak eh, toch wat afgeleider, minder tijd. En daar worden er verhalen. En het is ook wel eens leuk om, om zo verhalen van. Uh, andere spelers die dan bij andere clubs uh, dingen hebben meegemaakt om dat eigenlijk te horen. Ja, ja en die carrières die lopen toch altijd uh, meer doorheen dan dat je op voorhand hebt. Daar verschiet ik dat altijd waar. van. Waar dat jullie elkaar zijn tegengekomen op het veld, in een kleedkamer. Ik heb die nog weten debuteren ja. en ik dacht dat is een generatieverschil. Ja. Ja, het is ook, ook uh, een, een mengeling van generaties. Want nu zat uh, Tom de Sutter erbij, maar ook nog CC verens. Dus het zat, zat redelijk ver uiteen. Dat vind ik wel tof. Ja. Oké, okay, voilà. Dus en... dit weekend met Bob. Moet ik het opvallendste andere, verhaal van de eerste aflevering gaan we hier toch nog eens brengen? Want Bob was, moet daar getuigen van ja, nu? Ja, ja, ja. Doe nu maar al. Nee, maar ik doe, mag ik het nu doen? Nee, het ging over uh, het befaamde kampioenenjaar van Lierse. En uh, op de voorlaatste speeldag, denk ik, moest, Antwerp, moest Club Brugge, de grote andere titelfavoriet, naar Antwerpen En Erik van Meer biechtte daarop dat die, dat die match uh, misschien wel wat aanmoedigingspremies van Lier richting Antwerpen zijn geduwd. Zo is het niet gegaan, hè? Nee? Ze was niet sinds en ze zei... En Erik heeft ons omgepakt. Ah, ja, zo was het. ja, ja. ja <laughs> dus okay, Maar hij ontkende, hij, <laughs> hij ontkende het niet. Ja, ik ben, ik ben aan het wachten. Ja. Ja. Ja, nee, wij ja, zijn ja, het niet wachten. Het is eigenlijk een, heel, een, een, een redelijk uh, verhaal. Wel een leuk verhaal. We hadden dus... De uh, derde laatste wedstrijd moesten we naar sint We krijgen er een pak. Dus ik denk 4-2. En we worden er eigenlijk uh, echt op het oud staaien, Waar de tribunes nog... Uh, Oh, werden we van het kasken op de muur gespeeld. Club Brugge wint de derby tegen Cirkel. dus we staan één punt achter. En wij moeten thuis tegen Genk. Ja. En uh, Antwerpen speelt thuis tegen Club Brugge. Ah, wij, hadden, zo het... wij hadden vrijdags gespeeld en Club speelde zondags tegen Cirkel. dus wij wisten wij waren verloren tegen Sint-Ruiden, maar we, we hoopten nog altijd in een derby. Ja, het kan altijd. Uh, um, en ik weet nog dat Erik van Meer, wij trokken heel vaak op, we waren ook roommates uh, uh, bij liers als we op stage zingen, whatever. En Erik had met wat vrienden uh, het idee om naar de Las Magnas te gaan eten, om even alles achter te laten. Dat bij Carol Ja, dat was, op een, <lacht> <lacht> dat was op, een, op een zaterdag. Dus wij gingen er naartoe, dat, dat was een avond niet normaal. Uh, <laughs> Uh, Erik is er redelijk straf in de sangria gevlogen, Ik kan u aanraden. Het is geen aanrader. Ik heb toen denk ik gewoon wijn gedronken. Dus op een gegeven moment um, <laughs> moesten we gaan afrekenen, maar de Erik was op 2C je zat er al wel een hele tijd. Maar die had de pot, die had het geld in zijn zak. Dus veel een gegeven heb ik de Erik daar van 2C, de details ik u besparen, want het uh, licht beschonken toestand, laten we het zo zeggen. En de Erik is aan iemand, ja, ja, we gaan nog iets drinken. En dan zijn we naar. Um, een doorzetter om de. Lekker. blijven oh, gaan. Om de Bischoppen of Offline. We, daarna is dat dan nog de Planet Hollywood geworden. Was dat toen een bibloos of noemde nee, dat nee. Een bozehal. Planet... Ja, of dat, dat café. Ja, de, ik denk de, de Grenadier. Die nou weet ik niet. Planet Hollywood of er, ik weet niet meer wat noemde. dat noemde. Dus gingen nog, we gingen nog iets drinken. En Sisse uh, Severijs en ik denk Rudy Smits zitten daar. Maar ja, zij speelden tegen Brugge. Dus ja, dan Erik en, en ik van, hey, je moet wel. En die mannen zeggen, die komen niet winnen op de bozehal. En wij zeggen, oké, okay, als ze niet winnen, dan... Uh, Geven wij twee vaten. En uiteindelijk uh, is de rest uh, historie. Okay. Uh, Staf wel dat de van dat dan nog weet. <laughs> ja, verhaal. Ja. Die, die weet dat nog, ja. Die moet er goed tegen zijn. En je hebt de dan. twee vaten ook wel gegeven. We hebben die twee vaten gegeven. Maar de Erik was toen nog met zijn uh, ex-vrouw, zaliger ondertussen. En de Erik was op een gegeven moment redelijk dronken en we reden naar huis. <laughs> zijn vrouw reed en dat was nog met een deeuw. We hebben hier een, een deeuw. Ah ja, moest, en he. de Erik steekt op de Bisschoppen of Lansen. Zo'n een kop buiten en die moest overgeven. Maar heel met een zijkant van mijn auto. Ja, dat ging vol. Fangriaan. Al de en al dat uh, fruit en alles wat erin zat. Dus, uh, en de Erik, ik bel s'morgens. Ik, ik rijd naar de karwars. Ook in Deurne. En die man die kijkt zo. En je moest met je ogen druk beginnen spuiten. Ik zeg, meneer, dat is niet van mij. Erik van mij. Hè? Nee, 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 ik heb niet gezegd wie dat was. Maar ik bel bel, naar de Erik nee, zegt: Erik, wat was dat allemaal? Ja, maar hé. Hey. Ils, mijn vrouw, maar Iels reed ook gelijk met z'n Jongen, het was wel uh, Inge die reed. Hè. Dus, uh, uiteindelijk uh, was niet, uh, wist hij hem niet veel meer, maar uh, de week erop tegen ging, maakte hem drie gulden denk ik, en Erik. En hij heeft het geregeld dat de Sissen en de Rudi Smitsen uh, even stonden, hè? Sowieso, dat, dus... dat Antwerpen ons aan een titel heeft geholpen. Ja. Moeten we nog altijd horen vandaag, Antwerpen. Daar <laughs> ben ik u ook eeuwig dankbaar voor. Maar Erik van Meer had de week daarna wel uh, met een auto begaaid, zoals men in Antwerpen zegt. Maar hij, hij mocht wel drie goals. Hij was zelfs denk, een he. topschitter. Huh. Ja, 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 16 doelpunten. Maar in de normaal. wedstrijd stonden we tegen Genk 1-2 achter hè, met rust. Hè. Ja, en dank. Van Meer scoort drie doelpunten en we winnen nog 5-2. Weet je nog wie die andere twee scoorden? Die match: uh, Zefilio en Serneels. Nee, 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 van Kerkel en Serneels. Klopt, ja. Ja. over verlaat een 1-1, uh, denk ik. Ja. Afstandsschot en dan wordt het 1-2. En dan is het, uh, dan mocht de Erik 2-2 en de Serre 3-2, denk ja. ik. Juist, dit, maar dat dit is, heel, is wel heel straf. Echt. Dit is wel echt ongelooflijk straf. Allee. Ja, maar dan <laughs> dit is was het kopbal. Das... En die, maar ik zei Zeffilio, omdat die laatste, denk ik, was een penalty op Zeffilio daar uh, 25, 25 jaar geleden. En nou, ja. dit is zelfs Allee. niet de kampioenenmatch. Nee. Nee, dus, ik kan de voorlaatste is dat de match. gewoon een andere random match uit dat seizoen. Ik vind dat wel ja, heel dat straf zijn dat je dat nog weet. Die, die, ja, die vergeten nooit. Hè. Zeg nee? niet dat je ook weet wie er voor de Antwerpen gescoord heeft tegen Brugge. Hè? Die twee goals. Pff. Als je dat ook nog ja, weet, dan... Dan, was dat, even uh, dan... Uh, uh, stoppen we. <laughs> uh, die uh, die, uh, die wal is in Achillespace daar afgescheurd uh, op een gegeven moment. Quarantanie, um, niet niet weten nu weer? Maar nu God Ja. Klopt. Dat is een 1-0. Ja, ja. ja. Gewoon, ik moet naar huis gaan eigenlijk. En in mijn twente, de, de, de twente de tweede, heb ik vandaag de, de, tweede wat krediet. de Tweede weet ik niet. Een van, de meeste, een van de beste namen in de geschiedenis van het Belgisch voetbal. gewoon. Hm. Puur de naam. Puur de naam. Wim Kekes. Ja, ja. Topnaam, hè? E -kipi. E -kipi. Okay, okay, ja. Okay. Ja. Nee, maar nee. dingen wist ik niet. <laughs> sterk, maar ik vind het grappig dat je dat nog weet, want je zei in de voorbereiding dat je al een beetje vergeten was eigenlijk dat je voetballer waard. Ja puur als speler, hè? dat, ik, dat ik, uh, allez. als ik buiten kom heb ik niet zoiets van, ah, ik, heb, ik heb 17 jaar profvoetbal gespeeld, maar die zaken wel en ja, er is nu ook pas uh, een tijdje geleden een boek uitgekomen 25 jaar liersen, ja. dus dat is een unicum, en die wedstrijden die, die zitten nog wel, uh, die zitten nog wel hey, in de zelf ja. bijvoorbeeld de bekerfinale dat ja, ook weet, zo was, spannend was natuurlijk ja mm. en de bekerfinale en ook in 2000 met Roda dan weet, weet ik ook dat ik in de 19e minuut gescoord bijvoorbeeld. Dat, dat, voilà. zijn, dat zijn dingen die, die blijven nu wel bij. Maar als je nu vraagt van... Je hebt ooit 3-1 uh, ergens gewonnen. Je hebt het toen gescoord. Dat weet ik allemaal niet. Uh, wat voor voetballer was Bob? Voor de mensen die hem niet hebben zien schitteren ooit. op het veld. Oh, ik vind dat een gevaarlijke vraag. Je mag eerlijk zijn. Mijn Maas, stil is het weer. nee Nee, nee, nee. nee, nee. Hij, hij weet al dat ik die vraag ga stellen al bijna een dag, denk ik. Ik wil het goed doen. Want uh, het... het hij was, hij was groot, dat kunnen we niet ontkennen. Ik denk Nog dat dat ja. de meest opvallende troef was als voetballer. Waardoor hij vaak werd neergezet als een lange loempe. mag ik zeggen. Is sowieso bij wel. Ja. Ja. Terwijl in, België. De eerste, in de eerste periode toen ja. dus, ik met Telefusion niet Dat ja. doet hem wel oneer aan, want hij kan wel veel beter voetballen dan, dan, dan dat te zeggen. Um, hij was sowieso een aanspeelpunt. Iemand waarmee ze in Nederland altijd zo mooi zeggen kon doorvoetballen. Waardoor de ploeg kon opschuiven. En in de 16 meter, ja, natuurlijk, heel koopbal sterk. Um, goede linkse voet. Um, altijd wel zijn goals maken. Nooit echt 20 goals maken, nee. maar wel altijd richting de 10. En gewoon ja, een belang heel belangrijk aanspeelpunt. En volgens mij ook altijd heel sterk. In een spitsiesysteem en een winning een, een en technisch ja. een andere. Hè? Dat is ja. vaak, denk Dirk Huismans, ook zijn filio, maar later Peter van Hout, mm -hmm. uh, Mathieu Amoa. Ja. Ja. Dus het is wel altijd in combinatie echt. Denk Met een ik, loper, hè? Dat, ja. was, dat Heel waren sterk. eigenlijk de mannen die ook ja. een stuk profiteren. Ik was het ja. aanspeelpunt en de targetman, zoals men zei. En ja, die uh, lopende spelers speelden graag rond mij en die scoren ja. ook het, het meest. Ik uh, had uh, Laurent de Poitre opgeschreven. Dan een onnozele vergelijking? Nee, qua type speler. Ook het type speler dat Jan van Hazenbroek graag heeft. Perdom, speel ook graag mee met een targetspit. Dat type was ik. Een aanspeelpunt die bal moest vasthouden. Ben Teke vind ik ook wel. Die is ook enorm kombalsterk. Heel goede aannames op lange ballen en zo. Dat is wel een hoog niveau, hè? Maar ja, hij heeft ook. Tegen, alleen natuurlijk. tot en met Vitesse ook zat uw carrière technisch. ook in een enorm stijgende mm -hmm. lijn. Hè? Dus mm -hmm. zonder blessures had er misschien nog een stapje bij Wel, Wel, ik heb ja, wat, wat, wat pech gehad. Hè? En ben ik teruggekomen naar Genk. En dan speelde ik ook. Heb ik ook 2021 20, nog goed gespeeld. Maar dan begon ik te sukkelen met mijn Achillespees. Um, maar ja, het is wat je zegt. Maar ik had dat ook een stukje. Uh, was, carrièreplanning was geleidelijk aan uh, uh, naar betere teams. Maar hm. uiteindelijk. Binnen als achtjarige was hij in de tijd nog beginnen voetballen. Uh. Well, dat vroeg ik mij ook af, want Liersen is aan bekend bekendgemaakt als een redelijk goede jeugdopleiding. Was ja, dat zeker? Ja. Ja. hè? Marcel Vets. Vets ik ben eigenlijk nog gealterd, zwakke Janssens. Ja, ja, die uh, kwam uh, regelmatig, kijk, speelde bij Ternes en die uh, was toen zowat jeugdcoördinator. En dat, Marcel Vits heeft uh, wel een grote impact gehad op, op heel veel jeugdspelers. De, ja, die heeft goh, hoeveel dat iedereen heeft laten doorstromen was, ja. uh, normaal, niet ook in de kampioenenploeg. Ik denk maar dat, dat was dat ook ook niet normaal, hè, 13, 14 ja. in die in de eigen jeugd hadden gespeeld. Ja, dat is Hoef, echt Hoefkes was zijn eerste seizoen, denk ik. Hè? Hoefkes, ja. 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 Komt niet toen ja. net? Cavens, ja. die mannen. Ja. Ja. Jerry Porters. En hoe belangrijk is Somers? Hans Somers. Ja. Ja. Hoe belangrijk is Gerrits dan geweest? Jawel, Gerrits was, was heel belangrijk. Ik ben eigenlijk gedeputeerd onder Herman Helputt. Ja. En, een, en Herman Helleputten heeft me bij een nakering gepakt. Maar Gerrits is gekomen, die heeft gezegd van... Uh, ik denk dat dat wel zwart en wit is. Bij wie? Gerrits en Helleputten. Ja, maar Gerrits was iemand die zei van... Kijk, we willen, ik wil een aanspeelpunt waar dat we mee kunnen doorvoetballen. En daar wil ik snelle, wendbare mannen rond. Waardoor dat we voetballend oplossing kunnen zoeken. Maar als ze ons onder druk zetten... We kunnen ook de lange bal spelen, waardoor we uh, 30, 40 meter verder op het veld zijn. Ja. En die uh, heeft in het begin uh, een keihard thema. En die zei ook: Van uh, als je, zolang dat je niet doet uh, wat dat er binnen je kwaliteiten ligt en dat je niet er 100% vergaat blijf ik ruzie mee maken. <laughs> en uiteindelijk was ik zo pist op die mens dat ik uh, ja, dan loopte door de muur. Hè. Dus die kon u wel zo prikkelen. Voilà, want ik geloof wel dat je dat toen nodig had. De heel jonge peters, met gruwelijke zo. Sowieso, ja. Ik had uh, af en toe een stamp onder mijn... Uh, in Antwerpen zijn stamp onder zijn put. En dat deed Gerrit. He. Gerrit, is die, maar die kon keihard zijn. En dan vijf minuten later u vastpakken en u terug, u terug ophebben. Maar er zijn toch verhalen van Gerrit bij Liersen, dat hij de kleedkamer binnenwandelde en dat hij één voor één de spelers afging wat ze slecht ja. hadden gedaan Elke in een week. match. Voor iedereen. Dat is toch ja. waar iedereen bij zit. Dan moet Elke een groep week. wel pikken, denk ik. Die begon altijd van bij Menzo, die zat daar en dan ging hij alles... Uh, ja. is dat, tegen dat dat nu is en Ik dat kan u één ding verzekeren, als je, je, je weet als voetbal, als je niet goed gespeeld had, dan zat hij zo tot dat dat nu was en dan ze van oké, okay, ik hoop dat nu, dat nu snel uh, achter de rug is. Had hij goed gespeeld, kon de relax zitten. Maar die... Iedereen denkt van Gerrits discipline, dat was, was niet de man van de discipline, maar die was gewoon keihard, die zei het altijd hoe dat het zat. En, en bijvoorbeeld, Menzo zei op een gegeven moment, uh, had op een gegeven moment tegen hey, Gerrits klootzak gezegd op training. En dus Gerrits kwam binnen, uh, smorgens, en die zegt tegen hey, Menzo van, zeg Stanley, uh, voor heel de groep, hè, zou het kunnen dat je me gisteren klootzak uh, hebt uh, genoemd? Op maar die kan dat wel een dag loslaten. Ja, die zei zo, zou dat kunnen dat je mijn klootzak hebt genoemd? En mensen kijkt zo, ja, dat zou best kunnen, zeg je zo. <laughs> maar wij durfden niks zeggen. Menzo was natuurlijk een ander niveau. AXP PSV. Arriveerde ja, Gearriveerde Ja, ik, ik had zoiets van, nee, tegen, tegen Gerrits uh, daar gaan we absoluut niks... Uh, Niks tegen maar Het was alleen Menzo Menlo ook wel die kop tegen kop kon met hem, toch? Want Menso is toch ook eens drie dagen van training verdwenen voor een belangrijke match? Nee, die was naar Bordeaux. Gerrit zat zijn maandags een drink voor zijn verjaardag. En Menso was naar Bordeaux gevlogen en uh, had uh, een afspraak met de voorzitter dat hij dat mocht doen, maar niet van Gerrit. En dat was voor de wedstrijd Standaard, hè? was dus dus voor de Ja, 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 ja. ja. Na ging. We speelden zondags, maandags. En. Um, en uh, Gerrit komt dus weer binnen, s morgens, en die zegt: uh, Stanley, waar was je gisteren? Ja, ik was in Bordeaux, ik uh, ben daar gaan praten. Ja, maar je had geen toestemming van mij, ja, maar ik had toestemming van de voorzitter. Ja, maar ja, en uh, je had van mij geen toestemming, zegt Gerrit. En Gerrit zegt: uh, Dus mensen, mensen, ik weet niet wat je Stanley kent, is dus een rustige mens, maar als dat op een gegeven moment dat begint op te borrelen, en dan dat is echt klets. En hij zegt: uh, Weet je nog, vorig jaar toen ik op de hertgang kwam bij PSV en wie was Menzo toen? En, uh, ik heb jou uit de, uit de put gehaald. En, maar die begon tegen Menzo te praten als tegen een jonge gast. Oh, die Stanley die werd, uh, die werd helemaal gek. Die pakte zijn jas en een sportzak, die smeet hij naar, naar de Gerrits. Zijn kop, om het zo te zeggen. Wij, doortussen. En op een gegeven moment stonden we op het veld. Dus Menzo was vertrokken. Hè. Dat was... Zondag is het de match van, van de eeuw misschien spelen ja, ja. voor de Liers. Nog altijd de belangrijkste match. En maar wij staan, we staan op te warmen en Gerrit liep altijd met z'n allen op zijn rug, zo rond dat veld. Soms en, en. te stretchen, maar iedereen ja, meet Gerrit een beetje van hè, wat gaat er nu gebeuren? En hij komt zo voor mij, staan en met z'n allen op zijn rug en hij kijkt zo. En ik, ik durfde eigenlijk <laughs> niet, niet goed kijken. En en hij zegt, hij begint in eerste lachen en ik denk, Han? Hij zegt, ik dacht echt dat hij op mijn gezicht ging slaan. <laughs> dat was echt, hè? Die dacht echt dat, die, dat, dat die, hij uh, een, een box ging krijgen van Menso. En dan twee dagen later, ik denk dat we dinsdag was dat, hè? en dan woensdag was het vrij. En dan donderdag heeft, Gerrits, uh, heeft uh, Nico van over ze samengebracht Mooi. en dan heeft Menso zijn excuus aangeboden. En Erik van Meer zegt nog altijd dat dat een truc was om ons scherp te zetten. Afgesproken tussen Gerrits en Stanley. Nee, nee dat, dat denk is. ik niet. Ik denk niet dat je dat kunt afspreken, maar dat Gerrits dat eigenlijk... Want die zei dat vlak gelukteerd. af... Die zei vlakaf. Ja. ja, Stanley, jij speelt niet, Jan speelt, zei hij. <laughs> en dan ja, is er een dag over gewoon, of twee Het zou dagen. wel kunnen hè, dat Gerrits dat bewust is. Ik weet het niet, maar... Hij, het ik, zou zeker kunnen. Met ook. alle respect voor Jan Ze heeft een fantastische carrière ook gehad, maar Absoluut. op dat moment ja, was Menzo wel. misschien de beste keeper in België. In een ja. titelwedstrijd, ik nee, nee. denk dat Gerrits ook wel wist van... Mensen okay. ook, men zou gaan naar Bordeaux die zomer, denk ik. Hij, ja. hij gaat ook effectief, maar had Gerrits ook niet al, al toegezegd bij Brugge? Gerrits had dat ook, ook tijdens de... het seizoen, hè? Ja. Dus dat is toch ook raar dat hij dan... Ja, maar het was een verjaardag. En hij had geen toestemming van Gerrits. Dus hij ja. had eigenlijk... Hij gaf dan champagne. Gerrits was iemand die wilde de groep altijd bij elkaar houden. Maar Van Laar, ja, die had ook zoiets van, ja, Gerrits is weg. Je maar ja, dan krijgen we misschien nog wat. Maar ja, dan heb je twee ego's die <laughs> iets ja, nee, botsen. Maar ik kan u verzekeren, ik was toen 23, dat was, wel, dat was wel schrikken. Waarom? Je denkt, ja, rustige week. Er is al stress <laughs> genoeg. De gazetten stonden vol. We konden kampioen spelen. Is en dan, en, en die is de eerste dag van de dingen: boom, de kleedkamer ontploft. Dus dat was wel. Uh... Misschien nog eens terug naar het begin van het kampioenjaar. Want ja. iedereen zei dat het een super verrassing was. Maar als ik dan die, die transfers opzocht, uh, Van Meijer van Charleroi, Menzo, zoals al gezegd, uh, Rudy van Bochum, Haagdoren, waren wel indrukwekkende transfers toch op zich? Kloejef? Voilà. Ja, die was wel echt totaal onbekend, toch? Dat was echt een ontdekking. Die kwamen toch? wel naar Lierse, allemaal was, in één zomer. Die is gekocht als linksbak, hè? Echt? Als linksbak? Ja, dingen... Dat was Steve uh, Goossens ging weg en, en ze wilden eigenlijk Nico van Kerkhoven naar het centrum trekken. Later leeftijd is dat ook gebeurd. En ze gingen kluien op linksbak, maar die traint de eerste dag mee. En het was uh, slecht uh, modder op training en dat was echt ja stamp. maar elke bal lag goed en ik denk na nou, na nou, nou een half uur eh, zegt Gerrits volgens mij is dat een tien en die had dus <laughs> altijd op nummer tien gespeeld maar die had bij Feyenoord als die op linksback voor een positie te creëren oh, die kon ja, die kon echt shot ik heb met weinig voetballers gespeeld die technisch in de aanname in, die kon even snel met bal als zonder bal lopen en maar... ze had, ja dat was echt ik denk dat er Googleman, <laughs> nog een, een doelpunt tegen RWDM, denk ik, waar hij een, een solo doet, vier, vijf man en hem dan op een betonnen... Dat was op een keihard bevroren veld waar hij hem nog stiefte over de keeper. Maar die, die kon zo goed voetballen. Hij uh, toen nou ook naar Schalke gegaan. En in Nijmegen, want jullie konden daar toch niet mee praten? Nee, hij, hij kon een beetje Nederlands van, van, van in, in Feyenoord, maar daar moesten niet mee praten. Die, die verstond die had zoveel talent maar waarom dat we zeiden dat het een verrassing was um, ik snap dat het een verrassing is het maar die hadden wel heel goed speelde bij Lier ja. en Rekdal gaat in de week voor RWDM speelde onze eerste wedstrijd op RWDM gaat die, dreigt hij met de wet van 78 ja. naar Rennes te gaan de grote vedette toen van Lier ja, 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 ja. elk jaar tussen de 25 ja, 20 doelpunten absoluut, de man um, en het, jaar, het eerste jaar onder GDC Europees speel, Het tweede jaar missen we, denk ik, op doelpuntstallen tegen René van der Rijken met RWDM, de uh, Europees voetbal. Maar Rickdal gaat weg en Rudy, Kluijef, waren er nog niet. Dus de, ja, de, de motor van het elftal gaat weg. Oké, okay, ze hadden wel Menzo en, en Van Meijer en Hagedoren, maar de spelmaker die... die ja, bijna 30-35% van de doelpunten maakte. Die gingen eerst weg. En toen schoten de kranten wel wat in paniek van, oei, gaat het wel goed komen met Lierse? Want met de jonge gasten en, en Rekdal weg. En toen hebben ze Anjirudy laten komen trainen. En die, die, die was ook niet normaal deze trainingen. En dan uh, Kloeve, er was één probleem, ze hadden twee tienen. Hè. En dan is uiteindelijk Kluif zo wat van op links gaan spelen als Anjirudy, want die had regelmatig blessures. Uh, fit was. En als Rudy niet fit was, speelde Klujev op 10 en speelde Haasmaas op links. Mm -hmm. En het was inderdaad tegen RBDM. Die goal die je bedoelde. Ja. ja. Ongelooflijke goal. Je okay. ziet, ik denk David Brokken nog zo doen. Ik denk David Brokken zijn gezicht dat hij echt zo doet van, man, wat een goal. Kijk ja. hier, Bronk. Dat zien we natuurlijk niet. Je ziet iedereen met handschoenen. En dat was nog niet met veldverwarming. Dat was beton. Dus wij konden aan het blijven en die dribbelt daar, die bal botst alle kanten op. Die dribbelt er drie, vier mensen, komt voor de keeper en Stiefte. Ooit nog gehoord, uh, Kliuef? Nee, nee. Um, ik heb wel, we hebben zo'n een, een applicatiegroep. Um, het uh, gaat te maken met dat boek dat hij is uitgebracht. En uh, iemand heeft een foto van hem <totstuk> opgezocht en hij blijkt ergens in. Is nu, ja, nu zal het stil stille in Oekraïne of in Rusland uh, trainer te zijn. Ja, ja. Voilà. Maar ik weet niet juist uh, wat. Het, het is wel, als je die ploeg van toen gaat bekijken, jullie deden het wel met ja, 13, 14 man. Ja. Smalle selectie. En, en die toch... allemaal nog transfers gemaakt hebben. Hè? Ja. Achteraf gezien dat Achteraf gezien. Achterweg achter gegaan. Hè? Ja. Achteraf gezien kampioen... gaat dat zeggen, ja, misschien ergens logisch dat je meedeed bovenin. Ik zeg niet kampioen, maar, me... maar toen op dat moment niet natuurlijk. Huismans, jij, heel de verdediging waren eigenlijk nog redelijk onbekend op topniveau, toch? Alleen van Snooks, Bart De Rover, Karel Snooks, Snooks ja? David Brokke. Brokke ja. Dat was niet van dat gezicht, we gaan hier meedoen voor de titel. Hè? Dat was nee, maar niet. Dat, was ook nooit niet, dat was ook nooit de bedoeling. Dus wij, wij vonden het eerste jaar onder Gerrits Europees Voetbal was al wauw. He, we, eerste loting ineens, we zaten op tv te kijken, Benfica. Iedereen, wauw, ja. we mogen naar Benfica. Ja, dat was al, al fantastisch. Um, maar dat kampioenjaar is op een gegeven moment ook gegroeid. Want we zijn ook niet zo fantastisch gestart toen. Hè? Ik denk dat we toen... 8 op 21. Ja, dat ik had ik opgezocht. Zeggen, want ik dacht: kijk, ja, die gaan. 8 op 21. Ja, 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 ja. 8 op die 21. 1 uh... overwinning. En veel gelijk spelen. Nee, ja. We hebben gewonnen tegen Salah En we de rest allemaal gelijk. En Salah was op een gegeven moment nog. die waren nog met 8. die hadden 3. Drie. <laughs> drie <in elkaar>, <laughs> ik heb wel het gevoel, als jij zo zegt van. In de kranten was er paniek over, over Lierse, Rekdal ga weg. Dat de media toen wel meer aandacht had voor zo de middenmoot in België. Dat er meer om te doen was, want zelfs ik en ik was toen echt heel klein. dat Rekdal wegging bij Lierse, die dan net Europees voetbal had gemist. Ik weet dat er veel om te doen was. Ja, maar, maar dat was misschien omdat het... hem zo dreigde met. Ik denk met de wet van 78. Dat dat maar Rekdal had, had natuurlijk ook wel zijn strepen verdiend. Hè? Was al iets weg geweest. Okay. Was al uh, weg geweest naar. <laughs> Was dat Hertha-Berlijn of zo is hij toen? En uiteindelijk is hij dan uh, uh, teruggekomen. Uh, en was dat Hertha-Berlijn? Ja. Weet ik niet. Ik <laughs> denk het wel. Ik denk dat Rekdal weggegaan is van Liersen oh. En dan onder Gerrits, denk in het eerste seizoen van Gerrits, na de winterstop is teruggekomen. En ja, Gerrits was natuurlijk een beste speler. Maar die, ja. die moet toch zwaar gebaald hebben, die Rekdal? Want die gaat ja. eigenlijk weg is naar ren vertrokken. Rennes? Oh, op. Naar Rennes. Nee, nee, nee. Dat was, het tweede dat keer. was, mee, was um, na het kampioenjaar. He. Mm. Hey, voor het kampioenjaar, maar in 94. 3-94. 94, 94 nou. denk ik. Molde. Uh, Molde 94. is hem van gekomen. Is hem toen naar Molde gegaan? Is uitgeleend aan Molde. Of uitgeleend ja. aan Molde. En dan, ja, Gerrits ging zijn, zijn beste speler. En ik weet dat Gerrits op een gegeven moment nog wilde... Dat, hè, want ja, uiteindelijk ging dat dan met die wet van Echte niet door, en toen zag het er nog naar uit dat Rikdal ging blijven. En toen was Rikdal niet op training en heeft Gerrits aan de groep gevraagd: van wie wil dat Rikdal nog terugkomt? Oké. Okay. En uh, maar ik ja, denk 85 heeft toen gezegd: niet meer welkom. Terwijl je nog geen vervanger zat. Ja. Maar dat is wel straf. Maar was dan, dan lag je toch niet goed in de ja, groep dan... Nee, omdat we ook zoiets hadden van als je nu dreigt met de wet van 78 en het lukt niet, moet ook niet terugkomen. En ik durf wel zeggen, ga Rekdal mij niet in dank afnemen, maar als dan niet vertrokken was, had Leerser nooit kampioen Omdat dat die groep ook samenbracht, eigenlijk? Omdat hij te overheersend was. Het was een hele ja. goeie, maar iedereen zat in de schaduw. Dus van het moment dat hij weg was, was dat juk. Dat was gewoon weg bij de meeste spelers. Waardoor dat bijvoorbeeld hm. een Snoeks, Huismaans, Peters, de, de jongere generatie, misschien ook ze Dat die echt uh, ontbolsterd zijn en hm. mee de kar zijn ontrek. Maar dat. Dat denk ik nu ook wel, want allez, Van Rekdal hoorde toch heel veel dat hij een extreem dominant figuur was mm -hmm. en niet altijd even graag gezien was. Ook binnen de Noorse selectie trouwens. Hè. Dus ja, dat kan ook zo zijn. Hè, dat, je, ja, dat was een patroon en soms is dat niet goed in een groep. Mm -hmm. Maar het was wel een goede, hè? Het was wel. Echt... Ja, dat ja, wist dat zelf misschien te hard ook. Ja, maar het was te veel op, op hem. Het was ja. te veel op hem gericht. Hè. En uiteindelijk. Um... Vanaf dat moment, en dat bewijst ook van meer, uh, 16, iedereen ging scoren. Ja. Terwijl daarvoor hij was bezig met zijn statistieken en hij maakte 17, 18 doelpunten, maar de rest stond niet op de foto. Hmm. En daarna is iedereen van het alle hoeken, kwam het gevaar van het alle hoeken. En Rudy was een veel uh, simpelere mens. Die was echt zo, die was altijd ontlachen, die kon heel goed voetballen, was een ander type. Maar die paste ook beter in die groep. Waardoor hij veel meer sympathie had ook bij de spelers. Het was ook, dat is de ploeg van Lierke Plezierken. Dat is voor mij ook altijd is bijgebleven. Het plezier spatten daarvan daar vanaf. En uiteindelijk is dat vaak de basis van succes. Hè? Als een ploeg ja, zich amuseert op een veld en een klik heeft met de coach. En natuurlijk, het Lierse publiek. Als je natuurlijk bovenaan speelt, is dat sowieso plezant. Maar, en de ja, neutrale voetbalfan was ook, was mee, ook wel mee. De gunfactor, ja. Jullie oh, spelen oh, plezier. ook mooi voetbal. Ja, plezier is alles. Heel offensief. Genuts wilde heel offensief voetballen. Mm -hmm. Ik maar, las op Wikipedia ook nog een leuke. Drie trainers. Een technische staf van gewoon hoofdtrainer, assistent, keeperstrainer. Ja. Was, dat, was dat toen maar normaal? En, en Frank Braakmans was toen de assistenttrainer. Die was half tijd. <laughs> Wat, dat is toch zot? Ja. En keeperstrainer ja. was wel vol tijd. Dat was een Charles Legeler. Maar eigenlijk zei mensen tegen de Charles van dat en dat gaan we doen. En dan zei de Charles, dus goed. Dus maar de Frank Braakmans die werkte s'morgens op de griffie. Politie griffie. En na nou, de middag kwam nu. Dus Gerrit stond s morgens, Alleen. Helemaal alleen. <laughs> en die trainde een groep van 22 mensen. Ja, kijk, waarom niet, ja. ja, toen kon het, maar ik denk poch, dat dat nu wel alles... niet meer kan, hè? Nee. Allee, Maar ik bedoel, Gerrit, dat was echt waar. Frank Brakmas kwam, die was wel op de wedstrijden en zo, maar die kwam na de middag, dus een tijd altijd nog twee keer. En... Wat Gerrits natuurlijk ook wel uh, deed, was bijvoorbeeld maandagmorgen gingen we in het Bos, uh, omdat toen was dat zaterdag spelen, zondag vrij en woensdag vrij. En dan eh, was dat maandag, dinsdag twee, donderdag soms nog twee, vrijdag, zaterdag wedstrijd. En dan was, was het maandagmorgen, was dat meestal ook wel, uh, gingen we in het Bos lopen. En na de middag had hem dan een assistent. En dinsdagmorgen was er uh, krachttraining en na de middag korte partijtjes. Maar cool. die had een ja, part-time... Uh, dat zou iets voor assistente. u zijn. Waanzin. Nu van de Duffen gewoon bij Mechelen. Part-time dus hier ik kom podcast en dan wat. Uh, voilà, ik kom eerst naar mit en dan in de namiddag ga ik die mannen uitleggen wat ze moeten doen. Hè. Je doet dat, dat vrijwillig? Ja, eigenlijk. Voor KV Mechelen zou ik dat nog wel vrijwillig doen. Voor een tijdje, niet aan mijn leven. <laughs> uh, maar Bob. Nee, maar ik wou nog wel iets zeggen over Lierse. Uh, na dat kampioenenjaar. Alleen, ik wil eerst vragen waarom dat jij al in januari beslist om te vertrekken. Dat was ook mijn volgende vraag. Ja. Op een moment dat je nog jij goed, niet weet ploeg wat er gaat, gaat gebeuren. Goed. Oei, oei, oei. Ja. ja. Eigenlijk heb ik dat, ik weet niet of als het gaan uitzenden, moet ik dat in de zes ook, <laughs> in de zes ook verteld. Ja. Maar dit is al niet meer op playsport eigenlijk, hè? <laughs> dus. Nee, maar ik bedoel, ik, ik kan ook geknipt worden, hè, want uh, oh. we hebben zoveel uren uh, daar gepraat. Maar dat was dus het uh, Bosman-arrest... Um, Ging, uh, ja, was van kracht. Wat wil je ja. zeggen? Uw contract loopt af in de zomer, ja. vanaf januari morgen met een ploeg ja. en jij ging vast. En dan zei je, ze, ja, zoveel kunnen verdienen, en anders moest je jezelf vrijkopen, of er moest iemand komen. Maar zij bepaalden alles. Ze bepaalden wat je kon verdienen, en ze bepaalden voor hoeveel dat je weg kon. En Huismans, Peter Snoeks, we hadden allemaal, zeggen ze, hebben ze toch tegen mij gezegd, en Snoeks en Huismans heb ik altijd mee gevoetbald, dus we hadden zelf contract. Een, een, een maandloon en uh, punten, uh, premie per gewone wedstrijd. Maar op een gegeven moment, uh, in het kampioenenjaar, ging op het einde van het seizoen een contract aflopen. Dus ze begonnen te praten. Ik denk er is in uh, september of oktober gingen ze praten. En ze wilden uh, een contractverlenging van drie jaar. En we mogen dat eigenlijk zeggen. Hè? Ik had toen, uh, in Belgische Franken was dat nog... 100.000 Belgische frank, dus 2500 euro um, maandelijks. En we hadden uh, 30.000 frank uh, per punt, dus 750. Maar ook al waren het drie punten, was maar twee punten het betaald in België, bij Lierse toen. Dus dan hadden 1500 euro eh, of 60.000 frank bij een overwinning. En ze bieden mij een contract aan en ze zeggen: Van oké, okay, uh, we geven het eerste jaar. Uh, 150, het tweede jaar 170 en het tweede jaar 200.000 per maand. En ik zeg: Oké, okay, ik ben 23 jaar, zoals gezegd, ik, ik ben basisspeler, uh, werd links en rechts al eens gezegd van nationale ploeg, ik zat bij de nationale belofte uh, vast. Dus ik zeg: Oké, okay, drie jaar, maar ik wil vanaf seizoen 1 200.000 frank. En er was nog uh, Freddy van Laren die zegt: Wie denkt er wel dat je bent? weet hoe lang dat een, met een truckchauffeur daarvoor moet rijden? En, dus ik zeg tegen hem: Ja, dan moeten we een truckchauffeur in de spits zetten. En ik ben vertrokken. Um, en op een gegeven moment ja, hebben we dan lang niet meer gesproken. Want u spreekt over september? Was op, of ja. oktober, pakt. Oktober. Maar ondertussen kwam uh, In januari mocht je tekenen. Ja, maar ik dat had het al zeker, in november. Uh, was ik eigenlijk rond, maar ik mocht niet tekenen. Ja. Dus ik heb, met, met Roda heb ik wel, had ik wel al gesproken. Maar toch er al beslist dan? Nee, totaal niet. In november al beslist? Nee, ik heb toen met Roda gesproken. Ja. Dus ik had een aanbod, een aanbod van Lierse en ik had een aanbod van uh, Roda. Maar ik mocht, bij, ja, bij Lierse mocht ik bijtekenen. Hè, maar dat, vanaf januari, maar naar een andere club. ging. Maar ik had twee, ik had twee uh, aanbiedingen. Maar zoals je zegt, mocht ik pas in januari tekenen. En op een gegeven moment, iets na. Ja, wanneer was dat? Dan begonnen ze 3 januari te trainen. En toen hadden ze nog zo'n lange winterstops niet. Hè. Dan was dat en, een week, week trainen en, en je moest spelen. En op een gegeven moment was dat uh, Paul Vets. Denk ik toch, je weet het niet, Marcel de POLVITS van het bestuur, was dat POLVITS? Ik weet het niet meer, in ieder geval meneer Vits. Ja, dat was een ondervoorzitter toen en die uh, heeft terug met mij gesproken. En hij zegt: Ja, we zijn erachter gekomen dat we toch uh, niet zonder Bob Peters kunnen. Ik denk dat ze al iets achter toen als kijker, achter Hazenutel waren van ja. horen, He, want Hazen Uttel is toen is gekomen, uh, ja. uh, als vervanger gekomen. En ik dacht, ik denk dat ze al wel eens naar de prijs zijn gaan luisteren. En dat ze toen toch wel wat geschrokken waren. Ik denk het ook. En um, ja, we willen toch terug meer rond tafel zitten. Dus dan ben ik terug meer rond tafel gaan zitten. En dus in oktober wilden ze geen 200 geven gedurende drie jaar. He, dus. Wat denk je dat ze boden in januari? 200. Ja, ik zou, als, ze, als ze dat zo zeggen, denk ik het wel, ja. 200, dan, maar dan drie jaar vast misschien. Niet meer verhogen daarna. Ja, nee, nee, maar dat was ook wat ik vroeg. Dat was ook wat ik vroeg. Dat ja, was dus okay, ik, ja, okay. ik zal zeggen, wel opletten, hè, manager. Ja, ja, ja ik nee. zou blijven verhogen, hè. Ja, dus ik praat <laughs> gewoon over het maandloon, hè. Dus ja. 200.000 uh, maandloon. Nog altijd niet, nog altijd eronder. Ja, maar dit is Ondert, mijn vraag. 180 dan of zo moeten je... 600. Hm? 600 per maand. Voor drie G. jaar. G. En wat wordt dat dan? Nee, ja, maar wacht even. Ik vraag. Ja, maar ja, ik ga even recapituleren. Wow. Ik tekenen. Ik vraag. <laughs> ik vraag <laughs> ja, maar, nee, maar die is denk ik gewoon weg aan kampioen. Ja, maar nee, die maar, maar die waren oktober. gek. Ik vraag in oktober, dus pakt. He, over twaalf maanden pakt 2,5 miljoen per jaar. Ja. He? Nu, drie jaar is 7,5 miljoen. Dat is frank. Ja. En in januari geven Wat ze lastig, 7 miljoen 2 per jaar hoe goed had jij gespeeld in november en december ja, ik was in drie ja, in maar drie maanden, ik, maanden was, ik gewoon, was ik gewoon drie keer zo goed geworden dat is zalig en dan, dus jullie vragen waarom ze de weg gingen bij Lierse houden dan een mens voor de zot of niet ja, okay, ja maar, maar nee ze uiteindelijk doen... niet, ze geven een fout wel toe een waanzinnig aanbod. Ze doen nu een waanzinnig ja, als aanbod. Als ze eerst, eerst in de kranten... Daar hebben ze een fout ...in de kranten en zo gedaan, hè, van wie denkt hem wel dat hem is en uh, uh, wat, wat denkt Bob Peters wel dat hem is. En ineens zeggen ze dan, 200, dat ging niet, want dat betaalden ze niet. En in, in januari zeggen ze, je bent drie keer zo goed geworden. Dus ik was elke maand een keer beter geworden. En toen een man. En toen oh, heb ja, ik ja. gezegd van, oké, okay, nu ga ik naar Rode. Ja, dan kregen je daar nog meer. Dat was de vraag van Erik van Meer ook in de zes. Die zei, ah, oh, dus bij Roda was nog meer. Ik zie, dat weet ik niet, want daar waren het Maar ja, het lijkt me wel logisch dat ik meer had, anders had ik Allee, toch nog mijn ego opzij gezet. Maar het ging gewoon over het principe dat ik dacht van, come on. Uh, ja, maar nee, ik snap dat wel, maar ja... Ze is als, ze nu hadden gezegd, maar... als ze nu hadden gezegd, oké, okay, Bob, kijk okay, gewoon een inspanning doen, we geven 52, dan had ik nog gezegd van, oké, okay, nu hebben ze echt wel hun best gedaan. Maar daarom dat ik denk, Noem, man, dat dat denk dat ze, <laughs> ik denk dat ze, nee, maar als ze, hè, dat ze dan zeiden van, oké, okay, we gaan de koek, hè, we gaan in plus van, hè, dat ze 250, maar als ze niet eens 600 bieden, ja, dan, 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 klopt er wel iets. Dan er ja, hebben ze ergens iets, gemist. Maar daarom dat ik denk, ze hebben toen al nu toch gehaald, en ik denk dat dat de dode stukje geweest is van Lierse, dat ze al die spelers die ze hebben moeten halen. Uh, allemaal zo'n contracten wanzee. aan de Huistra, Hazenustel, Zebel Zeebol. Al die jongens, uh, he, ik denk dat ze daar echt wel zoveel hebben aan moeten betalen. Plus de contracten die ze dan hebben willen verlengen. He, want uiteindelijk Housmans is een jaar weg geweest, is dan teruggekomen. We zien dat vandaag. Ja, Snoeks ja, ja, is die, een loker is ook teruggekomen. Hè? Maar ja, die jongens zijn allemaal met kleiner contracten vertrokken. En waarschijnlijk met, gro met grotere, met grotere uh, teruggekomen. Ja, en dat, dat, denk ik, achteraf bekeken, is misschien wel de dood van Lierse geweest. Het kampioenjaar in de Champions League. Waardoor dat de Maar lonen... ik vind het altijd jammer dat ze zeggen dat de club eigenlijk niet mogen overkomen, dat kampioen worden. Ja. Maar daarvoor speelde wel voetbal, voor nee. zo'n sprookjes. Ja, maar dat is het mooiste wat, voilà. wat ons, Lierse, is overkomen. Ja. Voilà. Alleen, ja, als je, ineens, als je niet gewend bent van grote budgetten, contracten te hebben, en je moet dat niet eens managen, plus het Bosman-arrest... Dat was toen net nieuw ook. Hè? Ja. Ja. Niemand kon de impact nee, van waar. het bosman uh, inschatten. Plus, in Nederland waren ze al verder, waardoor dat ze... Daar werkten ze al met tekengelden. Uh, en, en in België was dat allemaal nog van... Ja, oké. Okay. En ze gingen ervan uit dat, in mijn geval, dan Bob Peters toch ging blijven. Hè? Gelukkig gezegd, die lange ja, nou. lompen mag blij zijn dat een bij de Leers mag meedoen. O. En die gaat wel blijven. Hm. Hoe vindt... reageerde die spelersgroep? En Gerrits? Op het feit dat je wel getekend hebt. Well, ik denk dat, dat Gerrits ook al bezig was met, met, met Club Brugge. Uiteindelijk, uh, wie is er allemaal weggegaan? Uh, Jamoens is weggegaan, Bart Rover is weggegaan. Menzo? Menzo is weggegaan, Huismans is weggegaan, Peter is weggegaan, Kluijer is weggegaan, Rudy is weggegaan. <laughs> Snoeks broer, is weggegaan. Dus, ja. Dat is jammer, maar ik niemand bleef voor die Champions League. Hè? Chapeau dat Gerrits wel bleef vasthouden. Want uh, als dat nu zou zijn, mogen ze niet meer spelen. Hè? Dan zeggen ze, oh, altijd. Nee, dat is toch nu bij veel ploegen. Als ze nu iemand niet wil bijtekenen, zeggen ze ja, oh, mag je niet meer spelen. Of de kleedkamer ja, maar ik denk, bij uit sprookje... elkaar. Daardoor. Of de kleedkamer, ja. ja. Zo van, ah, oh, je zit al weg. Wow, maar ja, ik denk dat bij ons, bij ons was het zo ja, speciaal dat niet iedereen die bij liers toen voetbal ging ooit in zijn leven kunnen kampioen. Nee, ik denk dat dat er ook veel mee te maken heeft, toch? Zo. En een, een groep vrienden. Hè. Elke man maandag in Leuven. We eens, ja, dat we blijft ook een bizar verhaal dat je le naar Leuven trekt. Nee, wat? Je wou dan niet in Lier blijven. Of in Antwerpen, nee. wat dichterbij, naar Leuven. Maar meestal gingen we naar. Goh, dat was een super. Maar je, wat wordt Leuven hier nu zo? Nee, nee, maar van van Nee, nou we Mechelen is het plezant of nee, maar dat Lier is dat ik zo Ik Zeg nou, de man die leuven heeft, Lier is dat verantwoordelijk. Van Lier nog Leuven. Ja, ja, ja. Dat is iets anders. Hij dat moet is toch, dan niet. Van Liers, hij is op de berg Leuven, Wat is dat aan alle Hoe heet dat? het Zimmerplein. het zo. Gelen hebben toch cafés in alle... Ja, ja maar toen keer. was maandag in in, in Lier niet veel te zien en hadden we twee opties: Ofwel ging hij naar Antwerpen. Was la, 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 la de kappersdag noemen ze dat. <giroen> He, het ja, dat was dat. Ja, ik ja, kon op de Copacabana ook, maar dat was niet aangeraden als je bij de Lierse speelde. Uh, dus <laughs> Zullen we een avond laat... gratis drinken, Bob? We al Sorry? Zullen een avond gratis drinken dan, als je naar de Copa ging? Ja, ja? dan gingen we in het weekend al iets. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Dat was meestal een man. Maar we gingen altijd naar de Ambiorix. Ah ja, de Ambi? Dus tussen de, de, de studenten dan? Ja. En de Limburgers. Ja. Dat is toch zo het gekende woord Limburgerscafé? Ja. Daar zijn we oh. jaar en dag en dan de rector of noem je ja. dat. Nou, ja, ja. ook ja, ja. al eens... Uh, een ik heb ooit zoiets meegemaakt tegen staan nog allebei denk ik. Jan ja, 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 is, dan is helemaal vernieuwd. Dat zijn classics. is eigenlijk ja, maar dat een fantastisch, veel weg, fantastisch verhaal. Wij gaan rennen. En er was een trap op. Ja? Naar het toilet. En was ja. met kampioenjaar hè? van die dingen. En op een gegeven moment, ik ben ben plasje, komt iemand naar mij. Ja Bob, moet je eens even meegaan? Ik ga mee. Die pakken mij mee in een trap op. Ineens in een zaal. Een kantus, maar ik had dat nog nooit in mijn leven gezien. Die <laughs> geven mij daar een boekje, ik moet daar van alles beginnen drinken. En, eh, en ik was niet eens in een kantus verze verzeild gerokt. Ik, ik weet nog altijd niet hoe dat. Ik kwam gewoon iemand meteen op het en Ze moeten eens even mee. En die begonnen er in, het, in Latijn en dingen. En, had haar op en dan zag ik dan en moesten drinken. Dus uh, op een half uur was ik, ik eigenlijk ja, zo, klaar. Zo, ja, zat, zo zat als Zo zat dat. En ik zeg ja, ik moet even terug naar het toilet. En ik ben gewoon lopen, want ik krakte niet meer weg dat die kant is. Maar je wacht eigenlijk even uit als die mannen dan. Ah, ja. Je wacht ja, twee, ik, 23 ja, ik sinds. was toen 23. Ja. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik was ja, nooit, nooit gestudeerd en toch een kant is meegedaan. <laughs> ik vind ik wel een prestatie. Maar en dat was niet eens de titelnacht, dat was in het seizoen. Nee, dat was gewoon tijdens het seizoen. ja. Want wat weet je nog van de titelnacht? Niet veel. Maar heeft nee. iemand dat je daarna nog iets verteld? Nee, eigenlijk, de, de titelnacht op zich was wel savaar. Waarom? We zijn een hele dag weg. We waren al vroeg vertrokken, want ja, heel België stond, of Vlaanderen stond op zijn kop. En, en, en ik denk dat we morgens vroeg ze wel richting ergens Verviers of zo uh, gereden en daar uh, ergens in een, in een hotel gaan eten. Maar jij uh, moest wel winnen, hè? Wij moesten ja, winnen. wel was niet genoeg. Nee, nee wij moesten winnen. Uh, en het, het, het meeste bijblijft is gewoon de eerste tien minuten van die wedstrijd. Je komt op en de helft of meer dan de helft van het stadion is geel-zwart. En we speelden ook nog eens naar die kant, de eerste helft. En ik zeg het, de eerste tien minuten, mijn haar stond recht omhoog en dat was precies, dat toch, was precies ja. weg. Ja. Dat, dat was echt... Hoe weg? Die tien minuten zijn weg in je... Uw... Ja, dat, dat, zo, die, omdat je zo onder de indruk waard van, ja. van, van die van beleving, dag, ja, van, van, ja. van ja, die sfeer. En zelfs supporters van Standard hadden liever dat wij kampioen spelen dan... Iedereen wilde dat. Behalve Brugge natuurlijk. Maar. maar ik zeg het, die eerste tien minuten, dat, dat uh, elke kans of, of elke corner of whatever, mijn haar stond stond recht mooi. En toen had ik zoiets bob Kalm blijven, kalm blijven. En uiteindelijk, van het moment dat dat eerste doelpunt viel, van haast dan en dan hebben we wat kunnen genieten van die wedstrijd, Maar die eerste tien ja. minuten was, dat echt, was echt onwezenlijk. Ik ja, ja. Terwijl je kon wel niet verliezen, die titel. Want nee, dat gevoel... was een trainer, was dan hij kwam naar jullie. Nou, maar ah, had, dat weet ik niet. O, ik denk dat zonder de liever uh, niet had... Uh, dat maar dan, dan had hij het jaar nadien geen Champions League. Dat weet ik niet, ik weet dat niet. Ja, maar ik snap, wij ik hadden dat Gerrits er vol wel... voor gaat, omdat hij dan met de ploeg kampioen wordt. Ook al gaat hij dan naar de niet-kampioen. Ja. Dat is een verschil met naar de kampioen kunnen gaan. Die, Overpakken ja. aan een titel? Dat wou ik zeggen. En Champions League, en ik weet het niet. Maar ik, ik denk dat we toen zo ver dat na de ja. wedstrijd tegen Genk, en we kwamen terug op kop, hadden we uh, tegen iedereen kunnen spelen. Want uiteindelijk we hebben we dat jaar drie keer verloren. En als je ziet tegen wie, we hebben alle topwedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld. We hebben ja, ja. Alst Aalst verloren. Die ene keer naar de goal uh, <laughs> tegen Haarop denk ik. En tegen Sint-Truiden, die daar na die 4-2 er eventueel gingen inblijven. Want elke topwedstrijd hebben we of gelijk gespeeld of gewonnen. Maar de magie was toch ook wel dat terugkomen in Lille ja. aan het Lisp. Die maar bus, nee, de terugliefd te was fantastisch. Op een gegeven moment, op de E3-13, daar ik denk ergens in Tessenderlo, een kettingbotsing. Maar echt, <laughs> hè? Een, 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 ja, al dat volk... En er zat een mens en die een auto zat in het midden van die kettingbotsing. En dat was een cabrio. Ik denk een BMW of zo. Maar die was echt, zowel van voren als vannacht, die was echt bij elkaar geploot. En wij, ja, wij stonden in de film en wij zaten allemaal op tak van de bus en wij waren zo aan het kijken van. Oei oei, oei. En wat doen ze nou die man. En die man deed de zo tekenen zo'n auto van. Ja, ja. Dat speert totaal, hè. En dan met z'n e sjaal wel, maar we zijn wel kampioen. Dat was iets zoals je auto is gewoon in fruit van die. En die was echt die keek zo, van, ja, ja, dat totaal. En dan echt met een e sjaal zo vooruit van, maar we zijn wel kampioen. En, Heerlijk. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn dingen die, die vergeten nooit Alleen als, als je denkt dat het een vrij recente auto was, dan denkt je toch van... Maar een auto is helemaal kapot, maar die nee, mensen hadden echt zoiets van oké, okay, ja, een nieuwe auto kan ik nog kopen, maar we zijn wel kampioen, dat pakken ze me niet af. Dat komt ook niet meer terug. En dan kwamen wij... Dat af, als Union nu vorig jaar kampioen was geworden, zou dat zo zijn geweest, toch ook niet? Ja, dat weet ik zo niet. Zo zot. Maar wij reden naar het stadion, maar wij wisten ook niet... Ja, dat was zo typisch Liersen, er was ook niks gepland. Nee, hè. We, 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 dus wij, reden, reden, wij reden daar binnen, wij gingen in grobben nee. van die dingen, al dat volk en wij komen er in die stadion... We konden, ja, dat was een, 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 een mensenzee. Het was echt een mensenzee. Wij zaten op het dak. Want die beelden zien nog aan het stadion komen. Ja. Sommige reportages. We zitten op dat dak. En wij komen. Oké, okay, ja. En nu? We zitten hier op het stadion. Maar wij wisten niet. Dat stadion zat boomvol. Er zaten gewoon 15.000 man in dat stadion. Maar wij wisten dat dus niet. We zagen wel mensen. Dus wij komen op dat veld. En in het eerste jaar zien wij dat daar 15.000 man zit. En dan is dat, iedereen is gewoon een beetje in de flow gegaan en, en iedereen is overal wat wel. naartoe, uh, de Eikelstraat ja. noem maar op, uh, maar toen was dat ja, was elke dag wel, wel iets te doen. Ja tuurlijk. Ik herinner me ook wel. een beeld van met de vrouwen champagne in de kleedkamer en zo. Ja. Nou, Was dat achteraf, ook toen? Of was dat, ja, dat was uh, ja, die een, gelijk na de wedstrijd Nou en dan moet ja. ik zeggen, dat, 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 ah, achteraf kerst, ja. bekeken, wel fantastisch hè, want wij hadden toen zoiets van, ze mogen alles filmen. Waarom als je ooit uh, kinderen of kleinkinderen je kunt het laten zien? Er zijn er heel veel die het nu zo... Ja, je mag niet filmen. Bij ons was iedereen... Uh, heeft alles kunnen filmen. Hè? Ja, en, en, en dat zijn de beelden de die, die deel je, deel 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 je er nu over in... ziet. Hè? Ja. ja. Zwaar. wil maar maar uh, dat van een jongen, dat vind ik nu wel een goede vraag. Ik denk het ook niet. Ik denk het toch niet, omdat dat Lierse was dat, dat heel lokale, dat heel charmante. Dat van Union zou ook heel uniek geweest ja, ja, zijn. Zeker uniek. Maar, maar op niet, een andere ja. geplande manier. Snap je wat ik bedoel? Dus die toch meer, ja, de, de, de evolutie van het voetbal zit daarachter. Ze zijn met data bezig, met heel veel buitenlandse spelers. Dat Lierse was echt dat super lokale verhaal. Alleen, ja, ja. als je op het lis komt, dan, dan denk je echt niet van hier speelt de kampioen. Maar ja. dat maakt het net zo, ja. zo, zo mooi. Hm? Dat net daar. Een ploeg heeft gespeeld die de beste van België was en dat ook terecht was en dat allemaal lokale jongens was. Nee, ik denk, denk niet. Ik denk Zulto de is er misschien dat nog iets bij Dat was er bij, denk ik, als, als, als uh, sprookje. lokale ja. club. Bij ons ja, waren van de twintig kernspelers vijftien, ja, zestien die in eigen jeugd ja, hebben gespeeld. Union zit, met alle respect, Brighton achter. Ja. Die hadden al... Zouden dat budget, zijn geweest? budget is helemaal... Nee, maar dat fantastisch... Als een underdog ja. kampioen ja. wordt... Uh, met fantastisch voetbal. Ja, hè? We aanvallend, wel voetbal, ja. Voetbal, ja. aanvallend voetbal. Ja, dan kan je niet anders dan voor de underdog zijn. Maar dat was totaal iets anders dan, dan, dan hmm. uh, Lierse qua budgetten. En, en... Maar wat hij daarnet zei, dat, dat vind ik dan, dat is zo. En dat is niet de schuld van de spelers, hè? De, maar de schuld van de bestuursleden die na zo'n titel ervan uitgaan dat Lierse vanaf dan een topclub is en zal zijn en moet zijn. En ook de komende jaren moet meedoen om de titel. Maar dat hoeft helemaal niet, toch? Hmm. Nee. Je moet je limieten kennen. Zij werden kampioen, alles zat mee, die selectie zat top in elkaar. Gaat met gerits een topcoach? Ja, valt dat uit elkaar, gaat terug naar de middenmoot. Maar ze bouwen daar een nieuwe. Dat is tribune. wel heel moeilijk: ja, he. ja. Ja, business seats tot en met. Ze hebben ook gewoon Goed. verkeerde keuzes gemaakt in wie ze allemaal zijn gaan halen. Ja. te veel geld uitgegeven gewoon ja. te veel verwacht van wij Zouden... blijven aan de top. Zouden... Dat is doodzonde. In het jaar voor het kampioenjaar hè, want vanaf Gerrits is gekomen zaten we bijna altijd rond de Europese plaats. Hè. Het eerste jaar Europees gespeeld, tweede jaar net op doelpunt saldo. Op dat moment moet dan proactief denken en zeggen van oké okay, als we dit elftal kunnen samen en verleng die contracten al op voorhand. Maar dat dat was zo ja altijd bij Lierse, de laatste moment hè, de, de Grote contracten die werden direct verlengd. Maar de, de jeugdspelers ja, die gaan toch wel tekenen. Maar op een gegeven moment komen er wel eens clubs van, van buitenaf kijken. En daar hebben ze zich wel een stuk om mispakt, Maar je zegt ook, die tribune heeft hun enorm veel, hm. veel geld gekost. En het is jammer hè, dat, dat het nu eigenlijk in twee stukken ligt, hè, Lierse. Hè. Ah, Klopt het dat je ooit gezegd hebt, ik zou nooit trainer kunnen worden van Lierse? Emotionele band? Uh, nooit... Dat is een groot woord, maar dat, ik zou dat wel moeilijk vinden. En nu dan? Want ja, nu doet Tom van Imschoot dat goed, denk ik. Dus, nee, maar ik, ik vind het moeilijk om um, een club waar dat je eigenlijk alles waar dat je nu voor staat als uh, voetballer, trainer, uh, tv-gezicht, et heb, heb ik allemaal een lierse te danken. Dus de, de, er zijn veel mensen die vergeten eh, van waar ze komen. Ik ben nooit vergeten. Heel mijn familie was toen ik... Geboren werd al en van mijn, waar je al iets meer uh, herinneringen hebt, van mijn vier, vijf jaar, ga ik gewoon mee naar de Lierse kijken. Dus mijn droom was als kleine jongen altijd om ooit bij Lierse te mogen spelen. Dus dan is dat en je ook. Je bent daar kampioen mee geworden. Ja, What dan heb je dat spel wel uitgespeeld. Ja, dat is klaar. Nee? Jammer, ik ben op mijn tien jaar uiteindelijk van Ternes naar Lierse gegaan en ik ben in elke reeks bij Leersche kampioen gespeeld bij de minime, bij de kadetten, bij de scholieren, bij de UEFA's, bij de reserve en bij de Amai. eerste ploeg. Kan dat gefact-checkt worden? Dat kan waarschijnlijk niet. <laughs> dat denk ik niet, nee. <laughs> nee, maar dat is echt waar. Dat is wel, dat dat is echt. En crazy. dan kom je op je 18 jaar bij de eerste ja. ploeg en dan is dat wauw. Maar dan, op een gegeven moment, ja, dat is, uh, is met alles zo. Ja. Uh, je, op een gegeven moment worden ambitieuzer en ambitieuzer. Maar ik ga nooit vergeten: het is niet omdat toen uh, de voorzitter. Uh, mij niet hè, wilde geven of, of niet wilde verlonen. Hè. Wat te veel wij... gaf achteraf? Ja, dat was een ondervoorzitter. <laughs> hè. Uh. Dat was een onder... Ik zeg ook niet dat dat de, de juiste weergave was, maar ik bedoel, dat mogen we ook niet op de club afschuiven. Nee. Uh, maar ik ben later ook om de cirkel rond te maken terug naar Liers gegaan. Ja. Klopt, toen het ook heel moeilijk was uh, voor Liers. Dat hm. herinner ik mij ook nog heel goed. Ja. Maar uh, <laughs> de volgende stap was wel Goda. Ja. Hoe moeten we dat inschatten? Hoe, hoe was Roda toen? Waar die goed. Roda was toen top vijf. Ja. Oké, okay. top 5. in Nederland. heel beter dan nu. Ik denk, uh, het, was het nu in 1995? Zijn die tweede geëindigd of zo? 1995, ja, dat kunnen we wel, kun wel factchecken. checken Dat kan ik factchecken. zijn ze, ik denk, Garcia, achter, achter Ajax geëindigd. <laughs> maar Roda was op dat moment... Was, uh, stabiel, stabiele, he? Heel top, stabiel. Top 5. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Want het... Uh, eerste jaar naar in 1998 speelden wij de laatste speeldag op RKC. En als we daar wonnen, uh, speelden we de derde plaats voor aan de Champions League. In 1995 zijn ze tweede geworden. Ja. 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 Oké. Okay. Dus dat was altijd zo rond. Uh, en het, het rare is: het jaar dat we de Beker hebben gewonnen, was, was eigenlijk het eerste was dat je het eerste jaar? Nee, het eerste jaar uh, was met Martin Jol. En die is dan na de winterstop uh, uh, uiteindelijk ontslagen. En dan is Theo Vonk gekomen. En we ons gered. Het tweede jaar is vergozen gekomen. En we direct Europees voetbal gespeeld. Um, en het derde jaar hebben we een beker gewonnen. Ja, en toen zijn jullie achtste geworden. Ja, het derde achtste. Jaar, Tweede jaar, vijfde. Maar dat was eigenlijk het, het jaar dat we uh, met de Europees voetbal ook... Hey, moesten we moesten natuurlijk heel veel wedstrijden spelen. En op een gegeven moment zat de motor een beetje in. En dan heeft... Uh, Vergoosde de groep bij elkaar, een aantal hadden en uiteindelijk hebben we dan toch nog. Uh, maar er was ook altijd een, een enorm sterke Belgische link. In ja. Roda JC, hè? toen jaren dat het daar heel Gezellige goed ging, club. zaten er altijd drie, vier Belgen in die basis zelf. Toen jij er zat ook, denk ik Peter van Hout, Valgaren. Van der Rijden? Van der Rijden. Peter van de Rijden. Dan zat Jan-Pieter Martens er nog? Ja. Dat weet ik niet. Ja. Ja, zat hij er van ook van nog? Ja. op de bank? Jonge Pino, Pino Canale? Pino Canale, ja. Een goede vraag. Die zat daar toen op de bank, want die is ingevallen in de bekerfinale. Tom Souta. Ja, ja, ja. ja, maar dat is het laatste, zeg maar in het begin. Wat, wat, uh, Maarten Schops zat er toen. Schops? Ik denk dat we toen. zeven. Ja, zes ja, ja. of zeven Belgen het ja. dus die, die scouten heel van. hard op die Belgische markt. En daar ja, deden die succes. toen zeker hun voordeel mee. Hè, omdat die markt werd misschien door de topclubs in Nederland nog wat links uh, laten liggen. Ja, ja, maar Roda ja. deed dat heel goed. En Vergozen was ook wel gewoon een hele goede trainer, Top. denk ik. Je kunt ook, ook, ook achteraf zeggen, als je ziet wat hij ook nog bij Genk heeft. Allee. Gedaan. Dat zijn eigenlijk de twee trainers waar ik van zeg... Gerrit okay, heeft een stuk mijn carrière gelanceerd. Maar als je praat over mens, coach, complete pakket... dat snappen ook is gewoon. ...is het sefergo's. Uh, uh, ja, dat zeggen heel veel ex-voetballers die met hem gewerkt hebben, dat hij gewoon een heel sympathieke man was, die het goed voor had met het welzijn van zijn spelers. Maar kon ook boos worden. Ook... Ja? Ja, wel, 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 Want dat geeft hem wel. niet, hè? als nee, je nee, ziet. Nee, 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 kon ook wel boos worden. Je hebt zo opa-vibes. Ja, dat, vriendelijke opa, ja. Ja, maar toch, dat, uh, nee, nee, dat, dat, geloof dat ik. kon u toch, wel, daar kon u toch wel, uh, wel om iets pakken, maar het was wel, uh, het was een ongelooflijk uh, ja, gezellige club, die ja. top 5 speelde, maar ook nog Iedereen echt wel bij elkaar voorzitter, uh, Fantastische mens. Nol Hendricks. Ja. Je praat over een zakenmens, Joost Valgare. En ik zijn op dezelfde moment gekomen, in juli 97. Hij heeft goed geld verdiend aan ja, jullie. Ja. En hij heeft uh, voor de Joost 150.000 150. euro betaald. Huh? Dat was toen nog 300.000 gulden. En ik ben gratis gekomen en we zijn samen verkocht voor 13 miljoen euro, drie jaar later. Mooi. In een periode waarin de transfersommen helemaal nog niet zo hoog lagen als nu. Toen 7 miljoen. Dat was enorm Ja, ik denk een Penza was een duurste, een Penza. En Joris toen als Celtic gewoon voor iets minder dan 6, denk ik. Maar op dat moment denk jij toch ook van, wat is hier aan het gebeuren? Jij wordt bijna een van de duurste Belgen De tweede duurste Belg, nee, een dat klopt. Dat is toch gek? Ja, en Ronald Koeman, die je echt wat wou hebben. Ja, ja. Want die was toen trainer bij Vitesse. Ja. Belde ja, je dan van Bob? Jij wordt mijn een target man. Ja, Koeman heeft me gebeld. Dat was toen we speelden met de nationale ploeg vriendschappelijk in Bulgarije onder Wassage. En het mooie was, ja, ik was al benaderd door Vitesse, maar ja, Roda, Severgozen wilde me dan ook wel overtuigen om te blijven, want ze hadden toen al uh, Anastasio gehaald ook dus van van Andeligt. En de bedoeling was om met twee spitsen te gaan spelen met uh, Anastasio en. Uh... Dat zie ik wel niet jullie twee van voren. Ja. Maar Sif had daar toch wel een ding en zegt jullie kunnen met okay. twee, want Peter van Hout is toen om een gegladbak gegaan denk ik. Ja. En, um, maar uiteindelijk uh, had ik dan al wel wat contact en uh, in Bulgarije heeft toen uh, Ronald Koeman uh, mij gebeld om, om te zeggen van kijk ja ik, ik zou willen dat je naar ons komt. Want Gerrits zat toen bij PSV en die had, we hadden de Supercup heb ik nog met Roda gespeeld TPSV. PSV. En Gerrits zei oh, je mocht niet tekenen, want van Vanistoro was dan tegen alle verwachtingen ging die weggaan. Maar die zat er nog wel. En Gerrit zegt, je moet naar PSV komen. Ik zeg, jongen, ik heb wel mijn, ik heb mijn woord gegeven aan Koeman. Uh, aan wel balen. Ja, ja, maar ja, oké. Okay. Van Nistelrooy zat nog bij PSV. Dus het was Van Nistelrooy nilis nog bij PSV. Uh, met ja. alle respect voor Bo Peeters, maar... Ja, maar weg <laughs> dan nog, Ja, maar ja. Die was toen met zijn kruisband, die ging terugkomen. En Ferguson heeft dat risico gepakt om die... Om die toch te nemen. Om die ja. toch te nemen. Voor hetzelfde geld bleef Van Nistelrooy er nog twee jaar ja. zitten. Hè? Dus, dan ging ik uh, niet Peters zeggen. Worden. Nee, dat wou ik zeggen. Dus, uh, en ik was gewoon u van alles... U weet dat dat geschiedenis geweest Ik, ik was, was, was gewoon van weten. alles te spelen. En, en ik denk, ja, ik moet, hè, ik moet uh, uh, voor Vitesse kiezen. Maar Vitesse heeft ook wel de hoofdprijs betaald hè, voor u. Misschien ja, had de PSV dat nooit he. willen doen. Ja, he. he. dat uh... Ja, nee, maar vooral het, het, uh, het, het contract toen bij Vitesse, was, uh, dat ging PSV ook niet, voor mij, hè, voor mij niet betalen. Ja, voor Vitesse was je dan absoluut een topspeler. En bij PSV ja, waard je ja, was je een niet om erbij ja, te raken. Ja. Ja. Maar Vitesse leefde een beetje boven de stand, toch? Ja, gezegd, want ze Vitesse was een, een prachtige ze... club, maar die hadden toen niet uh, ja, een van de tweede of derde budget in, in Nederland. Maar ja, inderdaad, uh, een beetje boven de stand. Want toen ik daar tegen had... Die was vijf... Albers? Ja, uh, die was net ja. weg. Die was net uh, weg, maar ik tegen dat. Die hadden 25.000 abonnees, hè. In de, in de nieuwe. 2000, oh. he, in in de, 2000 Ja, he. de nieuwe Gelderdoom, speciaal gezamenlijk ja, voor ja, euro 2000. Je moet, als je in 2000 25.000 ja, abonnees. Crazy, dat, is, dat, is, dat is waanzin. Dat was echt een. Maar een dat halen ze groep, nu ook hè? niet meer, hè? Er zitten nu maar 12.000 ja. 13 13.000 man ja. gewoon. Ja, niet eens nee. Toen zat er altijd 27.000 man. Ja, en ook een heel sterke ploeg, hè? want ik denk wel dat je daar wat ge underperformed als ploeg. Ik denk ja. dat er daar meer in zat als je die naam. Ja, maar bekijkt. Ja, in het begin ging het goed met Koeman. Hebben we Europees ook uh, het goed gedaan, onder tegen, tegen Inter Milan en zo. Maar dan is Koeman uiteindelijk uh, op een gegeven moment naar, uh, naar Ajax vertrokken. Hè? En toen ja, was het financieel uh, een probleem. En dan hebben ze heel veel moeten verkopen. En op een gegeven moment liep ja, die club echt leeg. En dan, uh... Ik had geleerd dat er voor u ook interesse was van Werder Bremen. Ja. En Milwall. Ja. Waarom Milwall dan? Omdat weer de Bremen was eigenlijk. Uh, we hadden uh, was toen, ik denk Thomas Schaaf of zo was er toen trainer. Ja, Dat en kan die, die, uh, altijd, die altijd al... trainer geweest. Ja, dat nee, ja. kon, ja, ja. kon net zeggen. Dat, ja. Ja, die had ja, geïnformeerd. En uh, maar uiteindelijk, ja, ik. ik ik zat goed bij Vitesse, ik had er een contract van uh, 5 plus 1. We mochten me vijf jaar tegen, maar het eerste jaar is dat dan opengebroken. Dus ik, ik had vijf jaar contract nog, dat was nou het eerste jaar. Dacht ik van oké, okay, ik zit hier goed, alleen ja, op een gegeven moment dan uh, de financiële problemen. En toen zijn ik beginnen sukkelen, ook met, uh, dan had ik een uh, stressfractuur in mijn uh, navicularie, een middenvoetbeentje opgelopen. En dan uiteindelijk, uh, na een operatie, heb ik de Wereldbeker eigenlijk in, in Japan en in Korea doorgemist. Uh, en toen, ja, werd er preme, was eigenlijk het jaar ervoor. En dan is Milwall gekomen. En ik zoiets van oké, ik kan hier ook niet bij Vitesse blijven, omdat ik een heel zwaar contract had. Mensen hebben voor mij veel gedaan, uh, dus we moeten een oplossing zoeken. En ja, oké, okay, uiteindelijk in Milwall dan. Uh, maar hoe was overpakt. Milwall? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja fantastisch, alleen heb ik daar heel hard gesukkeld met, met, met mijn voet, maar qua, qua ja, het is sfeer en ja, Londen, Londen voor het leven was het fantastisch ja. maar ook als club hè. Dat, is, dat, is, ja, dat is een echte die hards ja. die uh, uh, voor een tegenstander heel vijandig zijn maar ik ja, het zijn wel ja. hooligans, hè? Ik ken Millwall van de films, hè? de hooliganfilms. Mm. The Firm, denk ik, gaat over uh, Millwall Westham ja, ja, ja. Uh, hooligans. Ja, Millwall is al... echt bekend voor hooliganisme. Want toen dat ik, tegen, toen denk ik bij Millwall speelde, was uh, uiteindelijk Dennis Wise player manager geworden. En uh, toen kwam die film uit. En we waren, iedereen was uitgenodigd, hè? Maar, nee, mocht niemand mocht je al zien, hè? Nee. <laughs> ja, maar ja, dat snap ik. Dus uh, ja, de spelersgroep, Allee, heel de selectie was uitgenodigd. We hebben allemaal... Uh, uh, aangetekende brieven gekregen van uh, als je daar naartoe gaat wordt het contract stopgezet. Hoi. Maar, maar ik aan is me toen ook niet bekend. Naar nou beneden die jij daar zat? Ja, en, ja dat was eigenlijk... Uh, toen hadden er heel veel stadionverbod. Het is eigenlijk de jaren ervoor was een heel zwaar uh, rel geweest. Het was uh, Millwall-Westham waar het nou, film Westham, eigenlijk hè? over gaat. En waren er drie uh, mensen gestorven. Twee van Millwall Pff. en een uh, van uh, West Ham. En toen begonnen ze brieven rond te sturen van hè, het was Westham-Millwall Wol van uh, It's too one for them, let's make it a draw. Dus en, en toen Pfft, hebben ze uh, mensen gaan uh, uh, nee, ja, weeren uit de stadion eigenlijk. Maar voelde dat in die club? Dat is dat zo nog da Allee, dat, dat. Ja, die dat, brieven en zo. Dat dat meer die hard is dan op een ander. Allee, je ja, voelde dat? Nou, dat. Dat is echt een harde kern. En daar zit pak 15.000 man, maar als je die bezig hoort, dat, ja, dat is precies, er zitten 50.000 man. Alleen uh, het, het, misschien, ik, ik, had, ik vertelde straks over, op standaard was geweldig, maar we hebben de eerste wedstrijd West Ham-Millwall. En dat was dan, er kwam dan 45.000 man op en ze moeten 10% voor de tegenstander voorzien. Dus dat pak 40.000 man van West Ham en 4,5, 5 en van, van uh, Millwall. Nog in staat, Park. Ja, in Upton Upton Park, dat U staat allemaal achter de goal. Maar er waren er 8.000 in West Ham, maar die wedstrijd was om 12 uur omdat, voor de veiligheid. Maar er stonden er nog een paar duizend buiten, dus op een gegeven moment hebben ze zoveel volk er binnen gelaten, om, anders breekt Wereldoorlog 3 uh, uit. Oh, en van en anders buiten te veel ruzie. Ja, ja, zeggen van, we moeten er nog in die hebben, dus ik zal zeggen, de, 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 er kunnen er vijf en half op, maar dan mogen er vier en een half uiteindelijk voor de veiligheid op. En ze hebben dat vak gewoon helemaal volgestoken om... Oh. Anders, ja, buiten, als die dan niet binnen mochten en dan waren heel veel valse tickets in omlopen en, uh, Maar... Crazy, Daar de eerste tien minuten, dat is gek. Ja. Als die mannen 40.000 blowing bubbles en die pakt 6.000 no one likes's, dan uh, moet je wel met kunnen omgaan ook als speler. Jawel, ik denk, ik als heb toen wel een goede een gespeeld. Maar ik bedoel, en ik dacht je de goede... gepakt. <laughs> nee, maar echt, maar dat was echt machtig. Om, ja, Blowing Bubbles vind ik sowieso al een Tof, fantastische, ja. hè, je komt in die film ook, maar dan de, 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 ja, de rauwe Millwall-kant die dan alleen maar zingt van No one likes us, we don't care. Oh. En constant tegen elkaar en die 6.000 proberen even na te zien als die 40.000, dat was echt, uh, dat is, moet ik echt wel zeggen, dat, dat, dat is een, een aparte ervaring. En heb je ooit iets meegemaakt dat die harde kern niet eens op de training stond? Of zo, als het niet goed ging? Of was nooit ben, tegen de club dat we de spelers, nee, of die kwamen nooit. nooit op training, omdat die traininground lag helemaal aan de andere kant. Uh, ik heb het wel een keer meegemaakt bij Vitesse. Uh, okay. Het laatste jaar, hè, het was dan ontkappelen, en we speelden tegen NEC. En NEC en Vitesse. Right. En vorig jaar is er toch een tribune ingezakt. Ja, juist, juist. Ja. Niemand had iets voor. Ik stond, uh, stond, uh, vond daar uh, raadsel dat niemand stond, geblesseerd was. Dus. Er stond een container onder. Hè. Ah, dus, ja, en daarom. die heeft die een eerste schok opgevangen. Als er geen container, dan... Heb uh, je dat dan... filmpje gezien? Ja, ja. staan staan te springen naar voren en boem. En we speelden, dat was in 2002, denk ik. Oké. Ja, 2003, ik wil het kwetsen. En ja, we moesten spelen om erin te blijven. Financieel probleem bij Vitesse. En we speelden, we trainden op Papendal, waar ze nu nog trainen. En dag daarna thuis tegen EC. En we zijn aan het trainen. Geert Klaassens was er ook bij. En... Uh, we zijn een training trainen ineens, jongen. Stoppen er. Ik overdrijf niet. Vijftig auto's. Mannen... Een radia eigenlijk van fans op het trainingscentrum. Allemaal met bivakmuts. Uh, Die komen God. op dat veld, jongen. Shit, jongen. Er hey, waren er twee, driehonderd. Ik ben geen bangerik. Maar toen... Toen ja, heb ik hem ah, toch ook moeten dichthouden. Je weet niet wat die en, van plan was. roepen. En ja, die mannen he? waren ja, roepen. en. Van, als vuur bedullen. of zo. Ja, ja, ja of? die mannen kwamen, maar die kwamen echt op dat veld. Hè. Die bleven niet <laughs> rond, Die kwamen op het veld. Dat was Theo Bos. Hè. Dat was dan Mr. Ja, Vitesse. Ja, en Edward Sturing. Die waren de twee trainers. Die hebben dat wat kunnen kalmeren. Gelukkig hadden die dan ook. Maar ik kan u verzekeren, dat stopte allemaal naast elkaar. Goh. En eerst die stappen uit. En in elke notte zat er een stuk of vier, vijf in. En die komen allemaal zo zwarte dingen. Bij. En. En allemaal van we willen bloed, zweet en tranen ja. en, en uh, NEC dit, NEC dat en op dat veld. En Theo Bos bleef vrij rustig. Maar ja, dat was natuurlijk wel uh, die, een icoon. Die gingen ze niet aanvallen. Maar uh, Gertje Klaassen. Die, mm -hmm. <laughs> die zei: Lange, lange. Zei, ik ben hier niet op mijn gemak? Ik zeg, Ja, Gert, we moeten rustig blijven. Maar ik kan nu wel zeggen dat dat doet wel iets met een mens. Ja, ja. En het mooie was: tot nu toe ze die van het veld gekregen en dan ze die allemaal achter een, een doel gezet. En Edouard Sturing was training, hij had het lumineuze idee, we gingen afwerken doen, no die goal. <laughs> dus elke bal dat ernaast ging, oh, oh, oh. kregen daar van alles naar Ik kan u zeggen, ik heb nog nooit zo scherp afgewerkt op training. Was echt, elke voorzet dat kwam was echt van, ik moet je hier die, goed aan Ja, dat was echt, dat was toch wel intimiderend. Ja, ja. Echt wel <laughs> intimiderend. Oh, hey. En die match dan? Tegen Uiteindelijk 2-2 of zo. Ja, en wel waren ze wel, wel content mee, of? Ja. Het was ja, wel met ja, bloed, zweet ja, en tranen. Ja. We zijn er tweeën voorgekomen gekomen, ik denk één-één of twee 2 twee Dat jaar zijn we er uiteindelijk nog wel in gebleven, maar... Dat was toch... Uh, dat dat te... kun je je nu ook niet meer voorstellen, hè? dat je zomaar... één uh, op... ja. Of één ja. Af ja. en toe ja, lees het toch nog. Hè? De, het maar blijft zijn er ook, hè? Zijn er ook blijven. In Lissabon hebben we dat ook... Uh, wie was dat ja, toen? Bij, Bas Dost zeker? Bas Dost, uh, ja. Die, uh, ook, die zijn gaan lopen toen daar. Toen drie er al zat, dus dat is niet zo lang geleden. Daar ook? ja ook, oh, uh, maar dat lijkt is ook zetten. zo met die, met die bivakmuts. Dat is toch wel. Ik weet wel niet uh, wat ze doen. Ja, ze doen dat aan om niet herkend te zijn. Dus je denkt dat ze wel van plan zijn om effectief iets te ah. doen. En niet even komen zwaar kom, Ze willen geen stadionverbod. Maar hetzelfde geldt er een zot. Hè? Ja. Maar ik had, ik had als trainer gezegd: van, gewoon, het is goed geweest, we stoppen. Maar dat, ik denk dat, ik dat de, de, stu de sturing niet durfde stoppen. Ja, kom, jullie zijn er ook was. maar net in gebleven toen. Hè? Ja, ja, ja. Ah, echt zot eigenlijk. Ja. De laatste wedstrijd tegen Willem II, maar denk ik, moesten we winnen. Of anders. Uh, maar ja, dat is toen. Dat ja. was ook het jaar. Dat, dat waren de financiële problemen. Maar die maar... punten nog. Zwolle 32 punten die degraderen. Groningen 32 punten. Net niet gedegradeerd. En jullie hadden 33 punten. Dus mm -hmm. dat is super close. Als ja, voilà. dus je dan al zijn... zo'n supporters ja. hebt. Ja. Pot... <laughs> ik vind dat Potvader wel een enorme toevoeging hey, vandaag. Kijk. Bedankt. Um, ja, nu ben ik. Wacht hè. <laughs> <Seriously>? <laughs> ah nee, maar je hebt ook nog een record met Millwall. Een record met Een V-cup finale. Ja? Sinds de invoer van de Premier League de eerste ploeg ooit die niet uit de Premier League kwam. Ja? Mooi. Maar je hebt er wel niet gespeeld? Nee. ik ben, was ik geopereerd zonder voet. Heb je in de rondes daarvoor wel gespeeld? Ja, in het begin, hè? In het begin wel, ja. Maar um, dat was uh, het, het grote Manchester United. En het rare je was... Hadden, we hadden speelden... 16 blessures of zo of ja. en Maar ja. ja, maar dat was over heel de kern. Maar het, 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 het probleem was... We stonden in de top 6 om play-offs te spelen. Want eigenlijk was ambitie uh, over de kern ja. om over te gaan. En ik denk dat we derde of vierde staan. En zoals ze in Engeland zeggen, two games in hand. Dus eh, nog twee in alle wedstrijden. En we stonden zes punten voor op de zevende. Dus met nog twee wedstrijden, als je dan één wedstrijd wint, dan uh, kun je, eh, loopt er negen punten uit. Maar in Engeland is het simpel: uh, uh, ze spelen dan nu de EV-Cup finale, maar alle kaarten, alles loopt door. Dus iedereen was bang om zijn geel kaart, om de cupfinal ah, ja. was toen in, in Cardiff, ah, ja. hè, want Wembley was onder construction. Maar iedereen was bang om die uh, finale te missen. Dus wat, wat deed iedereen? Die gingen Schlechtes allemaal spelen. op uh, 50, 60 procent spelen, waardoor dat we in de competitie, op een gegeven moment, ik denk dat we negen of tiende zijn geëindigd uh, in uh, 2005, denk ik was dat, of 2004. 2004, ja. Ja, en ik denk, wat zijn we geëindigd? Tiende? Elfde? Uh, Admin. Ik ga even kijken. Uh, maar wij hadden gewoon kunnen promoteren, We hadden echt zonde. kunnen promoten. Ik denk dat we derde ja. of vierde stonden. Hè? We waren echt on een run. Ook in de, in de beker. En iedereen, ook supporters, hadden zo het gevoel van Manchester United gaan we ook wel even pakken. Mm -hmm. jullie, zijn, jullie zijn tiende geworden. Jawel. Tiende, ja, de geïn, de tiende op nog... vier punten van de... Van de zesde plaatsen van de. Vier voilà, punten van de playoffs. Ja. Play en wij hebben toen. We stonden derde of vierde. We hadden oh. altijd. Als wij gingen finals spelen. spelen we. Ik zeg niet dat we promoveren. maar spelen we altijd uh, playoffs. Voorop te gaan. was gewoon eigenlijk. Tiende worden in de Championship. maar wel Europees spelen. Ja. <laughs> ja, uiteindelijk ja. Maar ik had liever toch meegedaan voor de, voor de playoffs. Maar, maar dat is toch de allergrootste match in uw carrière. die je gemist hebt? De Cup-finale. Ja. Dat, maar uh... ik was er wel. Ik zat mee. In een schoon kostuum. In een schoon kostuum. Hè. Ik was wel. Uh, Krijg je wel zo'n zilveren medaille? Ik weet dat niet. We hebben toen wel een medaille gehad, maar ik weet niet. Ja, ja maar dat hebben we nu toch bijgehouden. Zijn, dat weet ik nu. Alleen even in okay. de finale, ook met de tweede kant. Heb, we hebben inderdaad zoiets gehad, denk ik, maar ik weet niet meer wat. Dat, moet de, uh, ja, dat, dat ligt is... ergens toch nog op zolder, hoop ik. Dat kan, maar... Ja, nee, ik ben er niet zo voor. Ik weet alleen dat. Dat is wel een. Dat Daar dat hou ik dat meer bij. Wij hadden. We speelden dan met, met, met Ronaldo, met, met, met Gix, uh, Scholes, eh, uh, Van der Sar, wie stond er Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, eh, want je scoorde twee keer, denk ik. Uh, Rooney. Uh, Rooney was er was in de bellen, weet ik niet. Um, dan was Ronaldo er ook niet bij. Ja, Ronaldo was er. Uh, Ronaldo, 100% procent. Ja, dat ga je wat, niet vergeten. Wat wat we hadden een linksbak, wat een linksbak en die um, uh, En die kon er niks van, Nee, we <laughs> je het <er> nog dan <laughs> weer? I feel. Ryan, hmm. een ier, ik weet niet meer hoe dat, dat we met dat zijn achternaam noemen. En die speelde tegen, hè, die moest tegen Ronaldo. En die was, maar het was warm en, en ja, door die, die hoge tribunes, ja dat is echt wel bakkend. En natuurlijk ja, Ronaldo was nog de flitsende Ronaldo. Hij was 17, 18 jaar, hij was overstappen lopen op die ja, honderd overstapjes. Op het begin in Rabona zo. Hè, <laughs> en Scholes en like, schools, er, kopte, en, schools, <laughs> en op de latte. En alleen Ryan. Robbie Ryan. Robbie Ryan, Robbie Ryan, zo was de Robbie. En de Robby, dus een andere die dribbelt en die doet zijn Rabona. En schoolskopje op de lat. Maar wij zaten allemaal, er gaat de bank en wij zaten er allemaal achter. En, en wij zo... come on, Robby, you're doing all right. En de Robby de Robbie zo heel, die kijkt zo door die bank en zegt, ook een Ierse man. Is het allowed to give a cross like that in de cup <laughs> 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 En we Robby, kom op, kom op. <laughs> en onder de rust, staat, wat het idee? Hij zegt, weet je wat? maar gaan Robby en rechts een bak zit. Dus, komen op, tactische omzetting. Nee, nee, nee. Robby rijden, rechts een bak en Rolando hier links maar. <laughs> <laughs> en die Robbie, die kwam ze door de vibe so, Oh, not again. Ik zeg, en Robbie, you're right. I'm breathing out of my fucking ass. <laughs> Fantastisch. <laughs> want die jongen heeft er al helemaal achter. Ja, die was echt toppen. Die was echt toppen. Ja, ja. I'm breathing out of my fucking ass. Die jongen die was wow. ja, 60 minuten, was hij helemaal op. En hij heeft hem een modderige bak gezet. Of linksbakje zit en is, is Ronaldo terug op rechts wil spelen. Maar dat middenveld ook Keen. En, en mooi was Keen en Dennis Waai hadden nog rekeningen openstaan. Die hebben we aan het schoppen geweest op elkaar. Dus, uh, dat was het. Ja, maar dat ja, waren toch wel schools ook. Die, pff, maar Dennis uh, ja. Waai, speler-manager, dat is toch ook zot? Dat is toch uniek? Hij is een legend van Chelsea in het elftal. Maar hij was toen nog niet de, was meer een speler hè, de, dan, dan, dan een manager. We hadden eigenlijk onze trainer die, die trainingen gaf. En op papier was Weiss wel de, de manager. Maar dat was Ray Wilkins, zal oh, ja. En dat was wel, uh, was wel een klasbak. Hmm. In, uh, want jullie hadden ook Tim Keel. Tim Cahill. die heeft Goeie toch ook speler, een speler. Goed, hij ook nog een heel op middenveld. Dan. Dat was de 10. Dus het was een infiltrerende middenveld. Ja. Maar Timmy was, uh, was wel een goede goede kerel. Heel een toffe gast. Hm. Hoort je die ooit nog? Of een van die mannen van? Uh, van die mannen? De, nee, dan Tony Warner, de, de keeper toen. Die is dan later ook nog. Uh, ik weet niet meer cardio of dingen gaan. Die, die af en toe stuurde je nog eens een berichtje zo. Uh, maar is dat is nooit een reunie van de, de cup final. Ja, de cup final. Of, Legends. Ja, nee, weinig. Maar dat is gewoon ook in het voetbal, uh, is, dat, is dat gewoon moeilijk. En ik moet ook ja, eerlijk toegeven, ik, ik heb daar ook niet zoveel mee. Dat zou niet gaan misschien. Misschien om Millwall nog wel eens, omdat ik er nog wel eens wil komen. Maar ja, ik heb daarna nou dan ook bij Charlton gezeten. Heb ik nog tegen Millwall gespeeld. Uh, maar... Ja, maar ja. bij Milo snap ik dat nu nog. Maar bij Lierse bijvoorbeeld, daar, daar zijn ze toch wel veel korter bij betrokken. Als ze daar iedereen bij inroepen, dan gaat nee, het er niet daar ben niet ik ook nooit naartoe gegaan. Ik, ik, ik heb niet veel meer in juni. Moet ik, ik gratis maar... drinken? Ja. Maar zo, want bij in Nederland, is dat bijna nou elk jaar, hè. In, 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 in Rode Viet, Dat dus is ook te veel van het goede. Ja, nee, maar... Of, of om de twee jaar. Of, maar ik heb daar niet veel mee. Ik zou wel eens een wedstrijd gaan kijken. Of zo. Dat wil ik wel, maar zo echt zo... Reunies en, en daar. Ja, oké. Okay. Uh, waarom wilde je terugkeren naar België? Ik heb gelezen dat je echt graag terug wou en dat we Westerlo interesse toonde. Ah, toen naar na Millwall. Ja, um, in, in mijn tijd ja, was, was, was in Millwall. Ja, nee, ja, nee ik doe wel stapjes naar voren en terug even, naar achter. Huh? Um, het probleem was, ik, zat, ik, met mijn, ik, ik had mijn voet in Engeland laten opereren, in Londen. Uh, die chirurg, dat was iemand die het Beckham, maar die was nooit geopereerd. Die had Beckham verzorgd en die was altijd nog bezig over Beckham. Ik zei, een ja, meneer, het gaat over mijn voet, niet over Beckham. Want dat ging toen voor de wereldbeker uh, hè, uiteindelijk, of Europees kampioenschap. En op een gegeven moment, uh, de voorzitter van Millwall vertrekt en er waren financiële problemen. Uh, en toen had er... Uh, Ado Den Haag was toen eredivisie. Die hadden bij Milwol geïnformeerd um, om mij over te pakken. Maar ik, op, ik had zoiets van: oké, okay, ik heb al zes jaar uh, in Nederland gezeten. en toen was Ado nog de club. Hey, met de met, uh, supporters lag dat toen. Uh, oké, okay, wat gevoelig, laten we het zo zeggen. Uh, en uiteindelijk um, heb ik dan met Nico van Kerk over gebeld, zelf. En die was, uh, speelde onder helpputten bij Westerlo. Ja. Ik zeg Nico, kijk, uh, uh, de manager was heel open geweest en zegt Bob, kijk, ja, uh, we moeten echt gewoon saneren, we moeten uh, dingen, de, de duurcontracten uh, laten gaan. Dus dat je een oplossing kunt vinden en die vertelde toen de ado interesse had, ja, meneer, dat ga we niet doen. Heb ik zelf uh, naar Westerlo gebeld en Herman Wijvenaans belt mij en die wilde mij direct overpakken. Maar, en nu had dokter Google moeten komen. Uh, ze hadden toen een spits bij Weselwyn, een Nederlander, Harry. Nee? Gommers. Gommers. Was het Harry Gommers? Ik vind het wel, we moeten altijd vijf seconden nog de tijd geven voor Winkelmans om toch zijn, zijn eer te halen. Ah, ja. ja, dat is toch weer knap geworden. Dat is een natuurlijke Google. Hè? Ja, ja, ik voilà. denk, denk het wel. Hè? Het was Gommers. Ja, Gommers. Sowieso, ja. sowieso. En die ging naar een andere club in Nederland. Maar dat was in nog met een fax. Dat moest nog gefaxt worden <laughs> naar Westerlo ter bevestiging, niet naar MVV. En NVV moest faxen naar Westerlo dat... in euh... 2005? Ja. ja. Dat was dan alleen in Westerlo nog Ja, zo. ja, dat, ah ja zijn okay. de woorden. dat zijn de woorden. Of, of per briefwisseling of whatever. In ieder geval, er was een document van uh, de Gommers dat uh, Westerlo nog niet had gekregen. Dus op een gegeven moment, eh, ik zeg tegen die mannen, en, ja, we moeten wachten, we moeten wachten, we moeten wachten. Ja, en in, in die week, tussen dat de fax of de, die mail of whatever van NVV of de bevestiging van NVV aankomt, eh, kwam Genk. Ja, dat is wel een betere optie, toch? Dat is gewoon een toploog Ja, maar... Ik had zelf contact opgenomen met, met Wessel, waarom? Ik, ik zat ja, na, een, ook vlak bij. na een zwaar... Ja, nee, maar na een zwaar bestuur. Ik wilde gewoon terug voetballen. Ja. Ik dacht van, oké, okay, ik moet een club hebben waar ik terug kan voetballen, waar ik terug mijn uiten maak, waar ik... In eh, het begin eh, was er wel concurrentie, hè? Ja. Ja. Van een Berg, ja. Pakka. Ja. Stojanovic? Stojanovic wel, maar dingen niet Paka nu. pakken was het nu. Okay. Maar uiteindelijk heb ik daar bijna altijd gespeeld, Alleen, ja, dan ben ik beginnen sukkelen met mijn Achillespees en... Uh, maar dat was eigenlijk wel nog een tof jaar. Maar dat was eigenlijk ook zo van: oké, okay, ik was acht jaar in het buitenland geweest. En ja, nu uh, ik was er 31, denk ik, was van mijn 23 vertrokken. Uh, ik had heel veel dan ook gependeld. Nooit echt een. een een thuisgevoel. Een thuisgevoel ja. gehad. Want ik had wel een appartement in, in Limburg. Maar ja, mijn, mijn roots liggen dan uh, in, uh, aan de kanten van Lier. En dan was altijd... Ik had ondertussen ook al, uh, al twee kinderen. Dan was dat met, met alles en, en, en uh, met, met, met wasmanden. En dan, dan bij mijn moeder gaan slapen. Dan bij mijn schoonmoeder gaan slapen. Dus ik was altijd uh, onderweg. Waardoor ik zoiets had van... Oké, okay, ik, uh, ik wil nu terug wat vastgutten. Ben ik nog een jaar nog in gegaan, wat ik ook uh, een heel ja, een leuke club tijd. vond. Ja. ja, maar ook een leuke club. Toen al een goed gestructureerde, georganiseerde club. Ja. Voilà. Ik ga er de eerste kijkersvraag bij nemen. Even vergeten. Uh, T, kent jij nog een andere speler die zich geblesseerd heeft bij het vieren? Buiten mij? Ja, buiten u? Nee. Ik denk het ook niet. Ik nee. wel. Ja. ja, uiteraard. Hij ja, had de kleine snelwers, maar die had zelf niet gescoord. Ah ja, die ook. Kan, ja, die ja. kreeg toch de kopstoot van... Ja, de grijze. Zijn er weer. De grijze, hè? Ja, maar ja, de, de, de grijze. grijze, hè? Ja. Maar ja, dat was een accident de parcours, maar geen spierblessure. Gek kent iemand anders? Engval. Scoort tegen Genk, yes. loopt naar de fans, springt met op zijn twee knieën Jezus. en een van die twee knieën knapt. Huh? Die, sindsdien sukkelt hij er al... Die al twee jaar mee, denk ik. Ja. ja. Dus die springt op zijn knieën en krak. Maar ik vind dat ook altijd. Ik heb dat ook nooit gedaan op mijn knieën. Dat want ik, hè? Maar dat is sowieso om. om... Maar, maar denk ik, je echt je na. Echt... Ja weet, dat, als je scoort. Denk je echt na over wat je doet? Het is ja, toch iets ik, daarover ja, komt hij toch was wat, ook wat niet de speler die, die die... Maar die... jij blesseert je met shotten naar de goal? Of mecht naar nee, 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 nee. de nee. Nee. nee, nee, nee. Het is een veel beter verhaal. <laughs> of ik geef ja, maar, het maar aan u. Want het is al lang. <laughs> het is eigenlijk jammer. Iedereen ziet dat beeld dat Maar dat is een verhaal. Ik kom dus van Millwall. We komen van heel veel. Hoe, ja, ja. In het ja, ja ik moet het even kaderen. Hè? Ja, we hebben nog even. Ja, maar ja, ik moet het vooral even kaderen. Dus ik kom van Millwall. Ja, ik had heel lang gesukkeld, dus heel weinig wedstrijden gespeeld. Ik teken bij Genk. Op een gegeven moment dat was Genk, was uh, zaterdag, uh, waar was dat toen? Donderdag of, 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 of dinsdag. Ja, ja, ja. Hè? Dat was Europees. Dus dat was altijd drie wedstrijden per week. Dus in het begin, uh, ik denk dat ik één wedstrijd uh, op de bank heb gezeten tegen een ander ligt, uiteindelijk altijd spelen, spelen, spelen. Dus we komen uh, op de donderdag het misschien nog wel bekende drama van Litex Lovic dat we ja, uitgaan, ja, ja, ja. Europees, hè, waar Asjos Faze helemaal uh, overdroeien is gegaan. En... We krijgen na de wedstrijd, een dag na de wedstrijd komt Jos Fase, iedereen echt op zijn plichten geweest ook tegen Hugo Broos en dingen van als je nu wint dan zijn de weg en dit en geen, dus iedereen stond op scherp. Dus die weer groep hè, trainers alles bij elkaar en Jos Fase, die zei gewoon als je technisch staf wat je nu wint of als je verliest tegen GBA was dat Goderut. Dus iedereen wow, ik ben echt heel benieuwd hoe dat dan met die blessure te maken. Heeft. Ja, maar, maar goed. Dus ik had Heel veel gespeeld. En ik zei tegen Hugo Broos van... Ja, ik zit op mijn limiet. Ik, ik kom van, van drie wedstrijden op een aantal maanden. Ik zeg... En ik heb er nu zeven, acht gespeeld in, in, in anderhalf maand. Ik zeg... Mijn spieren, mijn, mijn rug... Ik zeg... Ik ben, ja, dat was gewoon... Ik was gewoon al uh, een stuk oververmoeid door uh, te veel wedstrijden te spelen. Dus Hugo Broos zegt tegen mij... Bob, ik pak u mee. Ik zal u op de bank zetten. En als het niet nodig is er niet komen En uh, ik denk dat Van den Berg of Sojanovic, ik weet niet wie dat speelde, zo gebeurt, zo gedaan. We komen 0-1 voor, hè? geen enkel probleem. Soetar scoort 0-1, oké, okay, niks aan de hand. Maar binnen de, op een gegeven moment, op, op, op 5 minuten of 10 minuten tijd, wordt het 1-1 en 2 achter maar ik had tegen Peerden hier gezegd van. Als je mij overweegt in te brengen, laat mij op tijd opwarmen. kwartier, twintig minuten, want ja, ik ben echt zo staven en, en dingen. Ik moet echt wel opwarmen. Ja, 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 geen enkel probleem. Maar ik denk dat de google man een trick kan zien. Binnen de vijf minuten, denk ik, gewoon het 1-1-2-1. <laughs> dus, wat zegt Hugo Broos, Bob opwarmen. En ik ben ontopwarmen, opwarmen, of het was 1-1 en ik ben ontopwarmen. opwarmen. En ik denk. Jimmy die was echt al een half uur ontwarm lopen. Hè? En die jongen is, is niet meer ingekomen. <laughs> en ik heb echt, denk ik, toch zeker een minuut 30, heb ik over het weer gelopen en in je zegt hem vervangen, je komt erin. oké okay. En er is een inworp. Maar ik had het al van het moment dat je van de bank uh, recht stond voor te gaan opwarmen. Ik voelde het al. Ja, mijn rug bleef op de bank liggen. Ik denk, <laughs> ja, ja. ken je dat zo? Je hebt echt het gevoel van, oh nee, oh. Deze echt niet, dit gaat echt niet goed. Ik moet hier echt... Ja, ik, ik was gewoon moe. En, en ja, na een minuut, zonder opwarming dan, hè. ja, kom maar op. Dus er is een inworp. Huh? En ik loop op. Bordje, Pop Peters komt erop. Die een inworp komt... Die een bal komt binnen tien seconden, ik pak het op mijn bord, boem en ik trap die binnen. Dus ik kom van de bank, allez, ik kom erop, boem, ik scoor 2-2. Dat klopt. En ik loop weg, maar <laughs> tijdens die minuut dat ik had gelopen, was er een supporter van Beerschot en die kunnen redelijk dingen. En die, ja, die had mij met van alles en nog wat, hè, met de grond gelijk, hem ook mij een beetje ontduitschijten geweest. Hè. Dus ik dacht, ook op het moment dat ik opging, ik stelde nu voor in dat was 25 minuten, had ik toch nog maken, kon ik toch eens naar hem lopen om te zeggen van hè. dus, ik scoor en ik loop naar die gast op een rustig tempo maar wat doet, hij? Die? die springt naar beneden en ik dacht, die gaat, die gaat dus echt wel over de platen komen, dus ik denk, je moet bij je draaien en maken dat ik weg zit en in de draai <laughs> heb ik hier waarschijnlijk echt al uh, echt een, 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 een ding en dan zie je mij vijf meter later echt zo pakken op een, een hamstring en ja, daar schoot het erin, en ik kom bij Genk en zeggen, ja, uh, uh, contractuurke. Oof. Maar het was dus een scheur hè, van vier centimeter. Oof. Je bent niet de enige. Ik zal een beetje goed doen voelen. En zeker Zlatan Ibrahimovic heeft dat ook gedaan. Zich oh. geblesseerd bij het vieren. Maar dat ziet er echt wat nog onnozeler uit als die van nu toen. type. Die hè? sprong in de lucht en hij juichte. En daarmee heeft hij zijn elleboog geblesseerd. Door te hard zijn... te juichen met wow. zijn arm. Hij juicht zijn elleboog uit de kom. Uh, nee, ja, ja uit uh, de kom en hij blesseert zich eraan. En dan gaat hij daarna liggen en is hij aan het creperen van de pijn <laughs> tegen Fiorentina. En nog een andere goede verhaal van een viering. Een, 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 een zekere Steve Morrow Ze speelde de halve finale van de, van de FA Cup. Um, een mooie comeback tegen Arsenal en die wordt gevierd door zijn ploegmaats. En zijn ploegmaats laten die je vallen op de grond en hij breekt zijn arm. En daardoor speelt hij de finale niet mee. Oh, oh, oh. Dus, dus het ik kan erger. Het kan erger. Ik ben niet, niet alleen. Dus ja, ik weet wel, ik vind die van nu precies wel nog altijd erger. Ja, is echt, <laughs> gewoon dat is met de bedoeling om die wat te gaan jinnen. En ik... toch beslissen om weg te lopen en dan een spierscherm en ja, ik... 4 centimeter. Moet maar eens kijken. Ik oh. op die beelden, ik loop rechts naar de, naar de cornervlag en je ziet er iemand naar beneden komen. En ik denk, oh, <laughs> he, want meestal pakken ze daarmee allemaal vast en je kunt niet meer weg. Ik denk, ja, de moet hier toch toevallig maar eens over dingen. Kijk, ik, wij zoeken die beerschot van. Dus ik ben. Ik ben. Ik weet niet wat die mensen nog, nog fan is van beerschot, maar het mooie is, dus ik pak nog mijn hamstring, maar we, we trappen af, he. het is 2-2. De Hugo is, is gered op dat moment, hè? want als is hem verloren. Uh... En dat was, ja. Ik denk nog Jimmy denkt dat hij er voor u in gaat komen. Ja, die is er voor, doet mij. Ja, is ja. voor ja. mij. Maar ja. er Ja, maar na, wat zult, was, was dat nou? Na, ja, met maar de viering ja. bij, twee minuten. Ja. Dus ik, waar ik denk, ik, oh, ja, dat is, ik, dat is een Klopt dat eruit? Dat is een contract ja. terug, ik, moet wel, ik ben niet goed opgewarmd. Dus er komt een bal en ik, wil, en ik voel zo echt zo dat er een mes in steekt. Dus ik loop naar de kant en ik zeg tegen Perken en hier, ik zeg, Psst, Pierre. Ik zeg, je moet mij vervangen. En Perik zegt, ja, maar je staat er maar juist op. Ik zeg, Peter, ik heb een schurkje in mijn hamstring. Of een verrekking in mijn hamstring. Pereke, oh, en dan is er nog een Jimmy gekomen. Ja, ik was pist, omdat ik te weinig had opgewarmd. Dus ik lig na de wedstrijd en dan wim de koning had me dan ook nog de trofee van man van de match gegeven. <laughs> zo'n fles champagne, zo'n fles champagne. Ik had Mooi. twee minuten, ik had echt twee minuten meegedaan. Maar je moet dan nog die dingen dan in de hoek van de, bij, bij de beer en ik lag bij de kinesist, maar ik was echt pist. ik was echt kwaad op, op. de Hugo omdat hij mij alleen niet de lang had laten opwarmen. En de Hugo komt eraan en Jos fasestone gekleed, dan de Hugo komt met die met die fles af en hij zegt ja hier Bob en toen ben ik wel even boos geworden. Uh, maar begreep ik... hem dat wel? Hij begreep dat wel, ja. Maar ja. begreep je hem ook ergens? Of... Het ja, is wel dat... een gouden wissel. Ja, maar ik snap ja, ook wel... ja, maar nee. beter kan het niet, hè? Nee, maar dat klopt. Maar uh, Jimmy was al een... Maar ja, ik denk dat zijn initieel gedacht Ugen Jimmy was. Van oké, okay, we gaan een boppen hier vandaag niet laten spelen. Maar had men dan samen met Ugen Jimmy en laat maar, ik zeg maar, het kwartier opwarmen en dan tien minuten zitten en terug opwarmen, dat je toch wat waar warm bleef. Dat waar. Um, maar ja, oké, okay, dan hadden we dit mooie verhaal ook niet gehaald. <laughs> ik denk dat de, toch kerst, een stukje de kerst op de taart dit eigenlijk. Toch een stuk uniek in, in mm. mijn soort. Absoluut. <laughs> maar wel een mooie goal, hè? Absoluut ook. Zou het denken dat je in een trap geweest en dat je een scheur heb opgelopen? zou er wel gevo, als de en scheur toch gevoerd ook Ik weet dat niet. Ja, dat kan iemand daar in de rotatie, ja. dat daar misschien al wat. Ik denk toch eerder bij een trappenbeweging. Dan... Ja, dat ik daar al een verrekking. En met, ja, met van... ja, ja, dat kan. Nu is het mysterie opgelost. Ja. Ik denk voilà. met de, met de overstrekking dat ik daar uh, al, 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 al een klein ding. En ja. met weg te lopen van die uh, <laughs> dingen is dat erin geschoten. <laughs> ja. dat Eindelijk. Ja. Eindelijk weten we het. <laughs> Hij heeft vier weken niet gespeeld. Vier of vijf weken. Ja, jongens, scheur. Na Genk, terug naar Liersen. Klopt het dat Jos Faze, eerst zou we toegezegd dat je gratis mocht vertrekken, maar dat dat later toch is ingetrokken? Dat, dat is tussen de clubs, dat weet ik niet. Wat gezegd raakt hem heel. Rapovenko. Ik had een heel ah, goede ah, band. Uh, ik had een goede band met Jos Faze. Um, maar ja, denk ja, ik weet dat dat op de Wikipedia-pagina staat, maar ik ben niet zeker kan, waar ik het gelezen heb. Dat he. weet ik niet. Dat kan. Maar ik, ik kan over Jos Faze, Ik kan alleen maar zeggen dat dat voor mij een uh, goede voorzitter was. Ja. Dus okay. ik, ik, kan, ik weet niet wat, wat daar de afspraken maar waren. Vonden je het dan niet risicovol om je carrière te gaan afsluiten bij Liers? Ja, maar ik, ik, ik was toen ook aan het bouwen in, in Polderbos En bij Liers kreeg ik dan nog drie jaar. Hè. Bij, bij Gink had ik één jaar. Ik zat dan ook ik, te sukkelen met mijn Achillespees. Wat je zegt, ook de concurrentie. Dus ja, ik wilde ook nog wel op een gegeven moment spelen. Om, om rond te maken, daar moet jij toch ook voorstander Zeker. van zijn. ik ben daar grote voorstander van. Maar... Ja. Hij wordt kampioen bij Lierse en gedegradeerd er ook wel mee. Ja, maar dat is een maar ander is een een andere Nee, maar dat klopt wel, dat klopt wel. Maar ja, ik wilde nu ook... Zou ik ook wel bij Lierse horen? Ja, <laughs> ja toch? Ja, ja. Heb zelfs ja. niet gedebuteerd bij Anderlecht ja. of Bruggen? Of? Nee, nee, dat is waar. Nee. Maar ik heb daar achteraf op zich geen spuit van. Want ik uh, denk... Twee mooie jaren nog. Ja, maar ik denk als ik uh, dan niet met mijn Achillespees sukkel, dan we niet degraderen. Want ik heb toen, van het moment dat ik uh, terug ben bijgekomen, was, er, was al met Rekdal als trainer, tegen Beveren, uh, waar we dan, uh, kom ik ook op, ook binnen tien seconden, denk ik, of binnen de minuut uh, maak ik de, de 0-1. En in de eindronde heb ik zes of zeven keer gescoord. Dus uh, ik, ik denk als Lierse een heel jaar over, ik wel een fiten Bob Peters kan beschikken, dan hadden we niet gedegradeerd, denk ik. Dan hadden we eventueel wel uh, ons kunnen... Ik zeg niet dat dan het jaar daarna niet... Uh, maar was Rekdal heel dat seizoen in de trainer? Nee. Nee. Nee, ja. René Alsof. Trost, dus ja, en dan oh, is Rekdal gekomen. Nee, dus René Trost twaalf. is eigenlijk het seizoen begonnen. Uh, maar ze hadden mij ook gehaald om... Uh, ja, dat seizoen een stukje gemede jonge gasten en zo. Uh, maar uiteindelijk... Die, die, die eindronde was wel van een heel hoog niveau. Daar kon my, wel iedereen... Een KV praat, was goed, dat was was, KV was ook goed. Antwerpen ja. was ook heel goed. Uh, en ik denk nog Kortrijk met Heijn. Ja. Uh, zat ja. er ook bij. Met echt goede shotters. Met For en zo. En Cums. Ja. En Cums. Dus allee, dat, was, dat niveau van die eindronde was heel hoog. Daar kon het alle kanten op. En de beslissing is daar gevallen, denk ik. Dat, dat wij zijn komen winnen op de ja. Uh, ja. 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 Maar ik weet dat nog. Want toen heb ik. Dat was meer de periode dat ik Bob echt live veel heb zien spelen. Dat was in die eindronde. Ja. Peter Maazes coach. Uh, 13 wedstrijden voor de Rode Duivels. 13 caps. Mag ik dat weinig vinden? Ja. Vind je zelf ook? Ja. Waaraan lag dat dan? Ja, omdat ik eigenlijk een stuk ook een, een, een pinchhitter was. Hè. Ik heb, ik heb uh, veel selecties in de twintig, de denk ik. Echte selecties. Maar ja, dat was altijd als het, als het goed ging. Uh, in de beginperiode dan, dan... Uh, ja. Ja, dan dan wisselden ze niet. Hè. Dus het was echt het moment dat er een breekijzer moest inkomen dat ze mij gingen gebruiken. En dan uh, het jammer is, na, na de hele kwalificatie meegedaan van Zuid-Korea en, en uh, Japan, en dan uh, met, mijn, uh, met mijn voet beginnen sukkelen. Hè. Dus dat vind ik wel jammer, omdat ik daar twee jaar eigenlijk altijd bij in bij, gespeeld. Een uh, aantal keren ook in de basis. Dat, dat ik dat WK net niet heb kunnen doen, dat vind ik wel jammer. Maar en okay. Euro 2000 niet, want dat had toch ook perfect gekund. als je ja, een beetje en beetje een waar je toen zat in een carrière. Ja, een maar dat was... een beetje een type een beetje een beetje een je een beetje ja, in beetje die... Toen was een toch... Uh, Euro 2000, uh, was beetje Euro 2000 een was een beetje een beetje Ja, beetje een beetje een of iemand anders. een ja, beetje zat toen een wel in een toen heb ik een aantal uh, uh, goede seizoen. Want bij dingen zat ik ook in de voorselectie voor 2K in 98. Hè. Oh ja? 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 Ja. Maar dan ben, uiteindelijk, uh, ja, dan ben ik uiteindelijk ook uh, afgevallen. Ja, dat zijn keuzes. Hè. Ik was natuurlijk een type ja, dat je... Maar je hebt er precies wel niet rancuneus over. Je begreep het precies nog wel altijd. Ja. Als, Kijk, als je niet de, niet de kwaliteiten hebt... Uh, Specifieke kwaliteiten waar je van weet. Maar die had je juist wel, toch? Als breker, ja, ja als maar niet als basisspeler. De, nee, nee, dat niet. Nee, nee. Misschien niet. Maar, dus dan, dan niet. mee te pakken op een ja. toernooi. Ja, bij neder bij ne Nederland, de Nederlandse selectie zeggen ze altijd, altijd: we moeten iemand mee hebben, dat type We dus Ze gaan dingen van anderen hebben. misschien mee pakken: Vincent Janssen, ja. Van noord mee gaan, Mulder, John ja, van Loen. Ja. Elke keer nemen Bosma. ze speci Bosman specifiek ja. mee voor dat. Absoluut. Maar. Nogmaals, dat zijn keuzes. Hè. Als, als uh, een keuze er andere, ja, ja. anders over beslist, dan... Uh, maar ik denk dat inderdaad... Maar wat uh, zei je, lag u dat niet? Of zo? Jawel, in het, begin wel, in het begin wel. En dan heb ik hem het uh, gemokt met een douche en toen was het erbij. <laughs> ja. Wat heb ik dan gedaan? Heb ja. je dat verhaal nooit gehoord? Heel goed verhaal. Ja, ja. ja, ik weet niet wat dat goed is. We spelen de kwalificatie, gemaakt. laatste wedstrijd. Ja, dat is dat verhaal. Laatste we wedstrijd 2, voor het WK te gaan. We spelen op... en uh, 2 Op uh, Kroatië. Kroatië, En wij moeten punt halen. En Kroatië moet winnen. Als we punt halen, zijn we groepswinnaar. gaan we rechtstreeks rechts naar het WK. En uh, spelen in Zagreb. En het uh, stadion, wel een goede sfeer, et cetera. En uiteindelijk verliezen we boks iets, denk ik. Uh, 1-0. Maar hij had mij de laatste 20 minuten gebracht, maar tegen Kovac en Tudor, twee uh, redelijke bij de München, geen, geen zevenraad. <laughs> en ze, hadden, ja, ze begonnen lange ballen te spelen, maar op een gegeven moment, ja, ik, uh, ik, had, ik zeg niet dat ik daar superveel ballen heb vastgehouden, ik had daar misschien iets meer kunnen doen. Maar bij Vassage ze, was het altijd een beetje van, oké, okay, we moeten hier iemand vinden. De ene keer was ik ik het, kicket, dan was het, ik zeg maar niet, uh, Joost Valgaren of, of whatever. Dus na nou, de wedstrijd, ik kom binnen, ik snap dat ook wel. Je moet dan uh, nog barage spelen, vanuit WK twee dus je verliest het WK voor een stuk. Um, en hij komt binnen en hij zegt ja. En hij, die dag moest wij mij hebben. En hij zegt ja, en je bent niet goed ingevallen. En, uh. Dus ik kreeg eigenlijk een beetje was ook wat de frustratie die eraf moest van de coach. Ik begrijp dat nu ook wel als coach, dat je af en toe zo is uh, dingen. Frustratie. En Joost Valgaard zit onder zijn hand ook naast mij en zegt: Bob, niet reageren, rustig blijven, rustig blijven. Dus, blijven. <laughs> dus ik reageer niet. Eigenlijk al heel straf dat ik niet reageerde. Dus ik denk, ik ga nog een douche. En ik pak mijn handdoek mee, ik ga nog een douche. En Milk en een pen zat te douchen, Bart Goor en ik weet niet meer wie. Maar die douche was echt zo'n oude, ja, versleten douche. Dat, dat, dat spoot zo langs alle kanten. Wat. En ik draai mijn douche open en er komt zo een, 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 een straal. Maar die was, was helemaal niet naar mij gericht. Die, die spoot zo aan naar boven. Dus ik denk, ik draai die douchekop wat vast en dan komt dat door die kop. En gelijk, daar komt die een douchekop draai schiet dat op een of andere manier los en komt er zo een straal echt helemaal over mijn kop en ineens hoor ik achter mij putain geen dus was zij <laughs> omdat ik niks had gezegd oh. ik was naar een douche gaan, die was achter mij gelopen maar die stond er in zo'n kostuum die moest nou de pers nog gaan uitleggen dat hij met WK niet had gehaald dus die stond er jongen, die was echt, die is een bril, die ding, <laughs> en dat was echt, ik zie Brigant die nog altijd lopen met die, met die, met die handdoek, uh, ik weet niet. Het was eigenlijk, precies zo zo'n scène, hoe het Police Academy gezien. Ja, 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 ja. proctor, die moet ook altijd zo, ja. ah, wel dat was net hetzelfde, die Brigant, die liep met die handdoek en die, die mens, die was kleddernaad natuurlijk, ja. Maar. En in kan die in een lach houden dan. Ja, maar dat was achter die, ah, die Ja, we hebben niet. wel gezien dat hij buiten kwam. Ja, natuurlijk. Een, een pinzakje stond zo. Die stond, ja, die stond te pissen onder een douche bij, om niet van spreken, van het lachen. Hè. Bart Goor zei nog: pas op, maar dat was te laat. En het mooie maar, was: je maakt het ook weer nog beter. En ik nog meer de politie zegt: pas op. Ja, en ik heb, ik heb uh, heel die kwalificatie twee jaar een stuk erbij geweest. En toen was hij toch wel uh, boos voor. En ik weet dat de eerste selectie, na de dingen, want toen was ik nog niet om mijn voet geopereerd. zat ik niet bij de preselectie. Zat ik niet bij de 50. Maar je hebt, je hebt toch duidelijk kunnen zeggen: hey, dit was niet mijn doel. Ja, maar zij was daar wel, uh, wel onmenselijk dan. Want... Nee, die was gewoon een beetje teleurgesteld. He? Die ja. dacht echt dat ik de expres had gedaan. Ja, ja maar als je zegt, dat is niet waar. En kijk eens. Ja, maar op, op dat moment er... heb ik niet veel gezegd. Want dacht, allee, ik ja. kon ook niet veel zeggen, dus ik denk van hoe minder dat ik je zeg, maar dat was echt wel. Was het helemaal? Niet helemaal rood en het enige, Ja, ik was toch wel. Even, ja, dat was toch wel. Een, ja, ja, was ik. toch wel een prangend moment. En, en ik zie hem nog altijd zijn bril afzetten en hij kijkt ze naar mij Je hebt talent daarvoor, hè, zei hem. Talent daarvoor? Ja, Ja, wou zeggen van je zijn een lomper, ik, ja. 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 Dat was eigenlijk zo Maar dat is een Nederlander. Zijn je hebt talent daarvoor. Zo hoeven te zeggen van dat kan alleen nu overkomen. Ja, dat was het. Uh, Onder was zij het einde van mijn, van mijn nationale ploeg. Toen okay. ik uiteindelijk wel uh, nog onder Antunes en zo teruggekomen. Ja. Uh, Wat het hoogtepunt? De zuivere hat-trick in de 10-1 tegen San Marino? Op zes minuten of zo, denk ik zelf. Zes, zeven minuten. Ja. Dat is crazy. En nog altijd volgens mij een officieel wedstrijd. Uh, de enige rode duivel met een, een zuivere hat-trick. Voilà. Uh, google mannen? Ja. Ik denk dan wel, als ik dat lees... <gülhate> Hoe kan San Marino nu gescoord hebben? Vrij een trap. Vrij schopje die... zelf af zo'n gedaan. Maar, shotter, in, pin, maar ja. in die tijd was dat echt wel zelden dat hij scoorde. Hè? Ja, ja, maar nu die... scoren ze al iets vaker. Maar de man die toen... scoorde tegen België, is volgens mij de all-time beste voetballer ja. ooit bij San Marino ja. verkozen. Ja. Door die ene goal. dan? Nee, ja, dat, dat was een redelijk oké. Okay shotter in de tweede wel. of derde klas in Italië. Een goede vrij trap. Maar oké, het is natuurlijk, als je bijna ploeg, ik vond sowieso mijn Eerste doelpunt tegen Letland, ja, dat is iets dat, dat u bijblijft. Ja. Dat je eerste doelpunt tegen. voor de Nationale ploeg. Ja. Maakt. sowieso, u gebruikt uw eerste selectie. Dat ja. tegen Amerika. Dat begrijp ik. Uh, ik. Luc ja. Nilly is denk ik vervangen drie oh. minuten. Ja. Maar dat is. Wauw, wauw hè. je ja. begint te voetballen als klein manneke. Rode Duivel. En hè. je mocht bij de Rode Duivels meedoen. Uw selectie is ook. Uh, dat is een ook moment, uh, was vroeger, werd dan ook de radio. Hè? Moest voor de radio zitten om te horen dat je bij de selectie was, hè. je werd niet gebeld, of zo. Hè? Ja nee, dat Maike van Straat is op café. <laughs> ja, dat was ook. Ik zat ook in de kantine van ik train de, <laughs> de jeugdploeg van Ternes toen, de, de minime, of de kadetten van Ternes. En ik kreeg ook uh, mensen kwamen ook zeggen van ja, de selectie is bekend. En dan waren ze aan het afroepen en dan de spitsen. En, en ik zat in de kantine van Ternes toen ik uh, het bekend werd dat wow. ik, uh, werd opgeroepen. is toch mooi? Ja, absoluut. Ja. Zouden ze nu terug moeten doen dat iedereen ja, dat zo niet, gelijk eens vroeger de nationale voetbal uitslagen om kwart voor zes. En dan zat iedereen in een auto of dingen hè, te luisteren. En dan hoorde ze zo: Kluk Pluik, Lierse. En dan was dat twee, en dan dacht hij, ja... Drie. Ja. Ja, kom op, kom op. Dat was, dat was toch mooi? Ja. Dat was dat soort club. Like, tweede. Oh, uh, drie. En dan... Oh. Mm. Maar oh, daar hadden ze namens haar echt een tijd voor. Ja, 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 Dat was geen uitlandsvoetbal, hè? Tot vierde ik klas. Het echt, uh, tot, tot vierde alles, klas. Ja, en hè. ik denk zelfs op een gegeven moment eerste provinciale. Ja, maar voor de rest hadden jij geen medium. Nee, 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 Dus dan zat jij in een auto en dan was dat echt zo wachten en... Ik herinner mij zo Werder Bremen, Schalke, 04, 03. <laughs> ja. Dat ik altijd goed. Ja, ja maar dat is echt wel. Ja, ik dacht net, mindfuck, maar ja. Ja, maar, okay. Het is waar, Bob. Je bent de enige rode duivel ooit met een zuiverheid Ja, ik denk ja. het wel. Ja. Nog altijd. Dat is wel mooi. Kijk, dat staat op uw erelijst, toch? Absoluut. Alla, en dan zitten met de gouden generatie. Ah, en helemaal ja, niks van. Dus die, die lange lompen nee. van de lierse. Ja. Allemaal, allemaal dankzij San Marino wel. Allemaal dankzij San Marino, <laughs> ja. uh, Het voordeel aan het missen van de Euro 2000 was wel dat je tv-werk kon doen. Hoe zijn ze bij u terechtgekomen eigenlijk? Maar ik uitroeven eigenlijk. Uh, en hoe kende die u dan? Ja, ik had in 1998 al zo deed de, hij de omkadering. Uh, ja. Ook in zo'n setting met zetels. En, en, hij uh, deed al jaren, maar op een gegeven moment was dat dan, uh, hadden ze mij gevraagd om zo mee als een soort studiogast te, te fungeren. En uh, heb ik ook uh, Megascore. Ja, heb ik ook uh, toen uh, twee keer ingezeten en op een of andere manier, ja, wat er tegen... geen spel, ja, een spel, uh, ja zo, een voetbalspelquizprogramma, dat kwam wel ja. op TV, ja, ja. ja. oké, okay, cool. betaald TV, ja. op de voorloper van ja. PlaySports. Sports, ja. ja, Prime Sports, super sport, was dat, ja. dat super sport, voordat ik ja, al plus, ja. Ja. en zo had ik dan uh, Mark Uitroef leren kennen. Maar Mark Uitroef had eigenlijk het, de bedoeling van, uh, hij, zo heeft me toch, zo heeft Wouter van den Houten het tegen mij gezegd, want die is met mij gewoon eten om mij te overtuigen. Toen nog. Um, Dat was dus wel nodig. Je moest overtuigd ja. worden. Ja, tuurlijk. Ah, ja, ja, Ik, ik speelde ja. Bij, bij Roda. Ja, maar en, Ja, mag uh, wel stil. Hè? Ja. Jawel. Maar maar ik had, had net, man, ik nou had net doen, mijn beste uh, seizoen misschien uh, gespeeld ooit. Ik ben een maand na TK, of twee man na TK uh, naar, naar uh, Vitesse gegaan. Ja. Dus. Uh, maar ik wilde langs de ene kant het ook wel van kort bij meemaken. Het was Nederland België. Hè? Dus ik kon overal naartoe en zeg, Ja, je kunt bij elke baadje zien heel veel wedstrijden. Dus daar had ik wel zoiets: oké, okay, dat intrigeer me wel. Uh, maar hij had gezegd van we willen zo'n soort Gary Lineker. <laughs> Goed voorbeeld wel toch? Ja, dat was ja, eigenlijk de bedoeling. Maar dat werd het toch niet? Hè? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar de bedoeling was ook, na elke, uh, de eerste wedstrijd hadden ze mij wat vragen meegegeven. Ik had dan wel een paar try outs gedaan. Uh, ik denk dat de, de nationaal ploeg in Zweden of zo speelde in een van de laatste voor, uh, 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 oefenwedstrijden. En dan stonden wij in een lege in hazel te oefenen. En ze hadden mij de eerste dag wat vragen meegegeven. Ik heb die nooit uit mijn zak gehaald. En ik dacht van oké, okay, ik moet dat hier gewoon natuurlijk En ik heb toch niks te verliezen. Ik ben een voetballer, ik ben geen journalist. De bedoeling was dat ze voor de wedstrijd ene keer onder de rust één keer en na de wedstrijd naar mij kwam. Maar op een gegeven moment bleek dat zo'n hype. En werd dat zo'n item. Da, ja, was om, om de vijf minuten, nog eens een Bob. En tot een duur... Ja, maar dat, 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 Mar Allee, Mark voelde dat van, ja, hier moeten we meer mee doen, tuurlijk. Waarom niet? We da, voelde dat ook? Is dat van die Roemeen? Ja. Dat verhaal... Ja, dus waar is dat van de Roemeen. Weet toch wat er gebeurt? Dus... Uh, ja, maar voor de mensen die het niet In het begin, begin liep uh, Wouter van een Houten met mij rond. Dus da, dat was mijn uh, wingman. Die, die was die... toen ook sportjournalist, hè? Die moeten we misschien ook zelfs bijzeggen. Dat was toen de baas van Woestijnvis, hè? Ja. ja. Dus ja, het was gewoon een baas van Woestijn. Dus maar die kwam wel van voor de camera en zo meer. Jawel, maar die was toen al eigenlijk meer achter de schermen en die, die liep ze wat mee. En na pff, twee dagen, drie dagen, zeggen ze: van Oké, okay, we gaan iemand anders meesturen. Uh, een soort regisseur. Die, en die moest dan... Want die moest de bekende Vlaming halen. Hè? Want die moest dan... Hè, die, 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 die kwamen met mensen. En die moesten dan echt zo voor die, die VIP-ondernijzel zo van... Kun je alsjeblieft komen? En zo. Hè. Tot een duur begonnen mensen zichzelf. Hè. Uh, politiekers vooral. Nou nee, die kwamen zelf naar mij. Hè. Die kwamen zichzelf voorstellen om uh, uh, geïnterviewd te worden. En wie was dan de man die ik kreeg na... Nou, Dingen als wingman... Ik wist maar vraag. Dit. Ja, uh, gij, ja gij zijn in een die. Niemand kende die toen. Die deed zo af en toe in de. Ik weet het ook. Die deed af en toe in. Uh, hoe heet het uh, programma? Hij dat presenteert uh, nu het programma. Ja, maar hoe heet uh, het programma dat er toen Eerst met Bruno Wijndalen en dan. De laatste show. De laatste show. Ja. Laatste show? ja. ja. Daar kwam die af en toe sowieso in de ja. Nou, Erik van Looy is het. Niemand kende Erik ja. van Looy. En die, uh, zo heb ik Erik van Looy leren kennen. Die dat moest voor te... u de gasten gaan zoeken. Ja, en, ja. <laughs> en een hamburger, heb ik wel. <laughs> nee, maar dat was wel, nee, dat was wel op zich wel, wel, wel heel leuk. Maar door, we speelden dus op, of, dus ze speelden in Brugge en het was Frankrijk of Italië, Italië-Spanje. En een dag ervoor was het Frankrijk-Roemenië. Of het was Frankrijk-Spanje en een dag ervoor Italië-Roemenië. Zo was het. En er kwamen altijd met volk en we hadden altijd maar Italianen, Italianen. En op een gegeven moment uh, zegt een uitroer van, ja, je moet toch eens een Romein, Maar er liep geen ene Romein, <laughs> Geen ene Romein om, om, om de hijzel rond. Geen ene. Dus wij ronden eigenlijk af van, oké, okay, oh, we hebben geen Romein gevonden. Dag daarna, Frankrijk-Spanje in Brugge. Zitten wij, ik denk dat we een interview hadden met Jean-Luc Dehane. Uh, en dan zet ik zo, zo, zo dat hoedje op van mijn ja. Ja, gezegd en, van, ik heb geen. En in ieder geval de straalverbinding weg. En ja, grote paniek. Kregen kwartier, twintig minuten, kregen ze, kregen ze niks, niks. En op een gegeven moment, ja, we kunnen terug naar Bob. En Uitroeven begint met de vraag: van Bob, waar was je nu in godsnaam? Dus ik repliceer me van de dag ervoor, dat eigenlijk, dat we geen Romein hadden gevonden, gewoon, ja, oké, okay, zo bier, zeg ik van: ik was een Romein op zoek. En zo is dat beginnen rollen. En tot een uur eigenlijk hij het op zoek naar een Roemeen. En, maar ja, het was, als je bij Roemenië en Italië ging vinden, of bij Frankrijk-Spanje, <laughs> dan weet je dat het moeilijk wordt. <laughs> maar op een gegeven moment kwamen ze zoveel naar mij. Dus Erik van Looij, die kon je niet in de BVD meer strikken. <laughs> dus we stonden en de Jan Eler zat in mijn koptelefoon. Die, Bob, Bob, ja, je moet iets doen. En ja, en Erik, ja, wat gaan we doen? En ik zeg tegen hem. Op een moment moment komen we naar de hamburgerkraam en we vragen hoeveel hamburgers dat ze verkocht heeft. En we laten die in het slaan En dan zegt hij, oh, ja, vijfhonderd. En als je zegt die in het Roemeens, ja, dat was gewoon... <laughs> wij, waren maar, wij moesten maar iets doen. Hè. Tot een duur, ja, we hebben... die wedstrijd was 0-0 of 1-1. En de, de Jan ook, ja, je moet iets doen, want we hebben niks meer. En uiteindelijk komen er op een moment twee donkere jongens en ik zeg, oh, hier Karambeu en ik weet niet meer wie ik zeg, we roepen, de, hè, we roepen de, de Mark op en we zeggen dat we een Roemeen hebben gevonden maar die ging er echt vanuit uit <laughs> dus je had dat niet meegekregen en dat is ook de reden van het moment dat ik in beeld. Want de Lou Bergman, zoals de cameraman. Maar de Lou die zat ook al zo al wat te schokken. Want, hè, ja, dus de uitroeven die je kreeg van alles door. En die zei: Ah ja, we gaan, want hij heeft eindelijk naar omheen gevonden. En op dat moment moet ik dus in de camera en ik moet dan beginnen. Ja, Mark, maar ik schiet in de lach. Dus dat is echt, wat mij betreft, was dat echt een halve minuut. Maar dat is maar tien seconden. Maar ik, ik zie iemand. Dingen. Ik zie die mannen eigenlijk in mijn ogen. Dus ik weet wat er komt. En ik, ik schiet in de lach. En Jan en iemand komt. Bob, zeg dit, zeg dit. En je was om klootzak. om dit, zeg dit. Maar ik was gewoon... Ik kon gewoon weer wat lachen. En op dat moment pak ik en zeg ik... Ja, ik heb geen Romein. Heb. En op dat moment draait Lou Bergmans naar die, die gang. Heb ik die eigenlijk in het Frans? heb van mijn beste interviews in het Frans. En er, mensen hebben er gewoon over gelachen. Er heeft iemand gehoord dat dat over Carambeu. En ik denk dat dat we noemen dus de spits, uh, spits... Anelka, en Anelka, Anelka en uh, en in daar ging het eigenlijk. Op. Maar was gewoon bij gebrek aan, ja, er was niks nu meer. Iconisch en wel, ja. toch? toch? Te vinden op YouTube oh, ja, voor de iconisch, kijkers ja. en luisteraars die het nog niet kenden. Dat is Dat, zoiets, allee, <laughs> dat, is, dat is bij heel veel mensen zelfs nog, nog harder blijven hangen dan, dan sommige sommige dingen uit je voetbalcarrière. Hè. Dan dat is alles, zo, ja. Dat is wel jammer, maar ja. Nee, maar dat is wel Nee, 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 maar dat is, wel, dat, is ja. wel, dat is wel Ja, sommige... Ja, dat dat ook, dat misschien misschien makkelijker... Uh, dat wordt ook heel veel terug... Uh, terug uh, te maar te maar denk je niet dat dat ook een nadeel is geweest later? In een trainerscarrière dat je wel gepercipeerd als een supergrappige, lollige lolbroek? Nee. Waarom moet een trainer altijd serieus zijn? Nee, maar ik denk dat misschien een directeur of een sponsor misschien wel zo denkt van... Dat kan. Maar. Ja. Ik denk het ook niet, maar stel wel. Nee, aangezeker. maar uiteindelijk, als je nu bijvoorbeeld klopt, zijn, zijn persconferenties ziet. Ja, nee. Die is altijd <laughs> ontlachen. die is altijd. Uh... Goeie voorbeeld. Nee, maar. Ik noem nu maar een aantal trainers die. Mourinho. Kan ook grappig zijn. Ik bedoel, Gerrits, dat was de eerste om elke dag. Uh... Te lachen en te zwanen, maar als er moet gewerkt worden, moet er gewerkt worden? Of ja, ik ben nooit een grijze muis geweest. Dat, dat is duidelijk. En dat, dat moet ik ook aan. Want ik ja, vond, je moet vooral jezelf blijven. Ja, dat, dat ik vond, vond het, ik het net heel goed. En alle het kijkers, denk goed. ik. Ja. En daarom dat het ook een succes was, mensen willen het dan net. Je kon dat brengen met een lach. Er, er stond iets te gebeuren rond dat toernooi. Mensen keken naar die, naar die voorbeschouwing, nabeschouwing, en net omdat het zo in elkaar zat, toch. Dus waarom zouden dat erg vinden of dat er. Nee, nee. En, en ik moet ook zeggen, dat, dat heeft me ook niet, niet, niet achtervolgen tegen die, maar ik heb ook gezegd na de EK... Maar je hebt achteraf, het nooit af, niet meer gedaan. Nee, achteraf zei ook ze nog wel jammer, van... Jammer toch, doe dat terug. Nee. Achteraf zei ze van, jou, wilde dan, ik heb ja. gezegd, nee, nee, dat was tof, ik heb dat ja. één keer gedaan. Uh, en, en ja... Waarom zou je dat nu niet terug oppikken dan? Meer in de, die, dat soort media? Nee. Waar, nee. Omdat ik dat, kijk, dan was ik nu jongen gast van ja, 26. Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Nu, ik ben, ik ben geëvolueerd als mens. Ben, ben, ja, dat mocht we ook niet doen. Iets, iets dat... Ik vind dat met de film, ook een sequel, is ook altijd minder. Ja. Je, moet, je moet altijd... Dat is iets... Als ze nu daar een compliment over geven, vind ik dat fantastisch. Maar dat is ook... ja. Dus ook uh, van in 2000 al is... Maar die, die humor jaar. en die, die scherpte te behouden in je oh, analysewerk, dat, dat moet er wel, toch? Dat doe ik wel. Ja. Dat probeer ik ook nog een Ik heb wel, wel een paar keer zoekkrachtig, ja. Ja. Oh, ja? ja, ja, maar dat, <coughs> daarom denk ik ook dat dit zo graag gevraagd wordt aan de, aan de tafel bij Play Sports. Omdat je op die manier wel anders zit als de andere analisten. Ja, dat, dat, ja, dat weet ik niet. Maar, ja, maar ja, ik ben ja, ook ja, iemand vlot. die. Kijk, als we over voetbal praten en met analyses, je moet het ook uitleggen dat iedereen. Je kunt, dat iedereen het begrijpt, je ja. kunt pijlen trekken, je kunt van alles over voetbal. Dan, ja, je dat ziet dat ook gebeurd, bij heel he? veel jeugdtrainers, ze, ze gaan het ook allemaal moeilijk maken. Hè? Want ze willen ze allemaal met een inverted back spelen bijvoorbeeld. Hè? En ze willen met een, een valse negen en een dit en een geen. En dan stellen aan de jeugdtrainers de vraag van, oké, okay, wie is de meest succesvolle trainer? waar antwoordt 99 nu Pep Guardiola ah ja hoe was ja. succesvolle wacht hè qua prijzen ja. Alex Ferguson nee, nee. Uh, ik weet het niet. Champions League dingen Marino, Ancelotti toch? ja, nu op dit moment. Ja, wel. maar niemand praat over ja, Ancelotti. Want Ancelotti, 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 doet iemand, doet geen, ja, ja. Ancelotti doet geen tactische nee. dingen. en daar, Ze hebben nog nooit gezegd van nu gaan we de visie van Ancelotti nee. zetten doeken doen. Nu gaan we eens laten zien met 14 ja, backs en positiespel. Hij is ook ideaal voor die ploeg. Hè? Want in naafels ook... Everton... En, en wat denk je, met AC Milan en zo vroeger. Ah, nee, maar ja, dat was ook ja, de beste ploeg met de vedette en de divas. Daar is Ancelotti de beste manager ja. voor, geloof ik. Oké, okay, maar en dus puur dat, op die, prijzen... dat voelt hem juist. Aan, heeft he? hem, ja, oké. Okay. Dus, maar ja. iedereen, het is arm dat ik zeg. Als je vraagt wie is je zegt iedereen altijd Pep Guardiola. Dat is ook meer sexy voetbal hè. Ik Kijk ook het liefste van al. Kijk, ik moet kiezen tussen Real Madrid en en City manier van voetbal kijk ook liever naar Guardiola. Maar ik bedoel er is niet één weg in het voetballen. Nee. nee, dat klopt. Er, zijn, er zijn duizend wegen, hè? en iedereen heeft een eigen manier van werken, iedereen heeft een eigen manier van spelen. En dat moeten we ook behouden. En het feit dat, jullie uren, dat we hier uren kunnen praten, is ook de bedoeling. Omdat voetbal niet eenzijdig is. Van het dat moment dat iedereen allemaal Guardiola's wordt, dan is het ook niet meer tof. Als iedereen speelt zoals mensen. Nee, laat het uit. Nee, maar dat. Is, nee, nee, maar dat zou echt niet leuk zijn. Dat is gewoon niet tof. Dus de charme is dat je erover kunt discussiëren. Terwijl aan ons record eigenlijk. Amai. Bijna, hè? Ik moet ik dacht, We van moeten ons, nu nog wel even door ik doen. het van ons, de ons afpakken. Even zien dat trouwens wel op, de, op het analist zijn van Bob, want we hebben al genoeg samen in de studio gezeten. Wat ook handig is om naast Bob te zitten, die heeft nooit een voorzet nodig. Dat is, ja. allez, er gebeurt iets en jij neemt zelf het initiatief ook om over iets te beginnen babbelen. En dat is als als presentator is dat. Ja, dat is ja, een cadeau, mijn eerste vraag stelde, toen klaar was, waren we twintig minuten ver. Ja, dat is, ja, programma. ja ik Maar het is positief. Het niet om hier te mogen zitten. <laughs> nee, maar Ik je snap, ik het snap record, wat ik bedoel. Ja, maar ik moet naar het toilet Kerkhof, ja. dus jullie kunnen met Dennis even door. Maar. Er is een goed verhaal dat Bob nog niet verteld heeft. Hè, want oh, die mens heeft wel op meerdere manieren geschiedenis oh. geschreven. En ja, je hebt een beker gewonnen, maar je hebt hem ook kapot gemaakt. Oeh. Ja, en dat is nog altijd dat zichtbaar? Dat is een mooi verhaal. En dat is toch altijd zichtbaar? Ja. ja. <laughs> Op de beker winnen ze nu aan de bekerwinnaar in, de, uh, de en is in de is Nederland nog altijd geven. Hij is uitgeblutst. Hij was uh, ingedeukt en is uitgeblutst. <laughs> Hoe heb je dat gedaan? Echt? Ja, we winnen dus de beker met, met Roda. En uh, Sef uh, de trainer, Erik van der Leur en ikzelf moesten nog uh, in, Rotterdam, in Rotterdam blijven om uh, nog wat plichtsplegingen, interviews, et cetera. Maar de bus was al uh, vertrokken met uh, spelers, want we werden, dan, ja, we werden in Kerkrade gehuldigd. Er stonden 10.000, 15.000 man te wachten. Maar ja, die wedstrijd was om, denk om zes om uur. Maar ja, dan eten om drie uur, maar ja... Je eet eigenlijk niet veel, dus pak dat je morgens wel ontbijt het gat en dat is het, want je hebt toch wel wat stress en wel wat, wat water gedronken, maar voor de rest niks. Dus je wint je beker. Daarna champagne in de kleedkamer en dan nog wat bier onderweg. En er stond een auto klaar, we waren een uur later of zo, en er stond een auto klaar en wij moesten met een auto richting Kerkrade, maar ze hadden mij van achter gezet en een lumineuze idee, een beker tussen mijn benen. <laughs> en uh, ja, al redelijk door niet meer tijd, al redelijk uh, beschonken, laten we het zo zeggen. En op een gegeven moment komen we dus al die bussen voorbij met de supporters. En ik denk van, wow, heel die kolommen, eh, al die bussen die rijden allemaal richting, rijen allemaal richting Kerkrade. Dus ik denk van, oké, okay, ik doe mijn raam open en ik laat een beker zien aan de supporters, dat ze zien van oké, okay, dat is een echt een beker. Ja, we reden 120 of zo, en, maar dat deksel stond er blijkbaar niet zo vast op, dus ik doe dat. Nee, dat is... En dat deksel, en dat was echt een zwantje en dat vloog naast in de koppen. Maar eer dat wij dus naast die bussen konden, voor op de pechstrook, ja, waren we al een paar kilometer verder. Hè. Dus ik zat er met die beker zonder deksel, vergozen en van der Leur, die zijn helemaal teruggelopen. Ik denk van ja, oké, okay. dat gaat we wel goed komen. Op een gegeven moment, zo'n minuut of tien later, uh, politieflikkerlichten. Ik denk ja, ze hebben het gevonden, maar die mannen waren opgepakt in de middenberm. Hè. Opgepakt. Ah hoor. ja, ja die waren in, die waren, dat was in de Middenberm gevlogen hè, en die waren er gaan zoeken, maar ja, door de straat, de, de, ja, de, de, de je Dus je kunt toch wel uitleggen. Wat, ja, ze ja, hebben was. dat uitgelegd, maar ze zijn niet opgepakt. Ja. Ze, ze hebben ze dan terug naar een auto gebracht, omdat die richting Kerkraden moest. Dus dan zijn we in aan Kerkraden aangekomen en hebben we er een jeugdbeker, zo'n deksel met wat tape vastgebonden en zo aan de supporters laten zien. En de Rijkswaterstaat <laughs> ja. heeft dat drie dagen later uh, gevonden. Ergens tussen uh, Rotterdam en Kerkraden. En er zijn nog altijd ja, zo wat bluts. Nee? Maar nooit iemand van Kerkraden heeft me dat eigenlijk kwalijk genomen. Ja, nee. Dat was wel. Dat was ook dus... wel een goede verhaal gewoon. Ja, maar toch, het is toch schrikjes. Ja, je hebt je dat met een beker gedaan, Vertommel heeft dat met een schaal gedaan. Ja. Daar is overgereden toen. Ja. Hey, dat werd overgereden, ja. Ja, ja. Dat was ook de officiële. Ja. Ja, ja. Ja. Ook op een super stomme manier, toch zo uit de takkantuin en zo tegen ja, het bord. Maar die of ja, ja tegen, tegen een bord. Of en dat zo zo. Ja, <laughs> gaat uit zijn en de volgende motto, ja, die kan het niet <laughs> meer remmen. die rijdt gewoon over die schaal. Oh. Jou, dus ja, het is dus wat zij zei: ik heb talent daarvoor. <laughs> Ah ja, je zei ook heel bekend voor de uitspraak. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja. Maar hoe zeg je daar bekend in geworden? Zeg je daar zoveel? Of... Toen was ik zo in de miseren. We verloren elke wedstrijd. En, en altijd goede. We hadden heel goede plannen. En elke keer liepen we tegen dezelfde fouten aan. En natuurlijk zik ik in een aantal, je een aantal wedstrijden, je zegt één of twee keer in een interview ja, en als je dan daar uitstapt of je geeft dat doelpunt weg, ja, dan weet je dat hè, of je komt oh, weg, kaart, dan weet je dat het moeilijk ja. wordt natuurlijk heeft er iemand alles achter elkaar gezet en dan <laughs> ja, zie je zo'n keer of tien, vijftien passeren, dan weet, wordt, dan weet je dat het moeilijk wordt maar, ik weet als ik ooit begraven word, dan komt op mijn graf zien <laughs> zou ik dat willen Ah ja, ik liep begraven, Bob Peters, dan weet je dat moeilijk hoor. <laughs> dus je vindt dat niet erg dat dat nu zo vaak nee, wordt opgerakeld? Waarom? Nee, dat kan niet. Het mooie is bij de jeugd, ik, ik liep met mijn vrouw in Antwerpen een aantal jaar geleden. En dan uh, ja, ik, heb ik al zoiets, was in de winter muts op. En zo. Toch dat allee, niet te veel mensen nu kennen, om het zo te zeggen. En maar wow, zelfs Was met eigenlijk, jup, is dat zo groot. Ja, maar er ja. zijn niemand niet veel. En we staan op een gegeven moment te ontwandelen. En we staan onder een licht. Komt zo'n man of tien, zo'n studenten voorbij, denk ik zo. En die kijken, maar die zeggen ook niks. En zo tien meter verder. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Dat <laughs> <laughs> dus is mooi, hè? Dat, mooi. dat dat, ja. Op een of andere manier toch. Uh, uh, zou je daar eigenlijk een patent op kunnen vragen? Want Zeker. Maar wel, je kunt catch er wel phrase. een words van maken, denk ja, ik. een catchphrase, ja? hè? In Amerika, de grote news anchors die een catchphrase hebben, die laten dat patenteren, hè? En dat dan kunnen daar dat, dat op koffiemokken zetten, op t-shirts, op Dat van alles. doen, hè? We hebben zelfs een giveaway die ermee te maken heeft. Ligt al op tafel, maar ik weet niet of de mensen kunnen hem zien. Voilà. Nee, ik heb dat Nee. Ik... Je, ik heb je kunt daar dus mee lachen. Gedaan. Tuurlijk, waarom niet? Uh, want, je bent oh, ooit eens boos geweest op mij. Alleen onrechtstreeks op mij. En je bent niet de eerste die hier geweest is die dat nee. al heeft voorgaat, denk ik. Nee. Dus waarschijnlijk zat jij toen in het, in het webteam van Social media. Ik vind het mooi, dat, die, mooi uh, dat hij het weet. Jij toen, uh, met een kop, toen de mannen van die office... Zo... Ik heb dat niet zelf ah. gedaan, ja. maar <laughs> de Wolf of Wall Street, mooi, ja. uh, uw ja. hoofd op het ja, werk, ja, we die hadden zo die office? Ja. ja. Maar dat was niet, was niet, niet naar mij persoonlijk. Dat was ook, uh... Maar voor alle duidelijkheid, achteraf nou, gezien, nu zoveel, zoveel jaar later, we doen dat... Niet meer zo op het randje context, content, omdat we wel beseffen, die persoon is zijn job kwijt en zo. We waren toen nog jong, dus ik snapte wel dat je toen boos bent, maar kun je er nu mee lachen? Uh, nee. Oké. Okay. Waarom? Ik kan ook bij daar geen, geen enkele trainer. Er was ook op een gegeven moment iets mee de boeken en boeken toe. Ik denk dat dat twee weken later was of zo. Ja, ja voilà. Ik bedoel maar, het, het gaat mij gewoon over het feit dat, um, dat je jong bent of niet. En dat ik mijn job kwijt ben, dat maakt me niet uit. Ik heb gekozen om, om trainer in de picture te staan uh, met de media om de sociale media om uh, als het goed gaat bejubeld te worden, als het slecht gaat. Dat is het ding. Dat, dat doen we ook wel. Afgezekerd we. te worden, geen probleem. Alleen wat mij zo pakte was dat circuleerde op sociale media en mijn kinderen sturen dan naar me. Dus die hadden dat van vrienden en vriendinnen ja, ter, en klasgenoten. Ja. En als het uw kinderen raakt en die worden met geconfronteerd en dat wordt vaak vergeten. Maar nee, oké, okay, ik, ik heb al genoeg meegemaakt. Hè. Ik bedoel, ik lees dat allemaal zelfs meer. Maar als je dat van je eigen dochter of van een zoon, ik weet niet, doorkrijgt, ja, dan heeft dat wel een bepaalde impact. En boos op u... Ik uh... was toen wel heel boos, dat weet ik nog. Nee. Ik weet dat de mensen van de redactie toen naar ons kwamen van jongens, nu is er wel een grens bereikt, want die mensen moeten wij nog uitnodigen in de studio. Ik denk dat Dennis daar zelfs bij was toen we die... Daar ging het over En dan wij zoiets iets hadden van. Ja, oké. Okay, er was niet echt over nagedacht. Gewoon, hij is ja. buiten gesmeten, Dus we pakken niet zodat hij wordt gesmeten. Ja. Dat was maar dat eigenlijk was, maar ik de, zeg het, de. Als je je eigen vlees en bloed dat stuurt. dan is dat wel pakkend. En hij zei: Oké, ja. Je weet als je aan de job begint. Maar zijn, dat zijn de risico's zo, van het. Zo, vak. Zo, Want als, zo, als, wij, ja. als je kampioen wordt. en je zou op handen gedragen worden. zou je ook op iemand zetten die op zijn handen. Allez, dus die keer ah. zeiden ik wou, ik wou het even verduidelijken, was twee dagen later nodig, ik weet niet, ik Ja, ja. ja nodigde de redactie mij uit omdat er iemand was weggevallen om een analyse te doen. En toen, daar was ik zo aan. Toen zei ik: van, Hé hey jongens, twee ja, dagen geleden, uh, de mensen die u toen gebeld hadden, stonden zeker niet achter dat filmpje. Oké, okay, ja, maar dat weet ik niet. Dat nu, weet ja. ik niet. Maar je weet ook toch: de, de sociale media en alles wat PlaySports of andere grote media moeten publiceren over voetbalcontent 24-7. Dat gaat zo rap, dat heeft niks met u als mens te maken. Dat gaat puur over het feit dat nee, maar. je ontslagen bent bij een club. Maar ik pak, dat is ook mijn punt, ik pak dat niet persoonlijk. Alleen, wat ik zeg, is die een trainer, die mens, heeft ook kinderen, familie, vrienden achter hem. En ik kreeg het van mijn, ik weet niet meer, ik voel het kwijt zijn mijn dochter of mijn zoon. En die zei van, papa, uh, ik krijg dat van dingen. En ja, er is nu ook een, een actie... Uh, door de UEFA, de FIFA van ja. uh, uh, online, online, uh, haat eh, pesten. online haat ja, en respect. Ja. En dat is het. Daar ben ik blij dat ik vroeger heb gevoetbald. Want als je nu ziet wat er nu, hoe het alles wordt uitvergroot en hoe iedereen een mening heeft. Ja, ja. En het ergste is, van, iedereen heeft een mening op een mening van een mening. Tot een duur. Dat is waar. Ja, is nee, ja, een wij... mening over welke mening dat wij zeggen. Ja, tuurlijk, ja, dat wij, zitten hier, wij zitten hier al heel de tijd meningen te verkopen. Gij in de Play Sport Studio ook, bij Extra Time ook. Bij, in de kranten, maandags hebben ze ook allemaal een column met een mening. Ja. Dat verkoopt, hè. Dat verkoopt. Maar ja. ik bedoel dat... Een ze die die van, van die voetbal, ze van die voetbalsites, die dan ja. een artikel ja, ja. en daar wordt dan een, 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 een mening op gevormd, ja. en daar gaan mensen nog eens op reageren. En, en een klik bij de titel. En, ja, ja, als ik nu op mijn, uh, mijn telefoon Google open doe dan uh, en ik zeg nu maar iets, Voetbal24 of dat wat is zin, het, ja. dan stond er alleen maar en die staat in er een bij gaan En denk ik, heeft dat nog iets met voetbal te maken? Of ja. dat is nu misschien misschien stomme ja, dingen, Nee, ja, maar heeft zeker niks niets met voetbal maar, te maken. Uh, en die supporter van, hè, wie was het, die Lotte van Weesman. ja, die stelt aan dat ze supporter is van PSV. Ja, ja dat heeft niet veel mee, mee, met voetbal te maken. Nee. Niks tegen Lotte van Weesman, Maar ik bedoel, daar, ja, ik dat niet interesseert mij niet zo echt ah, als ja. voetbalsite. Seksueel Lotte? Ja, ja, Fan van PSV? Ja, <laughs> hey, een Liefke, voorbeeld. Hè. Ik, Liefke, Liefke van Jorgen Vertessen, toch? Ah ja, voilà, kijk. Voilà. Daar dat komt de... nu op Voetbal24. Mijn ja, vriendin. vriendin. Bob Peters Beste vriend, hè. Beste vriend. vriend. Bob Peters zegt dat er ja, niets aan de hand is. Nu heb ik wel het voordeel. Ik heb gisteren een tafel van vier gezien. Er is nog een Bob Peters die van Down the dus ja, Je kunt altijd nog zien van welke Bob Peters. Wie is de heeft voetballer? Ja, voilà. Ja, ja. Wie is de echte? Hè? Dus. Heel goed. Heel goed. Uh, Zijn we wat op, was uh, ons record eigenlijk? Wie Voor Jimmy dan. of zo? 2,45? Ik dacht, ik denk dat we daarover zitten. Maar was ik, het uh, één vraag? Was er het front of sports uh, record of niet? Nee, met Mitte. Steven vraagt: Is het al bijgelegd met Vreven? Stijn Vreven? Nooit problemen gehad. Ja, er is zo dat fragment dat Steven zegt: Je moet me niet feliciteren of wat? Moet je geen hand geven. Ja, dat zo. Geen respect. Ja, maar hij was boos op mij. We hadden elkaar nog niet gezien. Normaal ga na de wedstrijd uh, naar de persconferentie. Hè, want meestal en dan geven we elkaar een aanzicht proficiat. Maar ik had, ik had hem nog niet gezien. Dus hij was binnen. ik was binnengaan. Maar dat was toen net, ze hadden dan tegen KV Mechel de laatste seconde ja. dan hè, de, 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 de titel verloren. Uh, en hij was waar... Ik snap dat je dan play of 2 moet spelen, dat, dat, ja, dat, dat je daar geen zin in hebt. Maar uh, hij wint 2-1. Wordt een volgens mij een zuiver doelpunt te var. Want er liep iemand voor de keeper, ik heb dat teruggezien. Een zuiver doelpunt, denk ik. Nog 2-2 afgekeurd van ons. En oké, okay, het was, het was play of 2. En, en ik, ik kom buiten en hij komt van de pers. Of ik kwam van de pers en hij ging naar de pers. Zo was het. Voor een interview. postmatch interview. Ja. He. Aan boord. En ineens zegt hij tegen "Moet je me geen proficiat wensen?" Ik zeg: uh, "Excuseer, ik, zeg, ik heb je nog niet gezien." En uh, ja, dit en dan begon dan. En toen heb ik gezegd van: "Ja, vriend, die kan ik je niet om doen dat je de finale net verloren." Uh, <tops> en dan oh, was er zo wat... Uh, uh, <tops> uh, maar, uh, <tops> uh, <tops> maar jullie hebben dan elkaar daar nooit Juist. Want ik heb toen, maar. denk dat Stijn dat zelfs in zijn boek heeft geschreven, dat toen hij ontslagen werd bij Beerschot heb ik hem mee van de eerste een berichtje gestuurd en gezegd van kijk, mensen vergeten snel dat je vorig jaar op twee minuten van, van de eerste klasse stond. Dat uh, en hij heeft ook in een zijn boek volgens mij gezegd. Maar hij is van, hier ook te gast geweest en hij heeft gezegd dat daarbij bij hem eigenlijk helemaal niks van blijft hangen. Nee, dus, dat, uh, kijk, dat zijn op dat moment twee hanen die eens nee, even... Tuurlijk. De stress van ah, de match ook, hè. Ja, dat was in play of two, ja. bij mij was er geen stress, maar ja, als hij dan zoiets zegt dan... Moet ik ook me stoppen, ik, ik reageer dan ook al. Je <laughs> moet ook geen vrienden meer, maar dat is niks persoonlijk. Je kunt af en toe eens een verschil van mening hebben, maar ik heb niks uh, uh, tegenstijgenvreven ja. en nou ook nu voilà. Voilà. Bij mij denk je dat dus het antwoord is? Ja. Voilà. Het is bijgelicht. Mooi. Had ik eigenlijk kunnen zeggen. Ja, maar dan <laughs> Als we het zo kort gaan doen, dan hebben we het record niet gepakt. Hè. Nee. Het is een historische mid middag. Hè. We, we verbreken ons record. Echt? Is er nog taart voorzien? Nee, maar wel amaretto. Ah ja, maar ik heb dat gezien op onze sociale media. Ik kan het zeggen, want jij waart er vorige week niet, Evert. We hebben dat... die met bedrijven helemaal opgesloten. Kijk, je <laughs> maar echt... Bob, dat is een schande dit. Supergoed. Die mannen krijgen vorige week gratis van Toby Alderwereld een fles kei-chique Amaretto-Toby-dingen. Dat... Ja. Uh, en echt die zuipen spierend. dat op ene namiddag en op het werk, <laughs> tijdens de werkuren, helemaal leeg. Ze hadden niks meer te doen. Dat is kantig. Als je goed doorwerkt, dat kent Evert niet goed. Als je goed doorwerkt, alles valt mee, dan okay. heb je de namiddag ineens vrij. Het wordt me steeds duidelijk waarom ik uitgenodigd ben, hè. Je hebt een Bob nodig. Oh. Heel goed. Dat ja, vond ik wel goed eigenlijk. Ja, maar deze fles heeft dus wel nog altijd iemand gewonnen. daar zijn we niet aangekomen. En dat is Jos de Bosch underscore Pieter. Dat klinkt als een En die moet uh, een foto doorsturen van zijn pas, want die moet 18 plus zijn om dat te krijgen. En dan zijn adres erbij. En we hebben ook een supercoole giveaway van deze week. En Bob gaat die hopelijk willen signeren. Maar wat is, dus, wat is dat eigenlijk? Maar wel, dus Gilles van den Broek stuurt mij ineens. Hé, hey Bob. Ik denk eerst gisteren de Bob in de studio. Wij zijn super fan van hem. We hebben heel de voetbalploeg VTP4. Allemaal T-shirts. Wil je dan niet weggeven? Ja, Dan moet je hem tot in de studio krijgen. En wat is VTP4? Waar? De naam van de voetbalploeg. En waar speel je? Dat weet ik niet. Dat is salvoetbal ja. of zo. Dat sorry. zal ik u laten weten als okay. zij het aan mij laten weten. Dus. Dan weet je dat het moeilijk is. Dan weet je dat het moeilijk wordt voor <laughs> Maar waarom, ja, waarom Tim, Bob? Die... Op de achterkant. <laughs> dus deze merch laat je nu liggen, hè Bob? Daar kun je geld mee verdienen, nee. denk ik. Ja. Dus uh, Kim dat Kim gaat te winnen zijn op onze Instagram- en uh, TikTok-pagina. Mooi. Hola. Voilà. Echt. Oh, ik heb niks meer. Uh, Wat kan ik u toewensen? Evert als manager die succesvol is? Sowieso. Volgens, ik heb net gezegd dat hij voor kerst nog een nieuwe club heeft. Dus anders. Dank ja, je, zoveel. De vraag is alleen de welke. Het kan VTP4 zijn, het, kan, welke, het kan een profclub Voila. zijn. Volgens dan. mij zijn die, uh, hebben we die een trainer nodig. Volgens mij is dat welkom, ja. Dat ja. denk ik ook. Bob, merci. Graag gedaan, het was uh, leuk. Was, ja. Tot slim en leuk. Het Tot aan uw zoon merci om te kijken. Ik hoop dat hij tot nu heeft gekeken. Wout, was ja, ik straf? hoop dat hem nu, oké, okay, wanneer? Wanneer is het? Uh... Morgen, Morgen? Donderdag? Oké, okay, want uh, als hij nu, nu moet hij wel op school zitten. Ja, ja. Dus ondertussen is het wel gedaan. Dus. Ja, ja. Goed, maar natuurlijk, ja wel. Oké, okay, Wout, ja. wat eten we straks? Evers merci. Volgende ja. week. Dennis merci. Volgende week. Boys achter de schermen. Aan de kijkers en luisteraars ook tot volgende week. Bye. 别人家。